We horen wel dat er overal explosies zijn geweest, dat er luchtalarmen zijn afgegaan. Het lijkt voor ons nog wel waarschijnlijk dat dat zo is. Is dat inderdaad een logische stap die je zet als eerste als je een invasie pleegt van zo'n land? Ja, dat is zo. Wat je probeert te doen is in de eerste plaats natuurlijk de gevechtskracht van je tegenstander, Oekraïense leger in dit geval, om die te neutraliseren, zodat je op de grond, als je daar verder het land binnentrekt, weinig tegenstand kan verwachten. Dus vliegvelden worden uitgeschakeld, munitiedepots worden uitgeschakeld, commandocentrales. En dat geeft Poetin vervolgens de vrijheid om makkelijker richting Kiev op te trekken, lijkt het nu. Ja, precies. Dat lijkt nu inderdaad. Dan krijg je dus een vervolgende fase, is een grondfase. Daarbij gaat hij ongetwijfeld op verzet stuiten, neem ik aan, van Oekraïners, reservisten, troepen, het eigen leger, wat sinds 2014 redelijk goed bewapend is? Ja, dat zal inderdaad gebeuren. En dat is een beetje de onzekere factor. Hoe krachtig zal de Oekraïnse bevolking in den brede in opstand komen hiertegen? En dat moeten we natuurlijk gaan zien. Poetin zal proberen die wil om terug te vechten te ondermijnen. Door allerlei dingen te beloven. Hij heeft nu ook al aangegeven van de militairen die de wapens neerleggen, nou, die krijgen dan die zal niks in de weg worden gelegd, et cetera, et cetera. Hij zal het verder, die wil om terug te vechten van Oekraïne, zal hij proberen te ondermijnen. Vervolgens zal hij ook weer richting het Westen gaan praten over, nou, de weg naar diplomatie is nog ook nog. Dit is allemaal leugens. We moeten goed gaan zien wat Poetin echt is. Dat is iemand die terug wil naar het grote Russische Rijk. En dan moeten we achter ons oor gaan krabben wat dit betekent voor ons in Europa. We zijn toch een beetje wellicht hebben we onszelf in het mooie sprookje voorgehouden dat het allemaal paars en vrees zou worden. Nou, dat is dus dat niet. Is het niet. Nee, precies. Inderdaad, is het leugenachtig geweest. Anderzijds, wat kunnen we doen? Want als je kijkt naar sancties, die zijn nog niet eens opgetuigd. De eerste tranche is gisteren, hij heeft ons weer overvallen. En nu wordt er gedelibereerd over, moeten we nou toch niet het internationaal betalingsverkeer gaan stilzetten? Het man heeft alles al geregeld, 600 miljard op de bankrekening. Wat kan er gebeuren? Ja, ik denk in de eerste plaats dat de wereld van oost tot west, noord tot zuid zich heel krachtig uit moet spreken dat dit niet kan. Dit kan in 2022 kan je niet op deze manier het internationale recht met voeten treden. En ik hoop dat daar een heel krachtig signaal van uitgaat. Dat zal niet betekenen dat vervolgens Poetin zijn troepen terugtrekt, maar dat is absoluut aan de orde. En vervolgens moet Poetin, hij moet de pijn gaan voelen van deze hele foute daad van hem. Ja. En in hoeverre dat uitsluiten van het SWIFT-systeem, dat zal hem zeker raken. Dat zal ook ons pijn gaan doen. Ja. Maar we zullen toch bereid moeten zijn om die realiteit onder ogen te zien. Het is helaas niet anders. Dank, Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. Ja, en over die sancties. Naar Bart Groothuis, Europarlementariër. Daarvoor werkzaam als cyber-expert bij Defensie. Meneer Groothuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Berlijn zegt keiharde sancties moeten laten zien dat dit anno 2022 niet meer kan. Ursula von der Leyen heeft gezegd, we komen met harde sancties. Is het niet te laat? Hadden we niet veel eerder keihard moeten optreden? En hoe zwaar moeten die sancties zijn? Het zijn drie vragen in één. Ga uw gang. Achteraf gezien is het zo dat we van tevoren hadden moeten zeggen, als je niet voor die tijd je troepen terugtrekt, gaan de zwaarst mogelijke sancties in en maak dan de calculatie of het je waard is. En dat is een manier van omgang die Rusland beter begrijpt dan te zeggen van, we gaan je sancties treffen en we zeggen nog niet welke op het moment dat je misdraagt. Dus ik denk dat dat een van de lessen is. Ik denk daarnaast dat we ons arsenaal aan maatregelen moeten uitbreiden in de Europese Unie. We moeten veel harder. Kijk, als je als minister of als staatshoofd, als Macron, tegenover Poetin zit en zegt, ja, jouw kinderen, jouw familie, je neefjes, je nichtjes die studeren, dat kan dus niet meer als je dit doet. Jouw huizen, die van Lavrov vinden in Kensington, die worden je afgepakt. Het aanmeren van al je vriendjes in de Côte d'Azur, de Costa Brava, Toscane, het kan niet meer. Al je assets worden afgepakt, bevroren. Je hebt hier niks meer te zoeken in Europa. Ja, dan wordt het een persoonlijk verhaal en dan gaan mensen misschien nog eens een keer opnieuw nadenken over wat ze moeten doen. Ja, maar te laat. Meneer Groothuis. Te laat. Ja. Te laat. We kunnen niet anders concluderen dan dat Poetin zijn honger naar land heeft ingewilligd. En ik wil er nog wel één ding over zeggen. Ja. We hebben lang gezegd, het gaat om de NAVO, het gaat om veiligheidsgaranties. Maar we moeten toch, ik kom net terug uit de Baltische Staten. Ja. Ik was op een paar kilometer van de Russische troepen die daar samen zijn getrokken. We kunnen niet anders dan concluderen dat deze mensen gelijk hadden. Het gaat hem daar niet over, het gaat hem om land. En die landhonger, die bevredigt hij nu. Als die Baltische Staten niet lid waren van de NAVO, waren zij al lang aan de beurt geweest. En we moeten onze NAVO-presentie daar moeten we sterk verstevigen. En ik ben blij dat zowel de Europese Unie vanavond als het NAVO-artikel 4 consultaties vandaag onderweg zijn. Ja,
Die NAVO, want er wordt nu wel gezegd we steunen. Ja, het is geen NAVO-lid, dus ze kunnen op basis van artikel 5 eigenlijk niet ingrijpen, kunnen ook niet helpen. Maar is dat zo? Even, een NAVO bepaalt niet inderdaad waar de ambitie, de landhonger van een gek uit Rusland ophoudt, hè? Helaas. Nou, wel als het gaat om de NAVO-landen. Want onze vastbeslotenheid en eenheid, die is er. Alleen, Oekraïne is geen lid van de NAVO. Ja. Ik denk nu wel dat de Oekraïne de volle steun geniet. Maar daar speelt de Europese Unie ook weer een belangrijke rol. Dus ik ben blij dat we vanavond bijeenkomen met de ministers. Maar ook een spoedzitting van het parlement zijn we aan het voorbereiden. Er komt heel wat aan. En Poetin moet zijn borst nat maken. Maar wat meneer Berlijn net zei klopt en wat u ook zei. Wij moeten zelf onze borst ook nat maken. Ja, zeker. Want dit kost ons ook. En het kost onze industrie. We moeten ons grap zetten. Dat is duidelijk. Bart Groothuis, dank. VVD Europarlementariër. We zitten hier in de studio onder meer met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Bernard, als we zo eventjes kijken naar wat er nu gaande is. Het is een klassieke oorlog. Berlijn zegt het ook, het eerste uitschakelen van. Dit is bekende tactiek, hè? Ja, nou, wat ik me het best herinner van deze tactiek, deze manier, zijn de Israëliërs geweest in 1967, in de Zesdaagse Oorlog. Die hebben ze eigenlijk in een paar uur gewonnen. Omdat ze van de belangrijkste tegenstanders, Syrië, Jordanië en Egypte, toen binnen de kortste keren de startbanen van de luchtmachtbasis kapot. Daarmee waren die landen onmiddellijk hun complete luchtmacht kwijt. Ja. Als je dit nu uitbreidt tot commandocentra, alles wat te maken heeft met de militaire infrastructuur, dan hoef je daarna niet meer zoveel te doen. Nee. En ik denk dat het er niet om gaat om het licht uit te draaien, want wat zou dat voor doel dienen? Ja. Maar wel om ervoor te zorgen dat militair het land, laat maar zeggen, compleet wordt uitgeschakeld. Het kan niet meer. Jij zei vroeger straks heel terecht, ja, dan krijg je op een bepaald moment grondtroepen. Wat gebeurt daar dan mee? Dan komt er misschien verzet. Dat is ook zo, en dat kan heel bloedig zijn. Het hangt af of ze het wel of niet doen en hoe. Maar veel bereiken doe je er niet mee. Nee. Dan is er nog iets wat Poetin heel goed moet overwegen. Dat geldt ook in dit soort situaties, hè. De stelling van Colin Powell. Ja. When you break it, you break it, you own it. You own it. Ja, precies. Dus er komt een stadium achteraan als er inderdaad een invasie komt met grondtroepen. Ja. Dan moeten die daar ook blijven zitten. Dan wordt het bezet. Wordt een bezettingsmacht. En dat kost heel veel geld, het kost veel mensen. En het kost heel veel wat er nog aan goodwill over is. Ja. Er is nog één factor, die heb ik nog helemaal niet gehoord vanmorgen. En daar moeten we het nog even over hebben, vind ik. Dat is, wij gaan er dan vanuit in dat hele verhaal over sancties, dat we daarmee als het ware twee dingen doen. We nemen wraak. He, dat mag in zo'n situatie. Ja. Maar we straffen ook op een manier waarvan we hopen dat het Rusland raakt. Maar Rusland heeft niet stilgezeten. Dat heeft inmiddels een enorm traject opgezet. Een alternatief naar China. Waar een oliepijpleiding is gemaakt van meer dan 4000 kilometer. Een gaspijpleiding, een soort Nord Stream 1. Ja. En er wordt op dit moment een tweede langsgelegd, een soort Nord Stream 2. Mm-hmm. Nou compenseert dat niet helemaal wat er wordt geleverd aan Europa, maar ze komen wel een eind. En China heeft ook in zijn eerste reactie al laten blijken dat ze de Russen niet laten vallen. Dus als wij met z'n allen, als NAVO of als Europa, met de Amerikanen roepen, nou, we gaan je een poepie laten ruiken, dan zal Poetin zeggen, ja, dat zal wel, daar heb ik ook wel op gerekend. Precies. Maar het is echt niet zo dat mijn leven stilvalt. Nee. Dat onze economische precies. Leven. Wij poepje de andere kant uit. Want we zitten op China. We richten ons op Azië. Ja. En dat is groot en daar wordt heel anders over gedacht. Ja. En daar zijn de sympathieën en antipathieën liggen daar heel anders. Daarom, daarnaast, dat weten we ook, hè, de Russische Nationale Bank heeft al miljarden gehedged, ook in december veel meer dan ze eerder deden. Ja, ze komen om in het geld. Er staat 600 miljard op de bankrekening. Ja. Dat zijn dan nog alleen de bekende bankrekeningen. Dan heeft Poetin nog een hele hoop vriendjes, oligarchen, die inderdaad, wat Bart Groothuis net zei, leuk aanleggen in Toscane met hun schip van 700 meter. Ja, die zou je ook kunnen aanspreken op het moment dat je ja, ik weet niet of geld is er zat. Ja, maar dat valt dan toch weer meer in de categorie wraak en pesten. Ja. En het lijkt me heel effectief. Nee, maar als Poetin geld wil hebben, kan hij het rondje maken langs die oligarchen. Als er één ding is, als hij één,
als er één ding is waar hij geen gebrek aan heeft, is geld. Precies. Ja. En contacten heeft hij dus ook. Gert-Jan. Ik wil graag even een paar berichten aan jullie doorgeven die vanuit Oekraïne en Rusland nu tot ons komen. En dan kan Bernard daar ook gelijk zijn lezing over geven. Allereerst dat volgens de Oekraïense grenswacht, dus dit bericht komt vanuit Oekraïne zelf, er ook Russische militaire voertuigen via de noordkant Oekraïne zijn ingetrokken. Dan heb je het over de provincies Sumy en Kharkov. Nou, dat zal de mensen op zich niet heel veel zeggen, maar belangrijk als je op de kaart kijkt is dat dat dus vanuit Rusland is en niet vanuit Wit-Rusland. Maar aan de noordkant zijn daar dus militaire konvooien nu. Noordoostelijk zijn er mensen in de troep. Ja. Er zijn ook gewonden bijgevallen aan Oekraïnse kant volgens die grenswachten. Tegelijkertijd gaan er wilde verhalen ook rond, waaronder eentje over dat een oorlogsvliegtuig zou zijn neergehaald. Daar is ook volgens Moskou op dit moment geen sprake van. Dat soort berichten gaan nu allemaal ook een rol spelen in absoluut. Dus informatie en desinformatie samen de winnen in de hand of niet? Nou, maar dat eerste laten we bericht even is zeer belangrijk. Dat is wel een belangrijk. Laten we verder even bij het ik wil belangrijkste stelling, hè? In een oorlog is het eerste slachtoffer de waarheid. Ja, dat is zeker. Altijd. Nou, en die is al een paar keer begraven vanmorgen. En wij proberen die hier weer op te graven als het een beetje mee zit. We gaan heel even naar de ANWB, komen daarna straks terug op de vraag. In die Donbassregio, daar waren rebellen. In hoeverre gaat die dit proces helpen of frustreren? We gaan naar Tim Schaap van de ANWB. Hoe staat het erbij, Tim? Ik heb goed nieuws over de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Want bij de afrit Zwolle-Noord stond de hele dag al een lange file. Oorzaak was een vrachtwagen die op de vangrail terecht was gekomen. Die stond daar dus bovenop, moest er vanaf worden getakeld. De weg is daar op dit moment weer vrij. Je hebt daar nog wel 20 minuten vertraging vanaf Staphorst. En vanavond laat dan wordt daar de vangrail hersteld. Daarnaast nog wel een lange file op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij de afrit Maarn is een politieonderzoek bezig na een ongeluk. En daar heb je nu één afgesloten rijstrook. De vertraging is daar ruim een uur vanaf Veenendaal. Verder zijn er twee flitsers gemeld. Ik begin op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij de Noordtunnel. Hectometerpaal 75,7. En de tweede staat langs de A28 van Zwolle naar Assen bij hectometerpaal 165,0. En dan is het 10 minuten voor 8:30 geworden. Verslaan wij wat er gebeurt in Oekraïne. En ik zei het even voordat we naar Tim Schaap gingen. Bernard, eventjes aan jou de vraag. Want rebellen hebben die door Poetin uitgeroepen volksrepublieken Luhansk en Donetsk de afgelopen jaren bestierd of eigenlijk beheerst. Kunnen we stellen, pro-Russisch zijn ook pro-Russische mensen overgebracht met bussen een paar weken geleden naar Rusland. Die steun die heeft Poetin zeker daar, he, van die rebellen in die delen. Het is ook een vrij Russisch georiënteerd stuk land, dat oosten van Oekraïne. En je zei al even, Colin Powell, you break it, you own it. Dat andere stuk van Oekraïne, als je dat gaat pakken, hartstikke leuk. Wat moet je daarmee? Want alle economische belangen zitten in het oosten, in die Donbassregio. Je hebt wel een leuke uitgang naar de Middellandse Zee, naar de Zwarte Zee, als je dat wil, he, met schepen. Dus je bent er weer terug op je oude gebied. Wat is het belang van Poetin om dat stukje tussen Roemenië, Polen en Wit-Rusland te hebben? Nou, het lastige is een uitstekende vraag, maar het lastige is dat we allemaal, merken we, de grootste moeite hebben om de logica in het brein van Poetin te volgen. Ja, nee, echt, ik bedoel het niet als grap, het is echt zo. Nee, dat begrijp ik. Omdat het verzet zich tegen elke vorm van logica. Als hij die Donbass wil innemen en toevoegen aan Rusland, dat zouden we nog kunnen begrijpen. Ja. Dat lag eigenlijk een beetje in de lijn. En in feite was het al een beetje zo. Hoewel Geert-Jan en ik hadden gisteravond daar nog een hele discussie over. Ook in dat gebied is het niet zo dat iedereen nou pro-Russisch is. Nee. De rest van Oekraïne is juist de laatste paar jaar steeds meer en fanatieker pro-Westers geworden. Ja. En je denkt dan ook als opperbevelhebber van de krijgsmacht, en dat is Poetin. Ja. Ik ga daar niet in een gebied zitten waar ik alleen maar vijanden om heb. Een wespennest. En wat heb ik eraan? Ja. Wat de economie betreft, de economie in dat Donbassgebied is totaal verouderd. Dat is oude staalindustrie en bauxiet, geloof ik. En dat, met jolie. Ja, dus het is eigenlijk, ik vergelijk Oekraïne wel eens met België. Wat ook bestaat uit een Waals en een Vlaams deel die eigenlijk niks met elkaar hebben. Nee. Die Walen waren vroeger schatrijk, want die hadden de industrie en die hadden Congo, ga noem eens op. Die staat arm nu. Dat geldt voor dat gebied ook, want vroeger was dat heel welvarend. En die industrie was belangrijk en had ook koppelingen met Rusland.
En nu ziet dat gebied er een beetje uit zoals de borinage in België. Mm-hmm. Dat troosteloze Franstalige gebied zo in de buurt van Luik. Ja. Zo moet je het je een beetje voorstellen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ook daar de mensen nou niet echt allemaal fanatiek pro-Russisch zijn. Ja. De vraag is, als je de logica zou zeggen, Oké, ik begrijp dat je het niet houdt tot de demarcatielijn zoals die bestond tot vandaag. Ja. Misschien trek je dat nog door tot de Kiev, noem maar wat. De rest van die twee staten. Ja. En dan is het handiger om te stoppen. Mag ik een stelling opwerpen? Of een kleine theorie? Dat nog steeds, en je ziet ook dat de eerste dorpen in dat gebied in de Donbass die onder Oekraïns gezag staan, dat de eerste dorpen nu worden ingenomen. Althans, dat is wat we moeten geloven uit de Russische media. Verder zou het kunnen dat al die precisieaanvallen nu op Kiev, op Lviv, op al die vliegvelden, dat ook onderdeel is van het Russische spel om even te laten zien wie hier de baas is. Ja. Dat een soort... Dit kunnen we, een soort rookgordijn. Poetin heeft het ook nadrukkelijk over demilitariseren. Dat hij de Donbass verder wil pakken, dat lijkt me vrij evident. Maar het zou ook kunnen dat de rest alleen maar powerplay is. Dat hij niet Odessa gaat pakken. We moeten dat scenario ook gewoon overwegen. Ja, maar dan zou je zeggen, Oké, dat is prima. Maar moet je dan grondtroepen vanuit het zuiden en het noorden het land ingooien? Ja, maar dat is ook machtsvertoon. Of dat zo is, dat is machtsvertoon. Nee, precies, en de vraag is of het zo is. Ja, precies. Je vertelde net dat bericht even over een neergehaald vliegtuig. Ja. Ik beloof je dat in dit stadium niemand behoefte heeft aan vliegtuigen. Nee. Ook niet als je bezig bent met veroveren. Nou, dan gebruik je raketten, maar geen vliegtuigen. Ja. Sorry dat ik interpeer, Bernard. Maar dat van die tanks, die dan vanuit Belarus ook de grens met Oekraïne oversteken, dat zien wij op camerabeelden. Ja. En die camerabeelden die zijn, voor zover wij dat hebben kunnen verifiëren, ik zeg het erbij, zijn echt. Ja, denken we. En dan is de logica een beetje zoek, omdat dan kom je dus uit in dat drassige gebied boven Kiev. Ja, wat ga je daar doen? En dan zou je kunnen redeneren, dat is machtsvertoon. Omdat Poetin ook waarschijnlijk, proberen we allemaal te begrijpen als zielenkijkers, op macht uit is. Ja. We gaan even naar het nieuws waarvan we wel weten dat het echt waar is. Want het is nu bijna 8:30. In Engeland, daar is topoverleg, Kees. Precies. Downing Street heeft net gezegd dat Boris Johnson om 8:30 gaat starten met de Cobra Meeting. Dat is een beetje het war room team van Johnson. Natuurlijk, die heeft al gezegd dat er zware sancties gaan komen vanuit Groot-Brittannië. In combinatie met de westerse partners. Daar zullen ze over gaan praten. De NAVO-top heeft ook een spoedoverleg. Om 8:30 begint dat in Brussel. En rond 10:30, zeggen Britse NAVO-vertegenwoordigers tegen het ANP, zal er ook een persconferentie vanuit de NAVO komen. En ook de G7 komt bij elkaar en ook de EU-top komt ook vandaag bij elkaar om te praten over die sancties. Ja, op dit moment zit het kabinet, de regering van Oekraïne, zit nog gewoon vast in het zadel in Kiev. Dat is mooi. Zelensky die stuurt ook overal boodschappen uit. Vraagt steun bij alles en iedereen. Heeft inmiddels gebeld met Biden. Biden trouwens ligt even op één oor. Er komt straks, later vandaag, komt er een ongetwijfelde reactie vanuit het Witte Huis of vanuit Amerika. En we hebben uiteraard al wat reacties gezien na een VN-veiligheidsraad. Overleg wat vannacht op aanvraag van Zelensky werd ingeroepen. Op het moment dat gaande was, die vergadering, kwam de mededeling van Poetin dat hij Oekraïne inviel. En in zoverre kwamen dus allerlei verontwaardigde reacties. Nou, nu denkt iedereen na over sancties. We hebben het al even over gehad, Bernard. Want ja, nadenken over sancties, we zijn al, constateerden we net met Bart Groothuis, veel en veel te laat met het instellen van sancties. Dat is zo, maar daar kun je niks meer aan doen. Klaar. Dus het enige wat je nu kunt doen is haast maken. Ja. En de dingen die je hebt voorgenomen ook uitvoeren. Ja. Is allemaal niet zo makkelijk, hoor. Want wat Biden riep over die twee banken die worden gesloten. Dat is administratief een enorm gedoe. Ja. Het is niet de knopje die van, daar gaat hij dicht. Maar daar hebben we het ook al eerder in de uitzending over gehad. Ik denk dat het allemaal, eerlijk gezegd, niet zoveel indruk maakt op Poetin. En wat zou moeten, is wat ik noem de Iraanse optie. Ja. Dat je zegt, we sluiten het land echt helemaal af. We zorgen dat ze geen olie meer kunnen exporteren. Ja. We gaan geen Boeing en Airbus onderdelen meer leveren. Ook geen vliegtuigen. De Aeroflot staat dan binnen een paar maanden aan de grond. Ja. Dat soort dingen kun je doen. Dat zijn zware middelen, maar die zijn wel heel eenvoudig uit te voeren. Moet je de Chinezen mee hebben? En dat lukt even niet. Nee, dat lukt even niet. Dankjewel. Zometeen gaan we je verder bijpraten over de ontwikkeling in Oekraïne. Over 2 minuten. Ook genieten van een goed rendement op een zorgeloos bezit?
Dutch & Group ontwikkelt en exporteert bijzondere vakantieverblijven in Nederland, Duitsland en Scandinavië. Op plekken waar je wilt zijn. Kom op zaterdag 12 maart naar het Start of the Season event aan de Loosdrechtse Plassen. En kom alles te weten over de aankoop van een tweede woning. Ga naar dutchandgroup.com en meld je aan. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Techbedrijf verkopen? No Monkey Business helpt. Check dreamexit.nl. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/private lease. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals huishoudelijke producten van Philips met hoge korting. En vitamine en supplementen van onder andere Davitamon met tot 50% korting op de adviesprijs. Haal meer uit jouw bol.com met Select. In de podcastserie Nieuw Nederland fiets ik, Maarten Bouwhuis, door het landschap. Nederland verandert. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Luister naar deze unieke BNR-podcast en bekijk de video's van concrete oplossingen van Alkmaar tot Kerkrade en Zutphen tot Rotterdam. Vanaf 16 februari in jouw eigen podcastplayer op YouTube en alle kanalen van BNR Nieuwsradio. Nieuw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Twijnstra Gudde. Impact op morgen. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Very private addiction care. Look dressed and feel relaxed. Met de Easy's van Mr. Marvis. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Bestel nu op mrmarvis.com. De U-turn. Very private addiction care. Bestel de Easy's van Mr. Marvis nu op mrmarvis.com. De U-turn. Very private addiction care. Ja, zo'n brief, die WOZ-aanslag, dat geloof je toch gewoon? 1 op de 5 mensen betaalt ruim €200 te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Betaal je niet blauw. Ga naar eerlijkewoz.nl. Inmiddels besteden steeds meer bedrijven security management uit aan NordWave. Daarom zoeken we security en privacy officers. Met een team van experts achter je en voor organisaties die informatiebeveiliging serieus nemen, kun je meer impact maken. Wil je ontdekken waarom je liever voor NordWave werkt? Ga dan naar noordwave.nl. BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Het is vooral druk rondom Rotterdam en dat komt door een ongeluk bij Rotterdam-Charloes. Om precies te zijn op de A15 vanuit Gorkum naar Maasvlakte. Want bij Rotterdam-Charloes is een ongeluk gebeurd en daar zijn 2 rijstroken dicht. Je hebt daar nu een 30 minuten vertraging vanaf Hendrik Ido Ambacht. Hou daar dus rekening met extra reistijd. Omrijden kan ook via de Van Brielenoordbrug en vervolgens de noordkant van Rotterdam over de A16, de A20 en de A4. Dat kan helaas niet geheel zonder vertraging, want voor de Van Brielenoordbrug heb je 10 minuten vertraging. Daarnaast wat opvalt, de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij de afrit Maarn is een politieonderzoek bezig na een ongeluk eerder vandaag. De 1 rijstrook is daar dicht en je hebt daar 1 uur vertraging vanaf Veenendaal. En tot slot de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel staat een auto met pech en daar heb je nu 3 kwartier vertraging vanaf afrit Dodewaard. Tot slot ook nog 1 flitser gemeld. Die staat langs de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij de Noordtunnel. Hectometerpaal 75,7. 8:58 en het is tijd dus voor Maud Schreurs met de nieuwsupdate. Maud. Goedemorgen. Rusland beweert dat de Oekraïnse luchtverdediging en luchtmacht zijn uitgeschakeld bij de aanvallen die president Poetin is begonnen. Russische militairen zouden oprukken in het oosten van Oekraïne. Daar zijn al zeker 7 doden gevallen, zeggen de autoriteiten in Kiev. In veel steden zijn explosies. Oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn over de tactiek van president Poetin. Wat je probeert te doen is in de eerste plaats natuurlijk de gevechtskracht van je tegenstander, Oekraïnse leger. We gaan je even onderbreken, Maud, in deze nieuwsupdate. Dat gebeurt niet vaak. Maar we gaan er even heel even naar Ursula von der Leyen. Jazeker. Voorzitter, de Europese Commissie komt nu met een reactie. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. We are facing an unprecedented act of aggression by the Russian leadership against a sovereign,
independent country. Russia's target is not only Donbas. The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order. And we will hold President Putin accountable for that. Later today, we will present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for approval. With this package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. And in addition, we will freeze Russian assets in the European Union and stop the access of Russian banks to European financial markets. Like with the first package of sanctions, we are closely aligned with our partners and allies, the United States, the United Kingdom, Canada, but also, for example, Japan and Australia. Al dus Ursula von der Leyen. Die zei dat nu net, er komen zware sancties aan. Later vandaag moet Europa over gaan beslissen. We gaan terug naar Maud Schreurs. Pak van het zo weer verder op. Maud, de nieuwsupdate. Sorry dat je zo interpeerde, maar... Nee, helemaal niet, Ursula, want dit was belangrijk. Moest er even tussendoor. Dit moet tussendoor. Ja. Waar was ik gebleven? Ja, die Russische militairen zouden oprukken in het oosten van Oekraïne. Daar zijn al zeker 7 doden gevallen, zeggen de autoriteiten in Kiev. Oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn over de tactiek van president Poetin. Wat je probeert te doen is in de eerste plaats natuurlijk de gevechtskracht van je tegenstander, Oekraïnse leger in dit geval, om die te neutraliseren, zodat je op de grond, als je daar verder het land binnentrekt, weinig tegenstand kan verwachten. Dus vliegvelden worden uitgeschakeld, munitiedepots worden uitgeschakeld, commandocentrales. En dat geeft Poetin vervolgens de vrijheid om makkelijker richting Kiev op te trekken, lijkt het nu. China heeft via de staatsmedia opgeroepen tot hervatting van de diplomatie in het conflict over Oekraïne. De Chinese VN-ambassadeur heeft in New York gezegd dat de situatie nog niet verder uit de hand mag lopen. En na de Russische aanval op Oekraïne is de gasprijs met 30% omhoog geschoten. Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit het land dicht gaat vanwege de oorlog in Oekraïne. Het weer eerst nog droog, in de loop van de dag regen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Vanavond kans op winterse buien. Op Wall Street is de Dow Jones 1,4% lager gesloten. In Tokio moest de Nikkei 2,2% inleveren. Ja, en dan zometeen gaan we praten over de uitspraak die Ursula von der Leyen net gedaan heeft. De Europese Commissie komt eenduidig, zei ze net, met een pakket maatregelen. Wordt nog wel voorgelegd. Het zijn zware sancties die de Russen hard zullen gaan treffen. Hoe hard gaan we straks bespreken hier op BNR. Ondernemers van Nederland, opgelet. Natuurlijk is jouw webshop de beste. Maar behaal je ook het maximale rendement? Overweeg dan eens een .shop domeinnaam. Met .shop ben je herkenbaar, beter vindbaar in Google en voorbereid op de toekomst. Kijk op info.shop voor meer informatie. Techbedrijf verkopen? No Monkey Business helpt. Check dreamexit.nl. Bereik meer met een .shop domeinnaam. Kijk op info.shop voor meer informatie. Heb jij ook zo'n zin om de wereld opnieuw te gaan ontdekken, te reizen, lekker te genieten? Het mag weer. Avila Reizen biedt luxe boutiquereizen op maat naar Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Europa, het Midden-Oosten en nog veel meer bestemmingen wereldwijd. Met nog echt persoonlijke service en heel veel liefde. Beleef de wereld met avilareizen.nl. Wat weet je van WOZ? Wat weet je ervan? 1 op de 5 mensen betaalt ruim €200 te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Betaal je niet blauw. Ga naar eerlijkewoz.nl. Laat je compleet ontzorgen met avilareizen.nl. Klanttevredenheid is ons mooiste bezit. Al het andere kun je leasen. Hilterman Lease biedt mobiliteit en bedrijfsmiddelen voor ondernemend Nederland. Hilterman.nl. Hilterman met dubbel N. Straks praat ik in Wereldveroveraars met De Boer Group. Een oer-Hollands familiebedrijf in de transportsector. Met vestigingen in Polen en China. Maar de grootste cultuurschok was voor hen, jawel, Frankrijk. Wat juist Frankrijk zo moeilijk maakt, hoor je straks om 2:30 in Wereldveroveraars. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Heb jij interesse in een leuke job bij een klantvriendelijke leasemaatschappij? Kijk dan nu meteen op werkenbijhilterman.nl voor interessante vacatures. Hilterman met dubbel N. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven. 8:08, 24 februari 2022. Wij zitten in de studio met Bernard Hamburg. Welkom Bernard, onze buitenlandcommentator. Gert-Jan Haan, Europa-verslaggever. Kees Doerenstein, mijn rechterhand. Goedemorgen. Vandaag. We kijken naar de invasie in Oekraïne die zich langzaam ontspint. Een paar minuten geleden Ursula von der Leyen. En die kondigde sancties aan namens Europa. We weten nog niet precies wat, maar ze tilde een tipje van de sluier op. With this package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. And in addition, we will freeze Russian assets in the European Union and stop the access of Russian banks to European financial markets. Ja, kort samengevat, SWIFT wordt inderdaad afgenomen van de Russen. Ze kunnen geen interbankaire transacties meer doen. Buitenlandse tegoeden worden bevroren. Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor heel wat oligarchen die daar geld op de bankrekening in Londen hebben. Bijgenaamd Londengraad, zoals we weten. Het is een half Russische stad geworden. En ze zegt, we gaan de Russische economie zo hard raken dat ze ook niet meer tot innovatie komen, tot verder ontwikkeling komen. Nou, we zijn zeer benieuwd. We gaan naar Stefan de Vries, onze man in Europa. Als het goed is, ja. Stefan. Ja, ja, jij bent bij ons, hè? Zeker. Hi, ja. Goedemorgen. Jij hebt ook meegeluisterd naar wat von der Leyen heeft gezegd. Zeker. We komen later vanmiddag. En denk ik, ja, wacht eventjes. De invasie is nu inmiddels een uur of vier oud. Waarom moeten we wachten tot vanmiddag? Die hebben we toch van tevoren wel over gehad, neem ik aan. Ja, we zijn steeds een dag te laat of een stap te laat. Hè. Of Poetin is ons steeds een stap tevoren. Hè. President Macron belde zondagnacht nog gewild met Poetin, Biden, allerlei andere leiders en kondigde toen aan dat er een top zou komen. Nou ja, nog geen 24 uur later zat Poetin al in de onafhankelijke, of de republieken waar de strijd gaande is in het oosten. Dus we lopen achter de feiten aan. En ja, dat kan eigenlijk ook niet anders met 27 leden. We moeten iedereen dezelfde kant op laten kijken. Wel een noodtop, dus vanavond een spoedtop in Brussel om 8:00... waarbij alle leiders bij elkaar komen. Maar ja, heel veel verder dan wat Ursula von der Leyen zojuist aankondigde. Zoveel meer zit er eigenlijk niet in ons kruidvat. Ja, als we naar regeringsleiders kijken, eventjes wat buiten Europa valt, maar waar je weet naar kijkt, is wat er in Londen gebeurt. Daar is de Cobra Committee nu bij elkaar. Dat is het veiligheidsteam rond Boris Johnson. Daar horen we, en Johnson heeft altijd de oorlogstaal. Die zei, hey, we gaan helpen en we gaan Zelensky bijstaan. En heeft zich duidelijk afgezonderd van Europa de afgelopen tijd in zijn stance, in zijn communicatie, meer opgerukt richting de Amerikanen. Wat mogen we verwachten van Johnson? Hij gaat daar geen Britse militairen naartoe sturen, neem ik toch aan wel? Nou, dat zou wel kunnen. Er zijn natuurlijk al militairen gestuurd de afgelopen weken naar de Poolse grens en ook naar de Baltische Staten. Dus het is een manier voor Londen om te laten zien dat Groot-Brittannië er nog steeds toe doet, ondanks de Brexit. Tegelijkertijd wordt Boris Johnson en zijn partij ook in de greep gehouden door allerlei Russische financiers, donateurs. En je zei het net al, Londengrad. Er wonen heel veel Russen in Londen met grote zakelijke belangen. Ja. Hij zit tussen het hamer en het aanbeeld. Maar in ieder geval is dit wel een uitgelezen kans voor Boris Johnson om in ieder geval op het internationale toneel te laten zien dat hij toch nog iets van een staatsman is. Ja. Maar op de nationale niveau zal hij toch echt ingrijpende maatregelen moeten nemen. Ja, Macron anderzijds, de man die zich in het diplomatieke proces profileerde als de peacekeeper, de man die naar Poetin vloog en dan naar Zelensky vloog en daarna weer bij Scholz aan tafel zat en daarna op schoot bij Biden. Ik hoor niks van Emmanuel. Wo is Emmanuel? Nou, hij heeft wel getweet zojuist, niet zo heel lang geleden, dat hij dat natuurlijk zeer sterk veroordeelt. Ongeveer een uur geleden. Frankrijk is solidair met de Oekraïne. We staan klaar aan de kant van de Oekraïners. We handelen in overeenstemming met onze partners om deze oorlog te stoppen. Dus dat is wat Macron heeft gezegd. Maar ja, inderdaad, hij heeft zich heel erg hard gemaakt. Frankrijk is deze 6 maanden voorzitter van de Europese Raad. Dus hij heeft die rol ook naar zich toegetrokken.
betrokken. Maar ja, we hebben allemaal die foto gezien van hem aan de hele lange tafel met Vladimir Poetin. En nu met de kennis van vandaag zou je dat kunnen beschrijven als het Chamberlain-moment van Emmanuel Macron. Neville Chamberlain, die naar Hitler ging in 1939 en ervan overtuigd was dat er geen oorlog kwam. Helaas, lijken we nu weer een herhaling van de geschiedenis te zien. Tja, ik kan me die foto nog herinneren op het vliegveld. Peace for our time. Dat hij met een getekende verklaring van Hitler in de hand staat. En uit dat vliegtuig stappend. Ja, het vliegtuig maar er zijn toch verschillen, hoor. Ik ben een beetje huiverig voor die vergelijking. Ja, want, Bernard. Ja, het Sudetenland is geen Oekraïne. Oekraïne. Nee. Chamberlain is geen... Poetin is geen... Hitler. Je kan van alles van hem zeggen. Ja. Maar hij is niet van plan om een industriële moord te plegen. Nee. En 1938 is ook geen 2022. Nee. Dus ik ben een beetje voorzichtig met die vergelijking. Ja. Mag ik Stefan, mijn collega Eurocommissaris, even aanvullen? Ja. Over de Britten en of ze nou wel of geen troepen zouden gaan sturen. Want daar is dan discussie over. Nou, toen ik een paar weken terug in Kiev was... toen was ik het voorafje van Johnson, die daar ook was die week. En van Erdogan en andere leiders. En Johnson heeft toen met Zelensky en met zijn Poolse collega... een soort trojka, een soort akkoordje getekend. Ja. Over verdediging, maar heel duidelijk aangegeven. En ik heb het nog even geverifieerd dat de Britten geen... mensen gaan sturen, geen troepen. Okay. Een tweede bericht dat even belangrijk is en dat heeft Bernard net over mijn schouder even meegekeken... Gaat over gas, de Yamal-pijplijn, die richting Polen en Duitsland gaat. Ja, de voorloper van de Nord Stream 2, hè? Dat is nu de landpijplijn vanuit Rusland. Daar vloeit op dit moment de helft van het gas door... dat normaal gesproken er doorheen vloeit, waarbij we wel moeten aangeven... en die disclaimer maakt ook persbureau Reuters... dat we niet zeker weten of we dat kunnen relateren aan de gebeurtenissen van vannacht en vandaag. Ik wil even naar een heel ander aspect, mannen. Want we hebben de Zwarte Zee. Er is net ook uitgeroepen door de Russen... dat ze de zee van Azov hebben overgenomen. Dat ligt aan de andere kant van de Krim. Geeft wel toegang tot de Zwarte Zee. En wat ligt er aan de overkant van de Zwarte Zee? Een paar mooie badplaatsen in het noordelijke deel van Turkije. NAVO-bondgenoot, groot land. Koopt wapensystemen in bij Poetin. Het is oorverdovend stil vanuit Turkije, Bernard. Ja. Het valt mij ook op, het is het op één na grootste NAVO-lid. Ja. Erdogan heeft wel, dat moet ik zeggen... De laatste dagen en weken steeds laten merken... dat hij alles wil doen om een soort van sussende of bemiddelende rol te spelen... en om de kou uit de lucht te krijgen. Dat is hem niet gelukt. Dat kun je Erdogan niet kwalijk nemen. Evenmin als je het Macron kunt kwalijk nemen, vind ik. Want die hebben dat echt te goed geprobeerd. Te goed of trouw geprobeerd. Maar ik zou eerlijk gezegd van Turkije wat meer verwachten. En het zou ook heel handig zijn, want het ligt strategisch. Het heeft, Erdogan heeft een redelijke relatie met Poetin. Dus ik vind het ook heel stil. Ja. En CNN Turkije die meldt wel dat de Turkije met het Security Council... nu in ieder geval aan het nadenken is over deze situatie. Ja, dat is hun eigen veiligheidsraad. Ja, exact. Van het kabinet. Precies, van het kabinet. Wat belangrijk is om op te merken voor de mensen die niet alle details... van het conflict de afgelopen week hebben gevolgd. Turkije heeft fantastische drones. En die hebben ze ook aan Oekraïne geleverd. En daar waren ze in Moskou absoluut toen niet over te spreken. Mm-hmm. Dat zijn drones van enorme kwaliteit, ook militair gezien. En Erdogan heeft ook eigenlijk de afgelopen dagen en weken... telkens buiten dat mediation-punt om wat jij maakt, Bernard... aangegeven, ik steun... Zelensky, heeft hij ook naar Zelensky uitgesproken. Ja. En ook dat hij elke schending van territoriale integriteit... want dat geldt voor heel veel landen, dat accepteren ze niet. Want anders hebben ze in eigen land weer de poppen aan het dansen. Exact. Dat is een heel belangrijk punt. En nogmaals, inderdaad, die land grenst natuurlijk eigenlijk bijna min of meer... Ja, er zit een zee tussen, maar het scheelt niet veel. En het is wel iets, het is in de achtertuin, letterlijk in de achtertuin van Erdogan. Van de ene grootste NAVO-partner die er is. Hè? Exact. Nou, we wachten inderdaad even op een reactie die daaruit komt. Dan, zijn er nog andere reacties? Nee, we wachten nog even op wat er in Engeland komt, van de Global Committee. En die zijn nu aan het overleggen. De NAVO komt waarschijnlijk, is de verwachting, om 12:30 met een persconferentie. Okay. Die zijn nu ook aan het overleggen. China die heeft via de staatsmedia opgeroepen tot hervatten van de diplomatie. Nou, dat is denk ik een logische reactie als we naar de afgelopen dagen kijken. Wat dat betreft, we weten nu dus inderdaad de sancties die zijn aangekondigd door commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Buitenlandse tegoeden
zouden bevriezen, geen toegang meer tot SWIFT, Russische economie raken, zodat ze niet kunnen innoveren, en de belangrijkste markten van Rusland worden afgesloten. Biden die heeft ook gereageerd. Die zegt: de Verenigde Staten en onze bondgenoten en partners zullen Rusland zware sancties opleggen. En donderdag wordt er gesproken met de leiders van de G7. En uiteraard heeft Rutte ook al getweet al vanochtend vroeg: we staan in nauw contact met de EU en de NAVO en andere bondgenoten. Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk. En Nederland die veroordeelt het en denkt ook na over sancties. We gaan zo meteen naar Floris Akkerman, onze de man achter, samen met Gert-Jan trouwens, achter de perestrooikast van BNR. God, zie ik hem ook weer eens. Ja, zie je Floris ook. Nou, je ziet hem niet, maar je hoort hem wel zo meteen. Eerst gaan we naar Tim Schaap van de AWB. Tim, 8:50, begint het een beetje rustiger te worden? Ja, het begint langzaam maar zeker af te nemen. Maar al met al staat er nog altijd ruim 180 kilometer file in ons land. Ik begin met goed nieuws, namelijk de A15. Bij Rotterdam-Charloes was een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar weer helemaal vrij. Daar heb je dan ook geen files meer, maar wel een file nog op de omleidingsroute op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar nu een half uur vertraging vanaf Zwijndrecht. Wat verder nog altijd opvalt is die A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, want bij Maren gebeurde eer vandaag een ongeluk. Daar is nu nog altijd één rijstrook dicht door een politieonderzoek. Daar als resultaat een half uur vertraging vanaf Veenendaal. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A28 vanuit Assen naar Zwolle bij hectometerpaal 143,1. En langs de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Grijsoord, hectometerpaal 119,6. Ja, en dan is er een nieuwe update, begrijp ik, van Erik Gmelig-Meili. Die Nederlander die in Lviv zit, in West-Oekraïne. Vanmorgen hadden we ook al contact met hem. Hij was toen bezig om naar een schuilkelder te komen. Klonk niet best. Jan, jij hebt me gesproken een aantal weken geleden. Ja. Zit al jaren in Oekraïne. Ja, het is een Nederlands ondernemer in Kiev die meerdere bedrijven heeft. Heel veel verstand heeft van de IT. Veel Nederlanders in Oekraïne, als ze daar zijn, zitten in de landbouw of in de IT. Ja, hij heeft een Oekraïnse vrouw, hij heeft een zoontje. En hij is gevlucht naar Lviv. Ze hadden de koffer al gepakt om het land uit te gaan. Maar ook daar, in het westen, het uiterste westen van Oekraïne, zijn de knallen te horen. En toen ging hij de schuilkelder in. Ja, dit is, het is gekhuis. Het luchtalarm gaat hier bijna non-stop af. Ons zoontje, die moeten we uitleggen wat een luchtalarm betekent. En dat hij op de grond moet gaan liggen als er hele grote luide knallen zijn. Vanaf dat moment moet je hem dus inderdaad letterlijk gaan confronteren met een oorlog. En die jongen, die is 5, die kijkt me aan en die begint te huilen. En die zegt van, papa, dit kan niet. Letterlijk van, wat is dit? En hij wil per se nu alleen nog maar op de grond liggen. Met zijn armen, met zijn handen op zijn hoofd. Dit zijn travelen die je als ouder niet wil zien. Die je als mens niet wil meemaken. En dit is puur alleen, ja, we zitten nu veilig op een of andere manier, gelukkig. Maar hopelijk blijft dat zo. Ik hoop van ganse harte dat het over een paar uur of zo, dat de eerste wave of whatever, dat we dat dan gehad hebben en dat er een window of opportunity is om te vertrekken. Maar ik heb ook de hele nacht niet geslapen, dus ik begin meer en meer gehaard te worden. Dus dit is hel. Mijn ouders die zijn nog niet eens wakker, dus die krijgen ze ook de schrik van hun leven. Ja, het is onbevattelijk dit. Onbevattelijk. Ik heb er geen woorden voor. Zo. Jeetje, Mina. Wij ook even niet. Erik Gmelig-Meiling, Nederlander in Lviv, in West-Oekraïne. Met zijn verslag van wat hij op dit moment meemaakt daar. Onze Rusland-correspondent Floris Akkerman spreekt ook mensen in Oekraïne. Wij worden ook gebeld door heel veel mensen, onze redactie. Die verhalen hebben, eerste lijnsverhalen van familieleden die daar zitten. Blijf dat vooral ook doen. Maar Floris, jij kan ons meer vertellen over wat jij hoort daar. Want ja, jij kent ook heel veel mensen. Ook jij hebt wel banden met Vorige week daar rondgelopen. Vorige week er rondgelopen, ja. Dus we hebben elkaar veel gesproken. Hallo, Floris. Ja, dan hoopte ik dat Floris Akkerman, onze correspondent, zou krijgen. Maar die kan ik niet horen. Kijk even naar de regie. Floris, ben je daar? Ja, we gaan proberen of we hem even weer te pakken kunnen krijgen. Want kennelijk is de lijn eruit gegooid. Hij zit gewoon in Nederland trouwens. Hè? Floris is daar geweest. Ja, ik ben er. Zat in Kiev. IJzer. Ja, Floris, ik hoor je. Hartstikke goed. Ik ben er.
Ik weet niet of het meegekregen heeft, we net een zeer indringend verslag van Erik Gemenig-Meiling. Mensen schrikken zich toch dood. Hadden nooit verwacht dat het ook in het westen van het land zou zijn. Jij spreekt daar ook mensen. Ik zei al, je hebt roots, bindingen met mensen daar. Die vrienden zelfs van je. Hoe staat het erbij? Ja, ik heb nog contact vanochtend gehad met mensen uit Kharkiv, vrienden uit Pakrovsk, waar ik vorige week zat. En ja, als je die berichten leest, bijvoorbeeld twee berichten uit Kharkiv. Ja, als ik dat even hardop mag lezen. Sinds 4:00 zag ik geluiden en flitsen. Ja, weg is de lijn. De lijn met Kiev is op dit moment beter dan die met Zandvoort. Waar Floris zit. Misschien wel goed voor de mensen, omdat er dus heel veel gebeld wordt naar de redactie, als ik dat mag zeggen, Bas. De ambassade is dus onlangs verhuisd van Kiev naar Lviv. Daar is een trefpunt. Dus als mensen met heel veel familie en als ze vragen hebben, ga naar de site van Buitenlandse Zaken en meld je daar. En die ambassade heeft een rompteam op dit moment. Precies, die zitten er nog. Grote vraag is natuurlijk of ze blijven. Want de Amerikanen hebben al aangegeven, we gaan mogelijk naar Polen en we verlaten het land helemaal. Ja. Maar wend je dan ook tot dat trefpunt aan Lviv? Precies. Floris, je bent weer bij ons, als het goed is, vanuit het verre Zandvoort. Je was even bezig met wat reacties die je gekregen hebt. Vertel. Ja, ik ben wat reacties aan het opvegen van het Kharkiv en Pakrovsk, waar ik de afgelopen weken was. Ja. Oekraïne. Kharkiv ligt 30 kilometer van de grens met Rusland, 50 kilometer van de grens met Rusland. En Pakrovsk ligt ook om de hoek. En als ik daar die reacties hoor, mensen zoals bijvoorbeeld uit Kharkiv, omdat ik via WhatsApp contact heb, die zegt van ja, ik wacht nog even af wat ik ga doen, of ik de stad verlaat. Het is voor mij een onbegrijpelijke situatie en hij hoopt dat het Oekraïnse leger stand houdt. Aan de andere kant is hij ook alweer, schrijft hij, een soort van optimistisch. Ik denk dat alles goed zal komen. De waarheid staat aan onze kant en Poetin heeft niet het eeuwige leven. En ja, zo zijn er ook meerdere berichten uit Pakrovsk bijvoorbeeld. Een jonge studenten die schrijft van ja, ik ben veilig. Vandaag hoorden we in de ochtend 2 tot 3 explosies, dat was verderop. En we gaan naar een schuilplaats als de situatie erger wordt. En ja, dat over luchtalarm, het is verboden om de straat op te gaan. Mensen hebben een koffer klaarstaan om te vertrekken. Maar beseffen ook van, ja, Oekraïne wint nooit van Rusland. Want, schrijft iemand uit het Kharkiv, we zijn te zwak voor hem in vergelijking met hun leger. Ja, dat blijkt. En we horen dus inderdaad ook al. Heb je nog ook reacties van mensen gehoord die inderdaad zeggen dat er wordt gebombardeerd, dat ze inslagen horen, dat ze iets weten over schade? Ja, vanochtend dus een bericht uit iemand uit Kharkiv die schrijft dat om 4:00 zag ik geluid en flitsen van bombardementen. Hm. En dus die zijn al vroeg bij betrokken. Ja. En zijn al op de hoogte. Ik lees berichten, althans niet van schade, maar in ieder geval door je Pakrovsk dat er meteen op het Telegram-kanaal intern van de bewoners een lijst ging met schuilplaatsen waar je naartoe kan gaan als de bombardementen vallen. Ja. Hm. En je ziet wel dat Pakrovsk wat kleiner, dus daar lijkt wat rustiger. Dat vooral gericht de aanvallen op de grotere, belangrijke strategische steden. Duidelijk, dankjewel. Floris Akkerman, die hou ons op de hoogte van wat je verder hoort. En dat moeten jullie ook doen. Je kan gewoon bellen met BNR. We kregen van een beller dienst Oekraïnse vrouwsfamilie in Konotop, 290 kilometer, benoorden Kiev, noordoosten. En haar broer vertelde zojuist over de telefoon dat er ook geluiden van bomexplosies en geweerschoten te horen zijn geweest. Iedereen in blinde paniek is en aan het rantsoeneren geslagen. Ja, het zijn de eerste bewegingen van mensen die inderdaad totaal toch onverwacht een invasie voor de kiezen hebben gekregen. Ja, en dat Konotop, dat is ook niet ver van de Russische grens vandaan, van het gebied waar nu de berichten van komen, dat daar tanks over die grens zijn gegaan. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit soort gevoelens nu hebben. Precies, we krijgen nu ook foto's van ook dat is weer, je krijgt beelden en we krijgen camerabeelden van tanks die over de grens zouden rollen bij de Krim. Allemaal onbevestigde berichten. Het is allemaal ook, dat moeten we goed wegen, welke informatie echt is en welke niet is. Het lijkt er, dat kunnen we wel stellen voor ons nog op, dat de Russen een poging hebben gedaan om alle militaire infrastructuur in Oekraïne uit te schakelen. Van oost naar west. Echt in het hele land. Dus alle militaire vliegvelden zouden zijn geraakt. Wat dat precies een schade betekent. Een aantal staat in brand. Een aantal zou in brand staan. Ja, dat een aantal in brand staat is wel bevestigd. Ja, okay. Daar zullen ongetwijfeld slachtoffers bij gevallen. Hoe zijn gevallen? Hoeveel weten we ook niet. De Russen claimen dat ze er enkele honderden doden gemaakt hebben, geloof ik. Ja, via internationale media werd over honderden doden gesproken. Oekraïne houdt het op dit moment op 7 doden. Maar ja, iedereen is daar net wakker. Nou, en hoe word je daar wakker? En het ontwikkelt zich net. Nou, hoe word je daar wakker? Straks gaan we met iemand spreken die probeert even wat geld te pinnen om weg te komen. Dat wil maar niet lukken. Maar dat doen we na de nieuwsupdate. Op zoek naar IT-experts?
Eclectic is al 30 jaar de verbinder tussen IT-professionals en opdrachtgevers. Gericht op kwaliteit, met een persoonlijke touch. Eclectic. Simply finding the best. Weet jij of je project het wel haalt binnen het gestelde budget? Grip geeft antwoorden. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Grip.com. Grip met dubbel P voor extra grip. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Deze week in de bonus. AH pitloze witte druiven en sabeldruiven op schaal. Tweede gratis. Lu en Liga. 2+1 gratis. Douwe Egberts aroma rood. 2 stuks 8,50. En Ariel, Dreft, Lenore, Always en Oral-B. 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Herken je dat gevoel dat iets je bezighoudt? Op werk of privé. Maar dat je niet weet waar je terecht kunt. Gelukkig werkt mijn werkgever samen met OpenUp en heb ik dagelijks toegang tot online psychologen. Ga naar openup.nl en ontdek waarom steeds meer bedrijven kiezen voor mentaal welzijn. Let's open up. Spaar mee voor de allerhoogste korting op Efteling-tickets. Tot wel €12,50 per ticket. Lekkere van Albert Heijn. Freelance.nl, het freelance platform van Nederland. Kijk op freelance.nl. WP wil in 2050, liefst eerder, energie-neutraal worden. Daarbij ondersteunt BP ook klanten met hun duurzame ambities. Zo helpt BP de Eemons Group te optimaliseren op basis van real-time data. En werkt het met Bosch Rental aan elektrisch laden voor hun klanten. Zo is BP echt samen met de klant onderweg naar een duurzamere toekomst. Lees de verhalen op fd.nl/advertorial/BP. Techbedrijf verkopen? No Monkey Business helpt. Check dreamexit.nl. Elk huis is een eigen merk. Dat vinden wij bij Burbach Roycroft. Exclusive Property Navigator. De makelaar voor exclusieve huizen. Ook kennis maken? Ga dan naar burbachroycroft.com. BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd een handjevol files te melden. Ik begin op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Amersfoort Noord is de weg in slechte toestand. Daar wordt komende weken aan de weg gewerkt. Op dit moment levert je dat een kwartier vertraging op vanaf Voorthuizen. Ook nog altijd oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want bij de afrit Maarn, daar is één reis ook dicht door een politieonderzoek na een ongeluk eerder vandaag. Daar nu 35 minuten vertraging vanaf Veenendaal. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum nog altijd een vrachtwagen met pech. Nu een kwartiertje vertraging tussen Dodewaard en Echteld. En tot slot nog altijd drukte rondom Rotterdam op de A15 vanuit Gorkum naar de Maasvlakte. Bij Rotterdam-Charloes was een ongeluk gebeurd. Weg is nu weer vrij. Daar nu nog een half uur vertraging vanaf Hendrik Eeuw-Ambacht. En mensen zijn aan het omrijden en daardoor is het druk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Zwijndrecht 15 kilometer langzaam rijdend verkeer tot aan knooppunt Terbrechtseplein. Je reis duurt daar in totaal zo'n half uur langer. Verder nog een paar flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Hectometerpaal 236,8. En langs de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft. Hectometerpaal 11,3. 8:58. Ja, we zijn alweer te laat. Nieuwsupdate, hier is Mark Scheurs en de opening van de AIX. Nou, ik durf bijna te voorspellen, die zal wel lager zijn. Nou, dat denk ik ook, Bas. Dat zo. De EU komt met keiharde sancties voor Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen gezegd in een persconferentie. With this package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. And in addition, we will freeze Russian assets in the European Union and stop the access of Russian banks to European financial markets. Von der Leyen heeft hard uitgehaald naar de Russische president Poetin. Ze houdt hem verantwoordelijk voor het terugbrengen van de oorlog in Europa.
En die sancties van de Europese Unie zullen weinig uithalen, zegt historicus en Rusland-deskundige Mark Jansen. Omdat Rusland een enorm reservefonds heeft opgebouwd waarmee ze heel lang kunnen overleven. Dus sancties die hebben een beperkt effect, maar zullen niet een volledig effect hebben. En ze zullen Poetin hier niet voor laten terugschrikken. Na de Russische aanval op Oekraïne is de gasprijs vanochtend met 30% omhoog geschoten. Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit dat land dichtgaat vanwege die oorlog in Oekraïne. Ook de olieprijs is flink gestegen. En Nederland veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste, zegt premier Rutte. Onze gedachten zijn bij het Oekraïnse volk nu Rusland de aanval heeft ingezet, zegt hij. De premier en de meest betrokken ministers komen vanochtend bij elkaar voor spoedoverleg. En ook leiders van Oost-Europese landen die grenzen aan Oekraïne veroordelen de aanval op een buurland. De Poolse president Duda spreekt van een brute, niet uitgelokte en onrechtvaardige Russische aanval. Hij zegt verder dat dit het moment is om de oostelijke flank van de NAVO te versterken. Ook de president van Roemenië veroordeelt de aanval. Het is eerst nog droog. In de loop van de dag regen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Vanavond kans op winterse buien. En zoals verwacht is de AEX inderdaad lager aan de handelsdag begonnen. Een verlies van 1,8% bij een stand van 714 punten. Maar één fonds staat in de plus. Zal geen verrassing zijn. Shell 0,8% erbij. Just Eat Takeaway moet het meest inleveren. Het fonds daalt 6,7%. Ja, en dan zometeen uiteraard alle ontwikkelingen in Oekraïne zijn nu gaande nadat vannacht president Poetin besloot om het land binnen te vallen. Wat gebeurt daar? Wat kunnen we inmiddels tot waarheid bombarderen? En waarvan weten we het nog niet zeker? Hoe moeten we er tegenaan kijken? Wat moeten we sanctioneren? En in hoeverre schieten we ons daarmee zelf in de poot? Zometeen op BNR over een dikke minuut. Heeft u ook een labelprinter? Een ogenblik, ik ga voor u kijken. Morten is ondernemer op Texel. Voor de aanschaf van een nieuw bedrijfspand heeft hij een uitdaging. Hij heeft het koopcontract al getekend, maar zijn oude pand is nog niet verkocht. Een overbruggingskrediet van mogelijk biedt uitkomst. Je hoort zijn verhaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Via bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Alsjeblieft, één labelprinter. We hebben veel meer dan u denkt. 123inkt.nl. Bent u ondernemer en wilt u al uw bezittingen maximaal beschermen? Denk dan aan het oprichten van een BV als beschermende vennootschap. Bestel nu gratis het boek Van Eenmanszaak naar BV op vrbadvies.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Is jouw doelgroep ook zo'n typische BNR-luisteraar? Je weet wel, zo'n hoogopgeleide met een mooie auto die altijd honger heeft naar zakelijk nieuws. Dan is het wel logisch waar je moet adverteren, toch? BNR Nieuwsradio. Bereik alleen relevante doelgroepen binnen B2B, AB1 en HBO+. Kijk op fdmediagroep.nl/BNR en bereik wie je wilt bereiken. Techbedrijf verkopen? No Monkey Business helpt. Check dreamexit.nl. Wat er binnen de vier muren van een bestuurskamer wordt besproken bij het tot stand komen van een fusie of overname, dat weet niemand. Tenzij u de podcast strikt vertrouwelijk op bnr.nl of uw favoriete podcast-app beluistert. Daarin geven John Reinders, Floyd Plettenberg en Ellen Sano u een inkijk in het M&A-proces vanuit het standpunt van de koper, verkoper en de facilitator. Visma Admin Control. Ultimate solutions for decision makers. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven. 6:09, goedemorgen. Het is 24 februari 2022, oftewel de dag waarop Rusland de Oekraïne binnenviel. Vannacht door Poetin aangekondigd en ook meteen de daad bij het woord gevoegd. Wat we nu weten is dat een aantal steden in het land zijn aangevallen. Hij heeft in zijn eerste statement gezegd vannacht dat hij de Donbassregio zou demilitariseren en denazificeren. Dat waren de letterlijke woorden van Poetin. Inmiddels blijkt dat hij ook doorgedrongen is tot het westen van het land. We horen dat er geschoten wordt en gebombardeerd in Lviv, in Kiev, maar ook in het zuiden, in de buurt van Odessa, Mariupol. Eigenlijk door het hele land heen zien we allerlei acties ontstaan. We volgen het hele proces en proberen waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Dat doen we dan met het geweten van BNR zelf. Dat is BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
met Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, en Kees Dorenstein, die naast me zit hier aan tafel. Nou, we zijn uiteraard ook afhankelijk van allerlei mensen die met berichten komen. Dus heb je op waarheid gebaseerde berichten, omdat je familie spreekt, bel even met onze redactie. En dan gaan we kijken of we die reacties kunnen meenemen straks. Want dan horen we echt vanaf de grond wat er gebeurt daar in Oekraïne, maar ook hoe het voelt. Want mannen kunnen één ding stellen, humanitair gezien is het natuurlijk een drama. Je woont daar met vrouw en kinderen, je hebt een baan, het ging allemaal goed, er komt dreiging ineens vanuit Rusland. En je wordt op een nacht wakker en verdomd, het is zo, de Russen komen binnen. Ja. Narigheid. Ja, de buitenlandminister van de Oekraïne heeft ook expliciet op Twitter, een van zijn eisen was ook dat er humanitaire hulp komt vanuit het Westen, juist vanwege deze reden. We gaan even naar het financiële, want dat is wel interessant. Want jij vertelde dat net, Kees, volgens mij. Want de Oekraïnse bankpresident heeft gezegd, we doen voorlopig helemaal niks. Je kan geen geld meer pinnen, geen cent. Nee, exact. Dat meldt Reuters net, dat hij gezegd heeft dat het geband is. We hoorden net al verhalen, ook via Geert-Jan, dat mensen niet konden pinnen. En ja, als je überhaupt naar het financiële plaatje krijgt. Kijk, dit is dan in Oekraïne zelf. Als we even de beurzen erbij pakken. De beurs in Rusland, de RT-SI-graadmeter in Moskou is 14% lager geopend. De Hang Seng 3% in de min. De Nikkei 1,8% in de min. Je hoorde het net al van de AEX. Uh-huh. Bitcoin onder de $35,000. En wat zie je dan stijgen? De prijs van een vat Brentolie boven de $100. De goudprijs is op het hoogste niveau in meer dan een jaar. Vluchtkapitaal, hè? Exact, 1,7% gestegen. En als je dan kijkt naar de prijs van aardgas, ook bijna 30% omhoog gegaan. Dank je. Dat wel zo is inderdaad. Dus geld pinnen in Oekraïne kan niet meer. We gaan even naar Jeroen Ketting. Die is ondernemer van de Lighthouse Group en die woont in Moskou. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want jij staat in Moskou dus. En ook even bij de bank om geld op te nemen. En ook dat lukt niet echt. Ik sta letterlijk in de bank. Alle Russen zitten nu, kijken nu in één keer naar mij om. Van, wat spreekt die man een rare taal? Is dat nu de vijand? Ja. We staan in de rij, maar ik sta achter bankmedewerkers die hun eigen geld nog hier aan het ophalen zijn. Oh. Dus het is, dit is al de tweede bank die we afgaan. Omdat bij de eerste bank was er al geen geld meer. Mm-hmm. Dus dus Russen die zijn echt aan het rennen en vliegen om cash geld in de zak te hebben. De roebel ondertussen die gaat ook in vrije val. Ja. Dus, waarom doen de Russen dit? Want je zou kunnen zeggen, de Russen die vallen een land binnen. Is er zo weinig fiducie in de slagkracht van het leger van Rusland dat ze een bankrun organiseren? De Russen hebben in de afgelopen 30 jaar meerdere malen een bankrun meegemaakt. Ja. Voor veel mindere redenen. En de Rus weet gewoon van, oké, het is nu even, nu gaan we in de overlevingsstand. Dus moet je cash geld hebben. En wat met die banken gebeurt, dat weten we niet. Daarbij is het zo, ik zit nu in de VTB-bank. Dat is een staatsbank. En die staat ook op het lijstje om slachtoffer te worden van de sancties. Dus dat is een reden voor de Russen des te meer om snel hun geld ervan af te halen. Ja, en als we dan even kijken naar de private banking klantjes, zal ik maar even zeggen, van zo'n bank als de VTB. Die hebben natuurlijk al lang eigen voor het geld gekozen en het geld weggesluist. Of zie ik dat verkeerd? Dat staat fijn in de belasting. Nou, we zijn een private banking klantje van de VTB. Kijk dan. dus we hebben VTB-privilegie. Ja. Dus VTB-privilege. En als gevolg daarvan hebben we het redelijk snel allemaal kunnen doen. Ja. En staan we nu ook letterlijk voor de kassa te wachten. Er staat nog één iemand voor ons om ons geld ervan af te halen. Maar er staan hier ook aan de andere kant van de bank staan omaatjes en opaatjes in gigantische rijen. Ja. En die staan... Je hebt wat meer moeite. Die staan achter lege pinautomaten. Ja. Nou, hou je straks dus cash geld op of sluis je door naar een Nederlandse rekening? Hoe gaat dat? Wat gaat er op een gegeven moment een grote zak onder de matras slapen zoals veel Russen? Nou, nee, weet je, in dit soort gevallen is toch cash is king. Dus, ik hou het cashgeld in mijn oude sok. Ik zal niet precies zeggen waar op de Nederlandse radio. Daar luister ik ook Russen mee waarschijnlijk. Dus gewoon cashgeld in je zak. En de roebels, hè, want we hebben ook veel roebels natuurlijk. Ja, die worden met de seconde minder waard. Ja, zeker. Nog even de totaal andere vraag, maar daar moet je ook zicht op hebben. Want het is, neem ik aan, het gesprek van de dag, deze inval in Oekraïne. Hoe reageren Russen om jou heen? Ook je collega's, medewerkers? Ja, heel laconiek eigenlijk. Ik sprak net naar heen en weer te appen met een vriend van mij, die is politieagent. En die noemt dit. Die zegt van, nee Jeroen, dit is geen oorlog, je begrijpt het niet. Het is een antiterroristische operatie. En ik sta nu letterlijk, ik ben net overigens in de rij voor de...
Ik denk dat Jeroen aan de beurt is. Jeroen valt even. Geld kan hij ophalen. Ik hoor het belletje. Ja, zijn oude sok moet toch gevuld worden wat dat betreft. Zo, ineens weg. Dat is jammer. Nou, Jeroen Ketting vanuit Moskou dus in de bank daar. Nou, er is inderdaad sprake van een bankrun. Dat kunnen we stellen. En we komen er waarschijnlijk nog over te spreken dat ook president Zelensky van Oekraïne zijn toespraak vannacht grotendeels in het Russisch heeft gehouden en een oproep heeft gedaan aan de Russen om zich eigenlijk tegen Poetin en wat er gebeurt te verzetten. En dat is ook wat op de wat een belangrijk aspect nog is om toe te voegen aan het verhaal dat Jeroen ongetwijfeld net wilde houden, dat niet bij iedereen aansluit. Nee, precies. Dat zien we dan wel met zo'n bankrun. Dit moet een enorme klap gegeven het bedrijf. U zei het al, de gaspijpleiding door Oekraïne, Jamal, die stoot 30% minder uit. We zien inderdaad wat Kees al zei, de koers van de energie enorm oplopen. Beurzen krijgen klap na klap. Het is niet voor de inflatoren druk in ons land een heel goed verhaal geweest. En dan zou je bijna kunnen zeggen, ja, goed voorbeeld doet volgen wanneer gaan wij onze centen van de bankrekening afhalen. Ja, nou, wij hebben gelukkig een deposito-garantiestelsel. Dus tot 100.000 euro. 110 geloof ik, ben je gedekt. Oh, okay, ben je gedekt. Precies. Ja. Ja. Oh, dan moet ik er toch nog even wat extra's afhalen. Ja, precies. Oké. Nou ja, je weet heel. Er zijn heel veel mensen ook vanwege de negatieve rente die als ze meer hebben dat over verschillende rekeningen verdelen. Ja, exact. Ja. Ja, exact. Ja. Maar dat zal bij ons niet zo heel snel gebeuren. Dat is overigens pas tamelijk recent, pas tijdens de financiële crisis. Ja. Toen kwam eindelijk pas dat deposito-garantiestelsel tot stand. Ja. Het is voor een economie gevaarlijk, maar ik denk dat Jeroen gelijk heeft. Ze zijn laconisch, het komt vaak voor. Het zit in Rusland een beetje ingebakken. Jawel, en er zit ook een andere kant aan. Ja. In de tijd van het communisme waren gewone banken in feite verboden. Er bestond geen beurs, want speculatie was in strijd met de communistische leer. Ja. En in die tijd, ik heb dat destijds ook nog wel gezien, gingen mensen echt elke maand met een plastic zak eerst langs de huurbaas om af te rekenen. Ja. Dan langs de telefoondienst, dan langs het gasbedrijf, allemaal om af te rekenen. Allemaal contant. Ja. Het voordeel daarvan is dat het land gewoon nooit een schuld heeft opgebouwd. En dat draagt mede bij tot die 600 miljard. Die nu op de bankrekening staat. Dus precies. Het is een van de weinige landen in de wereld met een kolossaal overschot op zijn lopende begroting. Absoluut. En dus kunnen ze zich een hoop veroorloven. Zeker. Dan even naar een heel ander aspect wat er voorbij zijn gekomen. Polen en de Baltische Staten die hebben gezegd, we gaan artikel 4 van het NAVO-verdrag inleveren. Op consultaties gaan we houden. Leg eens uit, Bernard, wat doet dat precies? Nou, wij praten heel vaak over artikel 5. Hè? En daar staat, een aanval op één van de leden van de NAVO is een aanval op alle. Dus ze hebben verplicht om elkaar tegemoet te komen. Artikel 4 is een opmaat daarnaar. En dat luidt dat bij ernstige situaties één of meer van de leden de NAVO-raad bij elkaar kunnen roepen voor consultaties. Wat gaan we doen? Wat wordt onze strategie? Ja. En dat artikel 4 is heel belangrijk. Het wordt wel eens meer ingeroepen, maar we hebben het er eigenlijk bijna nooit over. Mm-hmm. Dus een mooie aanleiding. Ja. Maar het betekent ook dat Polen is, geloof ik, een van de aanvragers. Ja, Polen en de Baltische Staten. En de Baltische Staten, die hebben groot gelijk. Want die zitten ernaast. Ja, die zitten ernaast. Ja. En het is ook heel belangrijk dat die NAVO-raad bij elkaar komt. Want ze roepen wel allemaal, we zijn solidair met elkaar, we staan allemaal achter Oekraïne. Wat betekent het letterlijk voor de NAVO? Ja. Wat moet de NAVO doen? Waar moeten ze zich strategisch op voorbereiden? Welke wapens moeten ze waar gereed houden als het misgaat? Nou, dat is artikel 4. Duidelijk, dankjewel. We gaan eventjes kort naar Tim Schaap van de ABB om te kijken hoe het erbij staat op de A4, zou ik maar zeggen. Of op andere wegen. Op de A4 gaat het best goed. Daar wordt wel geflitst op de A4, maar daar kom ik zo bij. Ik begin namelijk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Dat is deze ochtend wel een beetje een pijnpuntje. Bij de afrit Maarn gebeurde namelijk een ongeluk met een bestelbusje en een auto. En daar is al geruime tijd een flinke file te vinden. Door een politieonderzoek is daar namelijk één rijstrook open. En ook is de oprit daar nu niet te gebruiken. Hou daar nu rekening met ruim een uur vertraging vanaf Veenendaal West. En wel goed nieuws over de A15 vanuit Gorkum naar de Maasvlakte. Want bij knooppunt Vaanplein was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Nu nog ongeveer 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Nou, dan nu toch naar de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want bij Zoetewoude Rijndijk wordt geflitst. Hectometerpaal 29,5 om precies te zijn. En er wordt ook geflitst op de A10 vanaf knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij hectometerpaal 4,0. Ja, we zijn uiteraard de ontwikkelingen in Oekraïne en rond Oekraïne op de voet aan het volgen. Kees, er is inmiddels nieuws. Drie kwartier heeft premier Boris Johnson gesproken met zijn Cobra Committee. Dat is een veiligheidscomité van de Britse regering. Dat zijn alle meest in aanmerking komende ministers om te praten over acties. Wat zegt
Hij. Ja, nou, Boris Johnson heeft nog niet gereageerd. Oh. Maar ik verwacht eigenlijk dat het gesprek nog gaande is. Maar dan zie je vaak dat Sky News andere ministers spreekt die natuurlijk nauw in contact staan met die vergadering. De Britse onderminister van Buitenlandse Zaken zegt tegen Sky News, James Cleverly, is dat, ook de BBC meldt dit trouwens, dat er de zwaarste sancties uit de geschiedenis van Groot-Brittannië richting Rusland gaan komen. De grootste en zwaarste sancties die Rusland ooit heeft gezien, zegt hij tegen Sky News. Die sancties zouden vandaag ingaan en de komende dagen zullen er meer bijkomen en zal er in golven meer bekend worden, zegt hij. Hij vertelde dat tegen BBC Breakfast dat de Oekraïners moeten weten dat het Verenigd Koninkrijk achter hen staat. Oké, en dat is iets wat we ook horen uit andere landen. Ursula von der Leyen kwam vanmorgen om 8:30 met een verklaring dat er vandaag nog een heel pakket sancties zal worden goedgekeurd. Als Biden het goed heeft is. Het ook gezegd. Unaniem, Biden heeft dat ook gezegd. Dus wat dat betreft, Rusland mag zomaar. Maar dan duurt het nog even. Het is inderdaad, zoals Bernard eerder zei in de uitzending, het is niet zo dat je de knop omzet en is de bank dicht. Nee. Daar moeten wel allerlei administratieve processen voor, afspraken voor worden gemaakt, systemen uitgezet, aangeschakeld. En ook zorgen dat je daarbij je eigen systemen niet frustreert. Zeker. Maar dat zou een beetje lastig zijn. Nee, we hoorden gisteren inderdaad ook dat de banken nu een lijst hebben. Die hebben ze dan gisteren, einde van de dag, een beetje gekregen. En daar moeten ze mee aan de slag. Ja. Maar ze kunnen niet zomaar één knop omzetten. Dat moet gewoon per bank, moet dat uit al die systemen, moet dat dan geblokkeerd worden. Dat hoorden we gisterochtend ook. Gelukkig hoeft de Nederlandse Belastingdienst dat niet uit te voeren. Want dan was het niet gelukt voor 2025. Het is een heel gemerkt grapje. We gaan even naar de Nederlands-Oekraïnse schrijfster Lisa Weda, die vorig jaar met haar boek Alexandra debuteerde. Een familiegeschiedenis die ook eigenlijk de geschiedenis van Oekraïne goed laat zien. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt familie niet alleen in de Donbass in Oekraïne, maar ook in Odessa. Dus in rebellengebied, ook in het meer westerse deel. Hoe heb je ze gesproken? Hoe gaat het met je familie? Ik heb net een bericht gestuurd via Instagram message naar mijn nicht in de Donbass, in Lugansk, waar ik altijd al mee in contact ben geweest. Afgelopen jaren ook gewoon, maar het laatste bericht was van gisteren. En ze zei, het gaat vooralsnog goed, we zijn erg het is een stressvolle situatie. Je oud-tante, mijn oud-tante, die zitten vooralsnog altijd alleen maar in de schuilkelder om veilig te blijven. Dat was het laatste bericht daarvan. Hm. Ik heb haar net een bericht gestuurd. Ze heeft het net gezien, zie ik, maar ik heb nog niks teruggehoord. Nee. De vraag hoe het met haar gaat nu en of ze ook verhalen van de mensen daar wil delen met mij. Want ik denk dat dat belangrijk is. Ik hoor net heel veel gesprekken over geld en banken. Ik ben toch altijd het meest bezorgd van de mensen. En de oom en familie in Oekraïne, nu zeg ik dan toch Oekraïne, maar het is allemaal Oekraïne. Ja. In Odessa, die zijn veilig, was het antwoord van mijn oom vanochtend. Hm. While alive, we are thinking what to do. Dat lijkt me helder genoeg. Ze zijn aan het nadenken wat de volgende stappen moeten zijn. En mijn vraag is vooral aan hen van zorg dat je veilig blijft en laat het me weten waar je naartoe gaat en wat de volgende. Ik weet niet of zij bijvoorbeeld de stad gaan verlaten, want daar is vanochtend in Odessa ook wel gebombardeerd. Dus dat is erg dichtbij. Absoluut, daar komt het heel dichtbij. Als je kijkt naar zo'n conflict in dit land. We hoorden Vladimir Poetin een paar dagen geleden zeggen, dat land, Oekraïne is eigenlijk geen land. Dat is een stuk van, dat is een onderdeel van Rusland en dit is altijd zo geweest. Als je kijkt naar de geschiedenis van Oekraïne, is dat dan te plaatsen, zo'n opmerking, of is het volslagen onzin? Ja, dit is de vraag die ook in mijn roman speelt. Dan kunnen we terug naar iets wat heel lastig in een aantal zinnen uit te leggen is op de radio. Ja. Dat is Kiev van Rus. Mm-hmm. Een moment in de geschiedenis. En ik weet ook echt, mijn god, niet wanneer, heel lang geleden. Ja. Ik denk het jaar 900, ergens rond die tijd. Waarvan wordt beweerd dat de start is van al die grote rijken. Ook wel Oekraïne, ook wel Rusland. Iedereen heeft daar een soort van dibs op. Iedereen zegt, dit is de start van Rusland, dit is de start van Oekraïne. En daar wordt nog altijd veel over gediscussieerd. Dus het is vooral een historische discussie waar steeds op wordt teruggegrepen. Ook als we kijken naar de annexatie van de Krim. De Krim werd in de jaren 50 of 60 door Khrushchev teruggeschonken aan Oekraïne. Maar daarvoor was het van de Russen te schaken. Zo wordt er de hele tijd een soort van achterwaartse retoriek gebruikt. Spin om maar dingen te kunnen doen. En ook te legitimeren eigenlijk. Ja. Maak je zorgen over de familie daar? Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, ik ben vooral... dit is een achterlijke situatie. En ik had heel erg gehoopt... en ik denk iedereen met ons... iedereen in Nederland ook, maar mijn familie vooral... dat het niet uit de hand zou lopen. Het is al 8 jaar uit de hand aan het lopen, maar dit is... dit is een next level acties waar ik niet... Nee, daar, hier had ik echt nooit aan gedacht. Nee, dankjewel. Lisa Weller, schrijfster van het boek Alexandra. Crypto-update. Nou, die crypto-update van Herbert Blankenstein. Herbert, wat mij betreft gooien we het hele schema overboord... en gaan we het hebben over de crypto die ongelooflijk... de bitcoin die geweldig naar beneden zakt... ja. Door de actie van Poetin in Rusland, hè? Nou, het valt mij nog mee, hoor. Er is een procent of 10 af, minder eigenlijk, van 38.000 naar 35.000. Oh, maar 10%. Dat is toch hartstikke veel, Bernd? Ja, voor crypto-begrippen is dat heel matig. Dat is wel eens erger geweest, hoor, in het afgelopen jaar. Ja. Er zat natuurlijk al heel veel verwachting ingeprijsd. Maar ik hoorde net ook zeggen, cash is king. Als je iets makkelijk en snel in gewone pegels kunt omzetten... is het wel bitcoin, dus dat wordt gedaan. Ja. En de bitcoin overreageert ook altijd. Mensen die gaan verwachten dat de koers zakt... of die merken dat de koers zakt, die verkopen gauw nog even. Bots komen dan in het spel, weet je wel. En automatische verkooporders om verlies te beperken. Ja. Dus dat maakt de ingreep vrij sterk. Maar nogmaals, voor crypto-begrippen is het eigenlijk vrij redelijk. Nou zal iedereen zich afvragen verder. Van, kan dit nog verder naar beneden onder het sentiment in Oekraïne? Inderdaad, mensen die nu zeggen cash is king of naar goud uitwijken... hun bitcoins afscheid van nemen, een plas bitcoins weggooien. Kan het niet nog veel lager? Ja, het kan best nog lager. Wat heb ik de afgelopen tijd gehoord? Tot in de buurt van de 20.000, zeggen de grootste pessimisten. Mm-hmm. Maar als ik me afvraag van wat voor ontwikkelingen kunnen er nog zijn... die mensen nog meer de stuip op het lijf jagen, dan weet ik het even niet. Want een grondoorlog, dat is wel ongeveer de limit, toch? Ja. Dat hoop ik dan maar. Oké. Nog even kort naar iets anders. Want twee directeuren van crypto-exchanges liggen onder vuur in Canada. Wat hebben die misdaan? Ja, nou, het is de nasleep van het truckersprotest. De Canadese regering probeert nou de vingers te krijgen... achter de crypto-donaties aan de truckers. En twee CEO's van exchanges hebben... Brian Armstrong van Coinbase, Jeremy Powell van Kraken zijn het. Die hebben iets bijzonders gedaan. Ze hebben hun eigen diensten afgeraden. Powell heeft gezegd, als je hier zorgen over maakt... laat je crypto dan niet bij een exchange staan... want die kan je niet beschermen tegen regeringsingrijpen. Zoals Canada nou doet. En ze raden dus wallets aan die je zelf beheert. Dus geen diensten waarvoor je moet inloggen op het web. En het nieuws is dan nu dat de toezichthouder... op de financiële sector in Ontario... de tweets van deze twee directeuren hierover... ter beschikking heeft gesteld aan de politie in de staat. De Ontario's Securities Commission... die vindt dat de noodverordening rond de truckersprotesten hiermee wordt overtreden. Mm-hmm. Omdat het een tip is hoe je onder de sancties van de overheid uit kan komen. Of er nou ook vervolging komt, weet ik niet. Maar het is wel een hele duidelijke waarschuwing. Okay. Dan, Herbert ten slotte, wat heb je in de CryptoCast deze week? CryptoCast, die gaat over de rol van cryptobeurzen en andere partijen die graag je coins voor je bewaren. Een van de mooie eigenschappen van crypto is dat je geen centrale bank nodig hebt, geen centrale partij nodig hebt als bijvoorbeeld een bank. Maar langs de omweg komen die dus toch wel in het spel. En wat is dan veiliger, zelf doen of een professionele partij? We praten erover met Lucas Wensing van onze sponsor Amdax en Martijn Wismeijer van General Bytes. En dat is een fabrikant van Bitcoin geldautomaten voor als je cash nodig hebt. Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de CryptoCast te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of je favoriete podcast-app. Terug naar... Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Alleen voor de serieuze crypto-belegger. De Ochtendspits. Bas van Werven. Ja, ik was meteen begonnen met pinnen uit de kennis die hier aan tafel zit. Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator. We gaan zo weer uitgebreid verder praten. En we trekken deze uitzending gewoon door tot we wat meer weten, Kees. Tot een uur of 12. Tot 12 uur gaan we zeker absoluut. Door, inderdaad. Ja, kort één reactie. Eén reactie, want Lukashenko heeft gereageerd. Lukashenko van Belarus. En hij zegt dat zijn land en zijn militairen en strijdkrachten... Ja, op dit moment niks te maken hebben met de Russische militaire operatie in en tegen Oekraïne. Nee, maar dat wil nog niet zeggen dat de Russische militairen die daar gelegerd zijn, dat die niet bezig zijn. Ook niet. Nee, hij praat alleen over zijn eigen kennis. Ik zat te wachten op deze aanvulling. Ja. Precies, meneer Haskashenko. Mijn naam is Haskashenko. We zijn er zo meteen met de laatste ontwikkelingen uit Oekraïne. Met het online boekhoudprogramma van Yort wordt boekhouden gewoon leuk. In nog geen 10 minuten per maand doe je de hele administratie. Ga naar yort.nl. Yort met dubbel T.
droge huid houdt van zacht. De kwetsbare huid houdt van zacht. De oudere huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Probeer Jort nu 30 dagen gratis. Ga naar jort.nl, Jort met dubbel T. Woehoe! Iedere huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Aquacel is partner van het Huidfonds. Techbedrijf verkopen? No Monkey Business helpt. Check dreamexit.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Inmiddels besteden steeds meer bedrijven security management uit aan Noordweef. Daarom zoeken we security en privacy officers. Met een team van experts achter je en voor organisaties die informatiebeveiliging serieus nemen, kun je meer impact maken. Wil je ontdekken waarom je liever voor Noordweef werkt? Ga dan naar noordweef.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Zaken doen. Thomas van Zeil. Om 12 uur spreek ik met Maarten Edixhoven, topman van Lanschot Kempen. Private banken zijn op overnamepad. De markt consolideert en een overname kan helpen om snel te groeien. Hoe zorg je ervoor dat je de grootste wordt? Luister om 12 uur naar BNR Zaken doen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Wil je leren om effectiever te communiceren in een korte tijd? Volg een training bij Lo van Eck en leer in één dag scorende offerten schrijven. Of heldere e-mails, boeiende blogs. Kies uit 30 trainingen op lovaneck.nl voor €595. Ja, zo'n brief, die WOZ-aanslag, dat geloof je toch gewoon? 1 op de 5 mensen betaalt ruim €200 te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Betaal je niet blauw. Ga naar eerlijkewoz.nl. Effectiever communiceren? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lovaneck.nl. Je ziet ook de enorme effecten die de klimaatverandering heeft. Er liggen grote vraagstukken. Daar zijn we als kabinet ook volop mee bezig. Heel goed, Mark. Maar mag het allemaal wat sneller, alsjeblieft? We hebben geen tijd meer te verliezen. In het nieuwe BNR Duurzaam hoor je concrete oplossingen voor een duurzame wereld. Elke maandag tussen 3:30 en 4:30 en altijd online BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Nog een klein handjevol files te melden. Ik begin op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaak hebben we nog altijd last van die voeg. Daar is het wegdek in slechte toestand. Komende weken wordt er aan de weg gewerkt. Op dit moment ongeveer een kwartier vertraging vanaf Voorthuizen. Ook nog altijd een afsluiting op de A12 vanaf Arnhem naar Utrecht. De oprit bij Maarsberg is namelijk dicht. En er is op de weg zelf maar 1 rijstrook open. Komt daardoor een politieonderzoek na een ongeluk eerder vandaag. Vertraging is er zo'n 20 minuten. En tot slot een opmerkelijke file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Rotterdam-Noord, de afslag daar, is een vuilniswagen zijn lading verloren. Hou daar nu rekening met extra reistijd, want daar is slechts 1 rijstrook open. Je vertraging is daar bijna 30 minuten vanaf Schiedam. Tot slot nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Hectometerpaal 237,0. En langs de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord. Hectometerpaal 119,6. 10:58 en vliegenvaart gaan we naar de nieuwsupdate. Maud Schreurs. Goedemorgen. Rusland beweert dat de Oekraïnse luchtverdediging en luchtmacht zijn uitgeschakeld bij de aanvallen die president Poetin is begonnen. Russische militairen zouden oprukken in het oosten van Oekraïne. Daar zijn al zeker 7 doden gevallen, zeggen de autoriteiten in Kiev. In veel steden zijn explosies. De Oekraïnse president Zelensky heeft de staat van beleg afgekondigd en daarmee wordt het oorlogsrecht van kracht. Voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie heeft zware sancties bekendgemaakt voor de Russische inval in Oekraïne. Onder meer de toegang voor Russische banken tot de Europese markt wordt stopgezet. Ook worden Russische tegoeden in de EU bevroren. Ondernemer Jeroen Ketting van Lighthouse Group woont in Moskou en daar is een run
op de banken ontstaan. We staan in de rij, maar ik sta achter bankmedewerkers die hun eigen geld nog hier aan het ophalen zijn. Dit is al de tweede bank die we afgaan, omdat bij de eerste bank was er al geen geld meer. Ja, dus Russen die zijn echt aan het rennen en vliegen om cashgeld in de zak te hebben. De roebel ondertussen die gaat ook in vrije val. Dus het is een mooi feest vandaag. Van der Leyen houdt Poetin verantwoordelijk voor het terugbrengen van de oorlog in Europa. Ook de Amerikaanse president Biden heeft zware strafmaatregelen tegen Rusland aangekondigd. En ook het kabinet en de Tweede Kamer willen snel nieuwe sancties tegen Rusland. Minister Hoekstra van Binnenlandse Zaken zegt dat het land een zware prijs gaat betalen voor de inval in Oekraïne. En NAVO-chef Stoltenberg noemt de Russische aanval op Oekraïne roekeloos en heeft hem sterk veroordeeld. Volgens hem heeft Rusland ondanks vele waarschuwingen een weg gekozen van agressie tegen een soeverein en onafhankelijk land. Stoltenberg roept Rusland op de militaire operatie in Oekraïne onmiddellijk te stoppen. Eerst nog droog, in de loop van de dag regen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. En vanavond is er kans op winterse buien. De AEX in Amsterdam staat nog altijd lager, een verlies van 2,6% bij een stand van 709 punten. Zometeen gaan we hier verder bijpraten over wat er allemaal in Oekraïne zich aan het ontwikkelen is. De reacties uit het buitenland. We kijken uiteraard naar de humanitaire zaak. Mensen die op de vlucht slaan. Dat is althans het bericht wat we zo'n beetje krijgen hier. We praten hier in de studio nog door. Tot 12 uur sowieso. Bernard Hammelburg zit naast me in de studio. Geert-Jan Haan, ons Europa-verslaggever. En Kees Dorenstein. We zijn er met een minuutje. Look dressed and feel relaxed met de Easy's van Mr. Marvis. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Bestel nu op mrmarvis.com. Herken je dat gevoel dat iets je bezighoudt, op werk of privé, maar dat je niet weet waar je terecht kunt? Gelukkig werkt mijn werkgever samen met OpenUp en heb ik dagelijks toegang tot online psychologen. Ga naar openup.nl en ontdek waarom steeds meer bedrijven kiezen voor mentaal welzijn. Let's open up. Bestel de Easy's van Mr. Marvis nu op mrmarvis.com. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen. Leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Techbedrijf verkopen? No Monkey Business helpt. Check dreamexit.nl. Straks praat ik in Wereldveroveraars met De Boer Group. Een oer-Hollands familiebedrijf in de transportsector. Met vestiging in Polen en China. Maar de grootste cultuurschok was voor hen, jawel, Frankrijk. Wat juist Frankrijk zo moeilijk maakt, hoor je straks om 14:30 in Wereldveroveraars. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. Onbeperkt online leren voor jou en jouw organisatie. Skillstown biedt organisaties een eigen gepersonaliseerd leerplatform vol online trainingen. Vraag een gratis demo aan op skillstown.nl. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals pannen van onder andere BK met tot 30% korting. En babyproducten van onder andere Philips en Tommy Tippy met tot 15% korting op de adviesprijs. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Bergen. Ja, een doorgetrokken ochtendspits na de ontwikkelingen van vannacht. President Poetin heeft een inval gelast in Oekraïne. En we krijgen steeds meer berichten daarbij dat hij niet alleen maar de Donbassregio aangevallen heeft, maar dat hij ook op andere plekken in het land aanvallen heeft gedaan. Bijvoorbeeld op de militaire infrastructuur, militaire vliegvelden en dergelijke. En hij kwam zojuist met een persconferentie, Kees. Nee, Poetin, dit is de persconferentie van Poetin van vannacht. Oké. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Nou, en dan kijk even naar Gert-Jan, die spreekt Russisch namelijk. We zijn een speciale militaire operatie in de Donbass gestart. Ja. En in Oekraïne, om Oekraïne te demilitariseren. Hm. En wat je niet hoort in dit fragment is dat hij ook zegt om dat neofascistische, nazistische regime in Kiev in feite tot ten val te brengen. Maar hij zegt dus inderdaad van, dat is dat beetje dat frame, dat we de Donbass in gaan vullen omdat de mensen uit de Donbass het gevraagd hebben. Dus hij heeft het niet over Lugansk en Donetsk, maar direct over
die hele regio. Maar dat is al die jaren bij al die bevroren conflicten het mantra van Poetin geweest. Als er etnische Russen in gevaar zijn en dat uitspreken, dan heeft hij het recht om hen te beschermen. Precies, dan is hij de patron. Mooie frame. Maar dat van die naties en dat fascisme, dat hebben we het ook al over gehad, Geert-Jan en ik. Dat is fascinerend, want hoe komt dat nou? Dat heeft te maken met de periode van Stalin. In de jaren 30 heeft hij een groot deel van Oekraïne uitgehongerd. En er zijn naar schatting iets van 5 miljoen mensen gekrepeerd van de honger. Ja. Dat was de periode waarin ook het nationaal socialisme in Duitsland ontstond. En dat hebben heel veel Oekraïners toen omarmd. Dat zagen ze als een soort redder in nood. Hitler was een soort verlosser voor ze. Redder in nood. Dat je ook zoveel Oekraïnse kampbeulen had in concentratiekampen. Dat komt daardoor. En Russen hebben, daar hebben natuurlijk de huidige Oekraïners hebben daar 0,0 mee te maken. Ja. Dat heeft nog heel lang geleden afgespeeld. Maar de Russen hebben een enorm hang-up, zal ik maar zeggen. Die leven nog heel erg met de Tweede Wereldoorlog. Ja. En als Poetin het heeft over die fascisten, dan gaat het om over dat verhaal. Precies, en dan weet elke Rus wat hij bedoelt. Mag ik daar één ding aan toevoegen? Want dat soort verhalen zal de komende uren en dagen ook gaan spelen. Dan zal het Kremlin en zullen die rebellen weer aangeven van, nou, zie je wel, er komen weer allerlei particuliere bataljons, neonazistische bataljons vanuit Oekraïne. Heeft ook te maken met als Oekraïne, dat moet je eens voorstellen, als Nederland wordt aangevallen, maar als Oekraïne wordt aangevallen, vind je het gek dat je dan ineens radicalere bewegingen hebt? En vind je het logisch dat er op het moment dat er relatieve rust is, dat het allemaal wat gematigder is? Dat speelt natuurlijk ook enorm mee. Ja. En we hebben discussie over dat neonazistische deel gehad, Bernard en ik, omdat ik ook van mening ben dat Poetin dat heel graag vooral in zijn retoriek gebruikt en eigenlijk meer imperialistisch natuurlijk hier optreedt dan dat hij puur antifascistisch is. Nee, natuurlijk. Het is dit de frame om inderdaad te rechtvaardigen dat hij een hele land aanvalt. Want laten we even duidelijk zijn. Hij praat dan in die speech over de Donbass-regio. Inmiddels heeft de actualiteit hem achterhaald. Want er worden ook gewoon aanvallen in de rest van het land gedaan. En hij maakt nu eigenlijk af wat in 2014 natuurlijk in gang is gezet. Ja, dat is ook belangrijk. Met de inname van de Krim. Ja. Maar ook in 2014 zei Poetin ook al, ik begrijp niet waarom die westerse politici op daar dat Maidanplein staan te dansen doen met fascisten. Ja. Wat doen ze daar? Ja, precies. Ja. Nog eventjes naar, want ik zei het al, de operatie, de militaire operatie is veel groter dan alleen in de Donbassregio, want ook steden als Lviv, Kiev worden aangevallen. Kees, je kwam nog een verslaggever tegen in Kiev van de BBC inderdaad. En die is verslag aan het leggen op het moment dat het luchtalarm daar afgaat met de roep vanwege die aanvallen. Die Russia claims that it's targeting military installations, but certainly many people in this country are extremely fearful because the invasion, the attack that Russia promised would never happen, has now started. And the Ukrainian government is urging people to stay calm, and it's appealing to the international community to stop President Putin now. Ja, en dat luchtalarm, dat horen we eigenlijk door heel Oekraïne. Tenminste, we krijgen nu verslagen daarover dat in heel Oekraïne is gebeurd. Het zou zo zijn dat de Russen met name de militaire infrastructuur, dus vliegvelden, hebben geraakt. De echte airfields van het leger. Ja, dat zou het doel zijn, Bas. Het verontrustende is alleen dat ook de eerste berichten binnenkomen over burgerdoeleinden die zijn getroffen. Burgerdoelen. Ja, dat is geen doeleind, want het was onbedoeld. Precies. Het was onbedoeld. Burgerdoelen zijn getroffen. Maar dat gaan we verifiëren. Ja, in ieder geval, daar zou van alles zijn. We hebben het al eerder gehad, Bernard, over de opstelling van de Turken. Die is interessant. Het is het tweede grootste NAVO-land. Het is een land wat ook wel eens vrijjaartjes heeft gehad met Poetin. Erdogan is ook een autocraat die af en toe wel eens wat tegen heilige huizen schopt. Heeft zijn rol gepakt destijds in het conflict in Irak en Syrië. Russische wapensystemen besteld. Maar het is een beetje een haat-liefde-verhouding. En we zeiden, er komt eigenlijk weinig reactie. Maar er is nu toch wel een reactie vanuit Turkije gekomen. Nou, in elk geval heeft, als ik het goed begrijp, Oekraïne aan Turkije gevraagd om te helpen bij het implementeren van de overeenkomst van het verdrag van Montreux. Dat is uit 1936. Dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Maar dat geeft Turkije het toezicht over de Dardanellen, zeg maar, en de Bosporus. En heeft een soort van, hoe moet ik zeggen, douanefunctie of marechaussee-functie voor de Zwarte Zee. Ah, okay. Of voor de Zwarte Zee. Zwarte Zee. Ja, en zou dus in de
de veronderstelling van Oekraïne Russische schepen kunnen tegenhouden die daar binnenvaren. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee. Want ik denk niet dat Rusland die op zee zo'n confrontatie aan wil. Maar goed, dat hebben ze dan gevraagd. Precies, dat zit. Ja. En nogmaals, Erdogan is niet de meest luidruchtige op dit moment. Maar ik heb de indruk dat hij wel zijn best doet op zijn manier om toch die wonderlijke bemiddelende rol te spelen. En je hebt gelijk, een soort haat-liefde verhouding. Die aankoop destijds van die Russische raketten, dat kwam volgens Erdogan omdat hij eerst aan Amerika had gevraagd om Patriot-raketten. En die kreeg hij niet. Die had hij niet. Die heeft een tijdje geleend, ook van Nederland. Ja. Ze hebben een tijdje lang daar Nederlandse Patriots gedaan. En Amerika traineerde. En hij zei dus, dat is gewoon pesterij. Als jullie nu niet ophouden, dan bestel ik ze gewoon bij de Russen. En dat heeft hij ook gedaan. Ja. Is hem niet in dank afgenomen. Zeker niet, zeker niet. Het is een gitzwarte dag, dat kunnen we stellen. Daad van agressie zonder weerga. Dat is een reactie die we veel horen in Den Haag. Waar roep klinkt om harde sancties. Rutte en Hoekstra hebben zich ook in die zin al uitgelaten. Von der Leyen heeft gezegd, vanmiddag komt er een Europese verklaring met een aantal sancties opgelegd gaan worden. En die zijn niet mals, om het maar to put it mildly, zou de Engelsen zeggen. We hadden Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Meneer van der Staaij, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat dacht u toen u dit... Werd u wakker of was u de hele nacht al wakker? Nee, ik weet inderdaad, toen ik wakker werd vanmorgen vroeg, zag ik het nieuws. Maar ik had eigenlijk onmiddellijk het gevoel wat ik als 11-jarig jongetje had toen ik de radio 's morgens aanzette in 1979. En toen hoorde dat Rusland Afghanistan waren binnengevallen. Ja. En toen dacht ik, verschrikkelijk, wat betekent dit allemaal? En eigenlijk is dat nu, komt dat nog dichterbij, natuurlijk, Europese grondgebieden in. Het is een ongekende en ongehoorde daad van agressie, die niet zonder gevolgen kan blijven. Niet zonder gevolgen blijven. Nu komt von der Leyen, die heeft een aantal dingen, tipjes van de sluier opgelicht van wat er gaat gebeuren. Het SWIFT-systeem gaat afgesloten worden voor de Russen. En ze heeft gezegd, er komen zulke harde sancties. Dit gaat de economie in Rusland zeer verzwakken en geld voor innovatie is er niet meer. Klinkt allemaal hartstikke goed. Maar is dat genoeg om Rusland te remmen? Anderzijds, ze hebben een hoop geld gehedged. 600 miljard op de bankrekening, de zichtbare bankrekening staan. Ze zijn vriendjes met China, ze kunnen het eindeloos uithouden. Ja, daarom is het nu de opgave om eensgezind en krachtig mogelijk grenzen te stellen aan de agressie van Poetin. Ja. Dat is de opdracht die we nu hebben. En dat moet je natuurlijk wel op een doordachte manier doen, die ook effect heeft. Want daar doe je het voor. En daar moet alle inspanning nu op gericht zijn. Ja. Toch, wat ook gaat gebeuren, is dat door die sancties ook Nederlanders worden geraakt. Bijvoorbeeld een deel van uw achterban, hè, om het maar zo te zeggen. Laten we boeren, bijvoorbeeld, spullen verbouwen, die met gas werken, noem maar op. Die krijgen ook op een klap. Hoe ver willen we gaan om ons eigen volk hard te raken, om de Russen hard te raken? Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de veiligheid van iedereen, ook in Nederland. Hè. Als wij de agressie natuurlijk accepteren, dan zijn we allemaal nog veel verder van huis. De vrede en veiligheid in Europa is uiteindelijk ook in het geding. Dus de opdracht is om paal en perk te stellen aan de Russische agressie. En op zo'n manier te doen dat het hen natuurlijk ook pijn gaat doen en weerhoudt van verdere agressie. Ja. En dat is de inzet. En natuurlijk moet je ook kijken hoe je eigen bevolking hier zoveel mogelijk kan ontzien. Nou, hoe kun je die Russen zo hard raken zonder dat je jezelf in de poot schiet? Ja, dat is de uitdaging. En dat is denk ik waar de gemeenschappelijke denkkracht en inzet van iedereen nodig hebben in de komende tijd. Ik denk dat niemand daar even makkelijk de eenvoudige oplossing heeft. Het geweten van de Tweede Kamer, dat bent u, meneer van der Staaij, heb ik nu aan de lijn. U weet vast hoe dat eruit moet zien, hoe hard dat gespeeld moet worden. Nou, in ieder geval dat we ook ons verstand moeten blijven gebruiken. Dat we niet alleen vanuit de emotie van het moment iets doen wat onvoldoende werkt en waarvan we later spijt krijgen. Ja. Daarom zeg ik, de uitdaging is, en in die zin zie je natuurlijk ook een aankomen, is er ook best al over nagedacht op de achtergrond. Hoe kunnen wij ook escaleren in onze sancties op een slimme en op een stevige manier? Ja, dat is de uitdaging waar we nu voor staan. Een mooie voorzet, Silvio Erkens, die zei vanmorgen, je moet ze hard pakken waar je ze kan. En dat zou betekenen bijvoorbeeld dat je alle vriendjes van, alle oligarchen vriendjes van Vladimir Poetin moet zeggen, je mag met je schip niet meer in Cannes komen liggen. Of in Odessa, of noem maar op. Om maar een dwarsstaat te noemen.
Nou ja, dat zijn zeker dingen, vind ik, die inderdaad juist ook die persoonsgerichte sancties rond Poetin, de kliek eromheen, die absoluut ook aan de top van de lijst staan. Ja. Ja. Meneer Van der Staaij, Bernard Hammelburg hier, als ik u een vraagje mag stellen. We hebben het dan steeds over sancties. De meeste deskundigen zeggen, de sancties die nu in voorbereiding zijn, daarvan zal Poetin niet van gedachten veranderen. Die heeft hij allemaal voorzien. Maar wat als we nou wat ik noem de Iraanse optie kiezen? Dus een echte boycott. Dus het land echt isoleren, zorgen dat het geen olie meer kan exporteren, ik noem maar wat. Maar bijvoorbeeld ook het stoppen met het leveren van Boeing- en Airbus-vliegtuigen aan Aeroflot of onderdelen daarvan. Want dat raakt echt. En dat soort dingen hoor ik niet. Ik hoor lijsten van mensen en banken uitschakelen en dat soort dingen. En ja, daar gaat Poetin echt niet... Nee, ik vind dat we dus ook voor nog sterkere sancties, zoals u voorstelt, moeten openstaan. Dat die bespreekbaar moeten zijn van wat zijn de effecten daarvan en wat is de prijs die daarvoor betaald moet worden. En dat je daarmee in ieder geval de weg moet inslaan van verdere escalatie en dus scherpere sancties in de komende tijd. Duidelijk, dank u wel. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. We gaan even naar Tim Schaap van de ANWB. Langs de file nog steeds. Op de A12 begrijp ik, Tim. Klopt, de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij afrit Maarn. Want daar is nog altijd een politieonderzoek bezig na een ongeluk wat eigenlijk aan het begin van de ochtendspits een beetje gebeurde. Ook de oprit is uiteindelijk niet te gebruiken. Er is dus één rijstrook open, maar daar heb je nu een half uur vertraging vanaf Veenendaal. En het verkeer op de A20 zou ik willen aanraden om de recirculatieknop in de auto even aan te zetten. Want vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Noord is een vuilniswagen zijn lading verloren. Er is daar op dit moment slechts één rijstrook open. Daar heb je nu 20 minuten vertraging vanaf Schiedam. Verder een aantal flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort, hectometerpaal 119,6. En langs de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij 75,7. Even naar Politiek Den Haag. Net de reactie van Kees van der Staaij van de SGP. We gaan nu naar de reactie van premier Rutte en de minister van Klimaat en Energie. En de energie, nou, die prijzen die zullen nog verder gaan stijgen. Leendert Beekman is bij ons. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, want jij hebt... Ja, hier in Den Haag. Oh, sorry, ja. Ja, je hebt beide gesproken, hè? Vertel. Ja, hier in Den Haag is een spoedoverleg. Premier Mark Rutte is zojuist aangekomen bij Algemene Zaken en gaf een korte verklaring. Dit is een donkere dag voor Oekraïne, voor Europa, voor de hele wereld. Het is iets waar iedereen voor vreesde dat kon gebeuren, maar waar alle diplomatieke inspanningen op gericht waren om te voorkomen. Nederland veroordeelt in de allerscherpste bewoordingen deze inval door Rusland in Oekraïne. Hiervoor is één land, hiervoor is één persoon verantwoordelijk. Het land is Rusland. De persoon is Vladimir Poetin. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. De reactie zal heel stevig zijn. Vanuit de hele wereld. Nederland zal eraan werken met onze bondgenoten in de Europese Unie, in de NAVO, maar ook alle andere bondgenoten wereldwijd. Zometeen hebben we overleg met de meest betrokken ministers. Ik zal daarna opnieuw u kort te woord staan en dan ook vragen uiteraard beantwoorden. Maar ik wil het voor dit moment hierbij laten. Dank u wel. Ja, aldus Rutte op weg naar het spoedoverleg, Leendert. Ja, en het zal gaan over die sancties. En hij is natuurlijk heel duidelijk in zijn taal, hè. Er is maar één man verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. Dit is een donkere dag voor Oekraïne, Europa en de wereld. De minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, is net naar binnen gekomen. Ook Jezielkus is binnen. We wachten nog op de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie. Ja. En ook Rob Jetten, zoals je al zei, die is naar binnen gegaan. En met hem ging het natuurlijk over de levering van het gas. Ja, dat is een van de onderwerpen waar we zo meteen met een deel van het kabinet over gaan spreken. Maar we houden natuurlijk zoals afgelopen weken continu in de gaten hoe het staat met de gasleveringen. Maakt u zich zorgen dat de rekening nu nog wel op het Ja, ik wil daar nu niet op vooruit lopen. We gaan gewoon heel goed in de gaten houden hoe het loopt. Maar zoals ik eerder ook heb gezegd, ongeveer 20% van de Europese gasverbruik nu is gas uit Rusland. Dus we houden goed in de gaten hoe dat zich ontwikkelt. De prijs is al 30% gestegen vandaag. Kunt u het
aan dat soort stijgingen? Ja, ik kan daar nu helaas nog niks over zeggen. Het is heel begrijpelijk dat de markt nu snel reageert. En dat je nu een enorme stijging op de handelsmarkten ziet. Maar we houden goed in de gaten of dat een tijdelijke piek is of dat het langer gaat duren. Zoals ik gisteren ook in de Kamer heb gezegd. We kijken continu naar de energieprijzen en eventuele noodzaak voor extra compensatie. Maar ik ga het nu verder bespreken binnen. Precies. Leendert Beekman, dank je wel. Nog even één ding. Wilders en Baudet hebben die al gereageerd? Want dat waren mannen die waren toch wel openlijk voor Poetin en zijn aanpak, hè? Nou, ik heb die reactie zelf nog niet gezien. Maar we weten natuurlijk dat beide heren geen voorstander zijn van inmenging van Nederland in dit conflict. En zij zullen zich er ook tegen uitspreken, vermoed ik zo. We hebben vandaag nog een debat over de situatie in Oekraïne. Daar zal Mark Rutte niet bij zijn. Die gaat naar Brussel toe om daar topoverleg te voeren. Het debat die zal door de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, in de Tweede Kamer geleid. Duidelijk, inderdaad. Want Europa moet het eens worden over een pakket sancties. Vanmorgen om 8:30 aangekondigd. Door Ursula von der Leyen. Die heeft gezegd, we gaan keihard erin. Volgestrekt been om de Russen daar waar we mogelijk kunnen te treffen in economische zin. Maar ik vroeg wel even naar de reacties. Zijn reacties, Kees? Ja, Geert Wilders heeft getweet en eigenlijk waar Leendert al op suggereerde. Die tweet, enorm geblunderd door een NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne niet uit te sluiten. Maar de Russische inval in Oekraïne is geen excuus. Daarvoor is geen excuus te verzinnen. Nou, oké, dan trekt hij toch weer een beetje een been bij, zullen we zeggen. Geert-Jan, nog eventjes naar jou voor het laatste nieuws. Ja, wat gebeurt er nu precies in Oekraïne? En het is onoverzichtelijk en we zitten ook midden in een informatieoorlog. Dus Oekraïne zegt het een en Rusland zegt het ander. Mm-hmm. Wat we weten is dat er ook burgerslachtoffers zijn. Dat wordt gemeld door de Oekraïnse regering. Ook op plaatsen die eigenlijk helemaal niet binnen de voorspelde, nou ja, binnen alle scenario's, binnen de voorspelde regio's vallen. Bijvoorbeeld in Oman, dat is in het midden van Oekraïne. Daar zijn burgerslachtoffers. Maar ook weten we dat in het westen van Oekraïne dus aanvallen zijn, dat daar explosies zijn. We hebben een paar kaartjes gezien. Eigenlijk is het gewoon bijna in elke regio van Oekraïne is het bal. Maar wat met name belangrijk is om te melden is dat we zien dat militaire doeleinden, faciliteiten worden aangevallen. Bijvoorbeeld ook rond de Krim. Om daar, zo kunnen we analyseren, vrij belangrijke doorgangen bijvoorbeeld voor waterkanalen te faciliteren. Ja, je gaat praten dan over het meer van Azov. Hè. Dat ligt aan de andere kant, aan de rechterkant van de Krim. Dus een zee. Ja. Als je die hebt, dan kom je makkelijk naar de Krim toe. Zit je ook op de Zwarte Zee. Maar Odessa, hetzelfde verhaal. Hè? Ja, dat is de landtoegang waarover gesproken wordt. Maar de Krim heeft nog een heel klein stukje landverbinding met het Oekraïne dat onder gezag van Kiev staat. Alleen, Oekraïne knijpt watervoorzieningen af daaraf, richting de Krim. Ja. En dat willen de Russen herstellen. Maar ook is er melding van dat er dus helemaal in het zuidwesten van Oekraïne, dat is dan in de buurt van Roemenië, dat daar ook dus acties zijn om daar watervoorzieningen, om daar iets mee te doen, over te nemen, infrastructuur te vernietigen. Dus op alle schalen in Oekraïne vinden momenteel acties plaats. Alleen kunnen we nog niet plaatsen hoe groot die zijn. Nee. En uiteindelijk met welk doel? Is dat ontregelen? Of is dat een volledige oorlog in gang zetten? Eén dingetje, hoe zit het met de elektriciteit in Oekraïne? Want die komt uit Rusland. Ja, daar is vandaag een test. Dat is heel bijzonder. Die test stond al langer gepland. En vandaag is Oekraïne dus van het stroomnet van Rusland afgegaan. En vooralsnog is overal in Oekraïne stroom. En is die test dus, die gaat nog door, nog 2 à 3 dagen. En dat is dus eigenlijk om de onafhankelijkheid van Rusland op stroomgebied uit te vogelen. Om volgend jaar aan te sluiten bij het Europese elektriciteitsnetwerk. Maar het moment is natuurlijk heel bijzonder. Want je wil natuurlijk wel in zo'n fase contact houden met alles en iedereen. Anders dan weet je niet eens wat er gebeurt. Absoluut. Wat ook relevant is om te vermelden is dat de communicatielijnen nog steeds in stand zijn. En dat vind ik significant. Je zou zeggen, als de Russen een cyberattack uitvoeren, is dat als eerste het ontwrichten van de communicatielijnen. Dat is niet gelukt. Ja, had ik ook niet helemaal. Ik had eigenlijk erger verwacht inderdaad op cybergebied. Omdat daar gisteravond de eerste signalen wel voor waren. Ja. Met meer destabiliserende cyberaanvallen. Met banken die plat gaan. Dat er niet gepind kan worden. Bernard Schut, nee. Nee, ik denk het omgekeerde. Ik denk dat ze die kanalen graag open houden, omdat al die enge verhalen, waarvan we niet weten of ze waar zijn, maar waarvan we kunnen aannemen dat een aantal behoorlijk zijn overdreven, uit de Oekraïnse kant, dat die lekker allemaal naar ons toekomen. Dat past precies in de strategie van Poetin.
Het is een mogelijkheid. Ja, dat kan. De sancties die Rusland opgelegd gaan worden, we zeiden het al eventjes, hè, door von der Leyen, die zullen flinke financiële gevolgen hebben, niet alleen voor de Russen, maar ook voor de rest van de wereld. Russische tegoeden in de Europese Unie worden bevroren. Toegang tot Europese markten wordt voor Russische banken stopgezet. Bij ons Frank van Es, senior econoom bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn dit maatregelen die ver genoeg gaan? Treft dit de Russen echt? Als we von der Leyen zo hoorden met een samenvatting van het pakket wat vanmiddag waarschijnlijk tot stand gaat komen? Ja, nou allereerst, kijk, de huidige situatie is natuurlijk vooral vreselijk voor het grootste gevolg voor de Oekraïne, laat het duidelijk zijn, en voor de Oekraïners. Ja. Tegelijkertijd zien we dat inderdaad de Europese Unie sancties aankondigt. Mm-hmm. We hebben wel het idee dat is nog steeds, zien we dat als relatief milde sancties. Ja. Je pakt inderdaad, doet niet echt hele verrassende dingen, denk ik. Ook niet voor Rusland. Nee. Dus die zullen, ja, op het moment dat ze actie ondernamen, zullen ze... Hebben ze op geantispeerd. Ja, zullen ze op aanzien komen. Ja. En daar zullen ze ook wel al hun voorbereiding op hebben getroffen om de impact daarvan zo klein mogelijk te hebben. Ja. Dus dat is, ik denk pas een eerste, ja, het lijkt pas een eerste stap in... In een serie van sancties. Ja, dan zien we het. Sancties. Meteen hebben de Russen ook gezegd. De pijpleiding van Jamal, die door Oekraïne loopt met gas naar het westen. Zeg maar de Nord Stream 1 eigenlijk. Daar komt voor 30% minder gas uit. We zien de gasprijzen op de wereldmarkt enorm stijgen. Olieprijzen, idem dito. Gaan wij door sancties op te leggen niet ook onszelf geweldig in de voet schieten? We hadden al last van inflatie post-covid. Dit komt er overheen. Het is een ideaal gekozen moment van een president met 600 miljard op de bank. Die denkt, weet je wat, ze hebben het al lastig. Wij zitten, als ze druk zetten, nou, kom maar op. Nou ja, we hebben inderdaad een scenarioanalyse gedaan waarin we hebben uitgerekend, hè, wat gebeurt er nou als je sancties oplegt. Ja. En dan is inderdaad de conclusie dat je eigenlijk al zonder echte sancties op te leggen, dat je al flinke schade ondervindt als Europa, vooral als Europa zijn. Nee, dat zien we nu ook al gebeuren en eigenlijk al de afgelopen maanden met oplopende energieprijzen. Maar ja, als je inderdaad omvangrijkere sancties gaat opleggen, dan worden die gevolgen alleen maar erger. Ja. Dat klopt. Ja, precies. Maar dat is op een gegeven moment de vraag, ga je dat... uiteindelijk raak je daar ook Rusland mee. Hè? Dat is waar. Het is de vraag, hoeveel pijn wil je leiden? Precies, collateral damage zeggen ze daarover in Amerika. Hè? Wat wil je zelf aan pijn leiden om de ander pijn toe te brengen? Ja, dat is het voor een deel. Maar ik heb dat ook geluisterd naar het interview met Kees van der Staaij. En die gaf ook duidelijk aan, je kan dit ook niet over zijn kant laten gaan. Nee, want, dat is waar. Want dan kun je wel zeggen, nou, dat heeft dan voor ons tenminste economische consequenties. Ja. Maar dat is natuurlijk, zo kun je niet in deze geopolitieke situatie ingaan. Nee, en ik denk dat de Taiwanese dan ook denken van, nou, hartelijk bedankt. Als het zover gaat, die loyaliteit, dan weten we wat er straks staat te gebeuren. Dank voor de toelichting, Frank van Es, senior econoom bij de Rabobank. Uiteraard, we brengen je de hele ochtend op de hoogte. Zometeen ook na 10:00, geen Big Five. We gaan gewoon door met deze uitzending hier in de studio met Bernard Hammelburg, onze man in Amerika, onze man in Kiev, Geert-Jan Haan hier aan tafel en Kees Dorrestein. We proberen je zoveel mogelijk de waarheid te vertellen van de berichtgeving die we krijgen uit Oekraïne. Daar is niet alles waar. We proberen dat goed te filteren, zodat je weet wat er gebeurt. Wat er gebeurt met sancties, wat er gebeurt in het land zelf, de humanitaire situatie, de oorlogshandelingen van de Russen en uiteraard het antwoord van ons op die acties van Poetin. Zometeen weer na de nieuwsupdate. Je onderneming groeit als kool. Elke dag een nieuw avontuur. Nieuwe klanten, producten, mooie projecten. Maar de kosten groeien ook mee. Geen zorgen. Vinturi helpt jou groeien. Dat doen we met zakelijke kredieten tegen duidelijke voorwaarden. Kijk op vinturi.nl voor de mogelijkheden. Vinturi, voor moderne werkkapitaaloplossingen. Ondernemers van Nederland, opgelet. Natuurlijk is jouw webshop de beste. Maar behaal je ook het maximale rendement? Overweeg dan eens een .shop domeinnaam. Met .shop ben je herkenbaar, beter vindbaar in Google en voorbereid op de toekomst. Kijk op info.shop voor meer informatie. Vinturi, voor moderne werkkapitaaloplossingen. Kijk voor jouw mogelijkheden op vinturi.nl. Bereik meer met een .shop domeinnaam. Kijk op info.shop voor meer informatie. Deze week in de bonus. AH Pitloze Witte Druiven en Sabeldruiven op schaal. Tweede gratis. Lu en Liga. 2+1 gratis. Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks 8,50. En Ariel, Dreft, Lenore, Always en Oral-B. 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf
en blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Spaar mee voor de aller, aller, allerhoogste korting op Efteling-tickets. Tot wel €12,50 per ticket. Twijfel je nog over het inzetten van Mac binnen jouw organisatie? Dankzij de revolutionaire Apple M1-chip en de Managed Lifecycle van Pro Warehouse is Mac nu meer dan ooit geschikt voor zakelijk gebruik. Interesse? Ga voor meer informatie naar prowarehouse.nl. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar jumeco.nl. Denk je aan Apple op het werk? Dan denk je aan Pro Warehouse. Ga voor meer informatie naar prowarehouse.nl. Wij zijn BNR. En wij zijn 100% financieel afhankelijk van adverteerders en sponsors. Maar onze programma's zijn 100% journalistiek onafhankelijk. En daarvoor willen we sponsors zoals Brainet en ALD bedanken. Deze zakelijke vrienden weten namelijk dat nieuws niet te koop is. Maar weten ook dat nieuws maken geld kost. En dat de waarde van sponsoring onbetaalbaar is. Want door hun naam te verbinden aan BNR, verbinden ze zich aan het hart van de zakelijke doelgroep. En daarmee bouwen ze aan hun merk. Sponsors als Brainet en ALD maken het onmogelijke mogelijk. Een commerciële nieuwszender die volledig journalistiek onafhankelijk is. Stox Energy Socks, de premium compressiesokken. Wat weet je van WOZ? Wat weet je ervan? 1 op de 5 mensen betaalt ruim €200 te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Betaal je niet blauw. Ga naar eerlijkewoz.nl. Stox Energy Socks. De premium compressiesokken. Techbedrijf verkopen? No Monkey Business helpt. Check dreamexit.nl. Stox Energy Socks. De premium compressiesokken. BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd veel vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want bij afrit Maarn is door een politieonderzoek meerdere rijstroken dicht. En er is er dus maar eentje open. Op dit moment heb je meer dan een uur vertraging vanaf Veenendaal. Wat ook nog opvalt is de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Want bij afrit Rotterdam-Noord is een vuilniswagen zijn lading verloren. Hierdoor is daar ook slechts één rijstrook open. Met een half uur vertraging vanaf Schiedam tot gevolg. Hierdoor is het ook druk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten aan extra reistijd. Tot slot nog de N233 vanuit Kesteren naar Veenendaal. Voor Rhenen 3 kilometer file en een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Ook zijn nog meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum, hectometerpaal 25,9. En langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek bij 235,4. Het is 4 minuten over 10. We gaan naar de nieuwsupdate. Hier is Maud Schreurs. Goedemorgen. In Den Haag is spoedoverleg begonnen over de Russische inval in Oekraïne. Het kabinet en de Tweede Kamer willen snel nieuwe sancties tegen Rusland, heeft premier Rutte bekendgemaakt. Deze inval door Rusland in Oekraïne, hiervoor is één land, hiervoor is één persoon verantwoordelijk. Het land is Rusland. De persoon is Vladimir Poetin. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. De reactie zal heel stevig zijn. Ja, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat het land een zware prijs gaat betalen voor de inval in Oekraïne. De EU komt in ieder geval met keiharde sancties voor Rusland vanwege de inval. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen gezegd in een persconferentie. With this package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. And in addition, we will freeze Russian assets in the European Union and stop the access of Russian banks to European financial markets. Von der Leyen heeft hard uitgehaald naar de Russische president Poetin. Ze houdt hem verantwoordelijk voor het terugbrengen van de oorlog in Europa. Ook de Amerikaanse president Biden heeft zware strafmaatregelen tegen Rusland aangekondigd.
En Oekraïne wil dat Turkije geen Russische schepen meer toelaat tot de Zwarte Zee. Verschillende belangrijke havens van zowel Rusland als Oekraïne grenzen aan die Zwarte Zee. Daarmee is het de binnenzee strategisch zeer belangrijk. Turkije beheert de toegang tot de Zwarte Zee via de Bosporus en de zeestraat de Dardanellen. Dat is in 1936 afgesproken, zegt onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Hij heeft een soort van, hoe moet ik zeggen, douanefunctie of marechaussee-functie voor de Zwarte Zee. Ja, en zou dus in de veronderstelling van Oekraïne Russische schepen kunnen tegenhouden die daar binnenvaren. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want ik denk niet dat Rusland die op zee zo'n confrontatie aan wil. Maar goed, dat hebben ze dan gevraagd. En na de Russische inval in Oekraïne is de gasprijs met 30% omhoog geschoten. Rusland is een grote leverancier van gas. En de angst is dat de gaskraan vanuit het land dichtgaat vanwege die oorlog in Oekraïne. De prijs van ruwe olie is vannacht voor het eerst sinds 2014 door de grens van $100 per vat geschoten. Het is eerst nog droog, in de loop van de dag regen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Vanavond kans op winterse buien. Op het Amarak staat de AEX, net als al die andere graadmeters in Europa, flink lager. Moet 2,3% inleveren bij een stand van 711 punten. Uiteraard alles over de ontwikkelingen in Oekraïne, nadat president Poetin vannacht verklaarde dat hij het land gaat binnenvallen om, quote-unquote, de regio Donbass van te demilitariseren en van nazi's te ontdoen. Nou, inmiddels blijkt dat hij in het hele land aanvallen aan het doen is. Dat hij het militaire infrastructuur heeft uitgeschakeld. We gaan daar straks over praten met defensiespecialist Dick Sandee. We praten uiteraard ook nog met de mensen in het gebied daar. En zometeen ook naar de economische gevolgen. Dus het humanitaire, het economische en het militaire. Het komt allemaal voorbij en nog veel meer bij BNR. Weer zo'n advertentie voor een eigen thuiswerkplek? Wat moet ik ermee? Morgen sta ik gewoon weer op de bouw. Don't miss. Match. Met de personalisatietechnologie van Buildingblocks komt jouw boodschap wel bij de juiste consument terecht. Zet jouw klant centraal, zodat jouw business groeit. Look dressed and feel relaxed. Met de Easy's van Mr. Marvis. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Bestel nu op mrmarvis.com. Met Consumer AI maken we van jouw klanten blije fans. Building-blocks.com. Bestel de Easy's van Mr. Marvis nu op mrmarvis.com. Building Blocks, the number one in consumer AI. Freelance.nl, het platform voor alle interim en freelance opdrachten. Freelance.nl. Zaken doen. Thomas van Zijl. Om 12 uur spreek ik met Maarten Edixhoven, topman van Lanschot Kempen. Private banken zijn op overnamepad. De markt consolideert en een overname kan helpen om snel te groeien. Hoe zorg je ervoor dat je de grootste wordt? Luister om 12 uur naar BNR Zaken doen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bluefield ondersteunt succesvolle businessleaders van ambitieuze ondernemingen bij het creëren van een schaalbare organisatie en excellente stuurinformatie. Samen implementeren we het fundament voor succes. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Bas van Werven. Het is 10 minuten over 10 geworden. Uiteraard, we gaan met de uitzending gewoon door tot 12 uur sowieso, om hierbij te praten over de belangrijkste ontwikkelingen in en rond Oekraïne, met reacties uit het binnen- en buitenland. Er komen sanctiepakketten aan. We weten nog niet precies hoe die eruit zien, maar wel dat ze zwaar zullen zijn, zeggen een hele hoop regeringsleiders. Maar ondertussen zien we ook dat mensen daar in Oekraïne het niet naar hun zin hebben. We zagen al beelden in Kiev van grote stromen mensen die proberen die stad uit te komen. Tenminste, zo lijkt dat. En alles wat je nu ziet, moet je even wikken en wegen op een goudschaaltje. Zitten we hier naar de waarheid te kijken of niet? Dat is wel belangrijk, want we krijgen ook allemaal beelden van explosies in steden en berichten over tanks die door de Krim heen rollen. Nou, we weten het allemaal nog niet zeker. Hier en daar worden er wel dingen bevestigd. Maar dat er een invasie is in Oekraïne, dat is een feit. Dat er militaire installaties zijn aangevallen door de Russen, dat is een feit. Dat er ongetwijfeld slachtoffers bijgevallen zijn,
Zou ook een feit kunnen zijn, maar we weten niet hoeveel. Of het militairen zijn, burgerslachtoffers, geen idee. Wat we wel zien is dat de financiële markten allemaal een enorme tik naar beneden hebben gekregen. Dat we bijvoorbeeld een vlucht zien naar goud. Dat we anderzijds de olie- en gasprijs op de wereldhandel enorm zien stijgen. Gasprijs 27% omhoog na het bericht van die Russische aanval op Oekraïne. Praten we over met Ronald de Zoete. En die is olie-expert gespecialiseerd in de energietransitie. Meneer de Zoete, goedemorgen. Goedemorgen. Boven de $100. We hadden wel voorspeld dat dat zou gaan gebeuren als er zo'n inval zou komen. Maar meteen die gasprijs 27% omhoog, daaraan gekoppeld. Dat is wel een enorme schrikreactie, hè? Nou, dat is inderdaad een bijzondere stijging vandaag. Al moet ik eerlijk zeggen dat dat ook te verwachten was bij een escalatie zoals die nu is gebeurd. Omdat we namelijk met hele lage gasvoorraden kampen in Europa. En we dus dit absoluut niet kunnen gaan gebruiken. Want wat het tot gevolg gaat hebben waarschijnlijk is dat Rusland minimale gasleveranties naar Europa zal sturen. Ja. En wij als Europa zullen dat gas ergens anders vandaan moeten gaan halen. Ja, dat gebeurt al. Hè. We krijgen al LNG-tankers vanuit Amerika die aankomen. Gaat dat ooit zo'n plas gas geven dat we het Russische gas kunnen vergeten? Nee. Dus echt een droomscenario. Sorry dat ik het zeg, maar er zijn veel te weinig schepen, LNG-schepen die vrij beschikbaar zijn, zeg maar, om naar Europa genoeg gas te kunnen leveren om het gehele Russische volume te vervangen. Ja, en nou zegt Bernard Hammelburg net vanuit de zijlijn, die zit hier namelijk ook aan tafel, onze buitenlandcommentator. Ja, wacht eventjes. Qatar zou, hè, grote leverancier ook, zou ook gas naar Europa kunnen. Biden heeft een soort overeenkomst gesloten met Qatar om in zo'n geval samen voldoende gas te brengen. Ja. Ja, dat is inderdaad zo. In Qatar levert zeg maar drie keer zoveel als Rusland. Maar we moeten wel bewust zijn van het feit dat al dat gas wat in Qatar komt eigenlijk het grootste gedeelte gaat naar het Verre Oosten. Ja. En China springt ook om LNG. Dus wat het gaat worden in ieder geval is er kunnen afspraken worden gemaakt. Ja. Maar het zal de prijsverhoging van aardgas niet stoppen. Nee. En anderzijds, als u nu zegt, ja, China is een grote afnemer. Maar die hebben natuurlijk een prachtig mooie... Die hebben al een soort Nord Stream 4 liggen met de Russen. De Russen zetten nu al het gas via een klepje gewoon om richting China, neem ik aan. Nou, dat is inderdaad zo. De Siberië-pijplijn noemen ze dat. De 1 is al gelegd en nummer 2 is in aanleg. Ja. Wat Rusland natuurlijk slim gedaan heeft, is ze voorzag natuurlijk waarschijnlijk wel dat er ooit een conflict zou kunnen komen met de EU of de VS. Ja. En de enige zaak voor haar is dan om de afzetmarkt te verzekeren. En in plaats van zeg maar de moleculen via de pijpleiding naar Europa te sturen, ja, kunnen ze gewoon deel dat nu naar China doen. Ja, zeker. Nou, zagen we mevrouw van der Leyen vanmorgen. Die zei, we gaan keiharde sancties instellen. We hebben Scholz al gezien, die zei, Nord Stream 2 is wat ons betreft klaar. Die concessie die de Russen zouden krijgen om gas te transporteren, die gaat niet door. Nou, ik denk ook dat er nooit gas doorheen gaat komen. Sancties die er zijn, gaat die nog voor een verdere opdrijving van die gasprijs zorgen, of is het hier wel een beetje mee gedaan? Nou, ik denk dat de sancties, hè, wat ik nu weet en wat ik hoor, is in ieder geval nog wel dat Rusland gewoon aardgas blijft leveren. Ja. Alleen zitten die contracten als volgt in elkaar, is daar zit de flexibiliteit in, omdat de verbruikers in Europa, afhankelijk van het weer, veel of minder gas nodig hebben. Ja. En binnen dat contract kan Rusland dus zeg maar minimale hoeveelheden gas leveren en toch aan haar verplichtingen voldoen. Ja. En toch gaan die aardgasprijzen daar nu al zo hard omhoog. Dus kun je je voorstellen, als we dan ook een Nord Stream 2 of andere reducties vanuit Rusland op ons bordje gaan krijgen. Ja, maar mag ik even, het is misschien een gekke vraag, maar je hoort altijd dat wat je ook van Rusland zegt, dat ze zich exact aan hun contractuele afspraken houden. Ja. Klopt dat, of voorziet u dat dat ook in deze situatie gewoon zo blijft? Als we kijken naar de historie, hebben ze nog nooit, zeg maar, Rusland hun verplichtingen niet nagekomen. Wat ik al zeg, er is wel een flexibiliteit tussen 115% of 85% van het jaarlijks volume leveren. En Rusland zal kiezen voor die 85%. En ik verwacht dat ze ook netjes dat zullen blijven doen. Ja. En dat ze voorlopig niet zeg maar de markt op willen en gezien willen worden als een niet betrouwbare leverancier. Nee, maar er zit ook een andere kant aan. Want als wij heel boos roepen sancties, dan in elk geval emotioneel denk je dan, ja, dan moeten we ook roepen, we hoeven jullie gas helemaal niet meer. Ja. Maar dat is dan suïcidaal, hè, zo gezegd. Ja. Ja, dat is, kijk, Duitsland heeft besloten na de kernramp in Japan dat de kerncentrales zo snel dicht moesten, et cetera. Dan kun je zonne-energie bouwen, windparken. Zon schijnt niet altijd, wind waait niet altijd. Dus uiteindelijk
Als je ook dan nog de kolencentrales zeg maar wilt sluiten, ben je ook volledig afhankelijk van gas. Ja, over Duitsland gesproken. De Duitse minister van Economie heeft gereageerd tegenover Reuters. En die zegt, ja, ik verwacht eigenlijk dat de gasprijs op korte termijn zal stijgen, maar dat die daarna wel weer even daalt en op een manageable level komt. Of dat hoopt hij in ieder geval. In hoeverre heeft hij gelijk? We hopen dat met hem. Nou, dat is gewoon op basis van de feiten nu. En ook de uitspraken die al eerder zijn gedaan door ministers binnen de EU. Ja. Is dat pure hoop. Want er is helemaal geen reden om aan te nemen dat dit een kort conflict is. Ten tweede hebben we te maken met zeer lage aardgasvoorraden. Frankrijk loopt uit de aardgasvoorraad eind maart zelfs met een milde winter. Dus dat is echt pure hoop. Ja, nog even naar één ander aspect. In Nederland hebben we onze minister van Klimaat en Energie, Rietten, horen zeggen, we gaan dat gasverbruik gaan we structureel naar beneden brengen. Juist nu, de grootverbruikers van gas gaan we eerst aanpakken. In hoeverre is dat een haalbaar plan? Dat je Tata Steel zegt, sorry, maar even geen staal. Even niet stoken. Ja, dat is voor die fabrieken is dat zeer lastig. Je kunt energiecentrales wel verzoeken af te schakelen. Ja. En daar krijgen ze vaak dan ook een compensatie hiervoor. Maar goed, dat zal voor de eerste 5 of 10% kunnen helpen. Maar daarna heb je echt een heel groot serieus probleem. En dan komen dus ook de bedrijfswinsten in gevaar. Er is het verschil tussen bedrijfswinsten en zeg maar de burgers zonder stroom. Ze zullen wel de burgers voorlopig met stroom laten zitten. Maar er is inderdaad scenario's zijn dat je inderdaad kan afschalen met aardgasgebruik. Dus het is wel een scenario wat mogelijk is. Ja, maar niet een fijn scenario. We worden er niet blijer van. En niet rijker van ook, met name. Nee, we gaan met z'n allen gaan we hier weer een prijs voor betalen. Met name de burger. Ja, en dan is altijd de grote vraag die ik dan weer stel, ook bij meneer Baudet te horen geweest. Ja, dan moeten we die Groningers gewoon een ander huis geven. En dan gaan we daar de gasvelden weer leegpompen. Waarom doen we dat niet? Dat is in het landsbelang nu. Ja. Goed, als we eerst zeggen dat het gevaarlijk is in verband met aardschokken, et cetera. En dan gaan alle onderzoeken weer even tijdelijk de kast in. Gaan we weer aardgas pompen omdat we het nodig hebben. Dat is denk ik geen beleid. Nee, dat is geen beleid. Maar het is misschien wel handig. Het zou zeker handig zijn. Ik weet niet of je dat gevaar zou moeten willen lopen. Mm. Het is allemaal een afweging, hè, tussen risico enerzijds en de prijs anderzijds die betaalt voor zeg maar het afhankelijk zijn van aardgas. Duidelijk. Mag ik u danken. Ronald de Zoete, olie-expert, gespecialiseerd in de energietransitie. Ja, vanwege het nieuws over de inval van Rusland en Oekraïne geen uitzending van BNR's Big Five. Dat hoor je. Je luistert nu naar een live-uitzending van het nieuws van de ochtendspits die we gewoon doortrekken. Deze ochtendspits duurt tot 12 uur, kun je zeggen. In ieder geval kun je wel luisteren via de bekende podcastkanalen of via bnr.nl naar aflevering 4 van de Big Five van deze week onder leiding van Paul van Liemt met sinoloog Henk Schulte-Northolt die zijn licht laat schijnen over de verhouding tussen Rusland en China. Nu Oekraïne is binnengevallen. Hartstikke actueel. Ook vanavond om 10 uur gewoon te beluisteren hier op de zender. In de lineaire uitzending, zal ik dus maar zeggen. Om maar een mooi stukje daar jargon te gebruiken. We gaan heel eventjes naar het verhaal. Want in Lviv zou ook bomexplosies gehoord zijn, Geert-Jan. Daar zit een kernteam, een soort stormteam van de Nederlandse ambassade. Ja. En? Ja, dat hebben ze een trefpunt genoemd, omdat ze zijn weggegaan uit Kiev. En minister Hoekstra laat weten dat in Lviv dat trefpunt voorlopig blijft. Hm. We hebben natuurlijk eerder gehoord van de Amerikanen dat die sterk overwegen om het land te verlaten. Ja. Ik kan me voorstellen, als er dus dit soort geluiden uit Lviv zijn met luchtalarmen, dat je dat ook denkt. Maar ze zeggen, wij blijven voorlopig voor de meest noodzakelijke zaken. Want ja, als mensen weg willen uit het land, dan moeten de nooddocumenten worden afgegeven. En dan heb je dus consulaire ondersteuning nodig. Ja. Ja. Hij roept natuurlijk wel op de Nederlanders die zijn om het land te verlaten, mits dat veilig kan. Ja. Ja, en dat mits dat veilig kan, dat werd weggelaten toen vorige week werd gezegd bij Code Rood, gaat land uit. Ja, ja, precies. En als mensen die er nu nog zitten, laten we even gaan naar Erich Melig-Meiling, een Nederlander in Lviv, in West-Oekraïne, wat die maakt op de grond mee wat deze inval betekent. Ja, dit is, het is gekhuis. Het luchtalarm gaat hier bijna non-stop af. Ons zoontje, die moeten we uitleggen wat een luchtalarm betekent. En dat hij op de grond moet gaan liggen als er hele grote luide knallen zijn. Vanaf dat moment moet je hem dus inderdaad letterlijk gaan confronteren met een oorlog. En die jongen, die is 5, die kijkt me aan en die begint te huilen. En die zegt van, papa, dit kan niet. Letterlijk van, wat is dit? En hij wil per se nu alleen nog maar op de grond liggen. Met zijn armen, met zijn handen op zijn hoofd. Dit zijn travelen die je als ouder niet wil zien, die je als mens niet wil meemaken. En dit is puur alleen, ja, we zitten nu veilig op een of andere manier, gelukkig. Maar hopelijk blijft dat zo.
ik hoop van ganse harte dat het over een paar uur of zo, dat de eerste wave of whatever, dat we dat dan gehad hebben en dat er een window of opportunity is om te vertrekken. Maar ja, ik heb ook de hele nacht niet geslapen, dus ik begin meer en meer gaar te worden. Dus dit is hel. Mijn ouders die zijn nog niet eens wakker, dus die krijgen ze ook de schrik van hun leven. Ja, het is onbevattelijk dit. Onbevattelijk. Ik heb er geen woorden voor. Zei Erich Meiling. Je hoorde hem net al zeggen, hij zoekt naar een window of opportunity om daar weg te gaan. Jij hebt de hele ochtend al contact met hem, want je kent hem goed, hè? Je bent laatst in Oekraïne geweest, Gert-Jan. Daar heb je hem ontmoet. Het is een Nederlands ondernemer met een aantal IT-bedrijven. In Kiev. Kiev. Ja, nu dus in Lviv. Probeert weg te komen. Wat is het laatste nieuws? Want jullie hebben constant contact op de WhatsApp, hè? Ja, waar ik hem dankbaar voor ben, dat hij ons op de hoogte houdt. Want je moet je voorstellen dat hij zijn gezin dus in veiligheid probeert te brengen. En hij probeert naar Polen te reizen, naar de grens. Dat is zo'n 80 kilometer vanaf Lviv. Maar ook daar is het onzeker of hij de grens over kan. Hangt helemaal af van of Polen hem toestaat. En ook gek genoeg, maar daar hebben we ook nog mee te dealen met een coronatestbewijs. Want er is onduidelijkheid over of Oekraïne. Je zal toch maar corona meenemen naar Polen. Jongens, dit verhaal was ik aan het uitzoeken, dus ik ga het nu ook gewoon vertellen. Er was discussie binnen Europese landen over of Oekraïners en ook EU-ingezetenen zomaar Oekraïne zouden kunnen verlaten als de shit de fan zou laten raken zonder coronatestbewijs. Ja, moet u eerst 5 dagen in quarantaine in Oekraïne, sorry. En er zijn dus nu mensen die daar tegenaan lopen. En wat ik begrijp vanuit Polen, maar dat gaan we nog even extra checken, is dat je soms afhankelijk bent van een individuele grensbewaker of je wel of niet het land in kan. Ja. Maar ook in Polen klinkt nu het luchtalarm, is dus het leger in opperste staat van paraatheid. Ja, het zou kunnen dat je denkt van, goh, ik heb toevallig €100 op zak, hier beste grensbewaker, doe er wat leuks mee, ik ga mijn gezin in veiligheid brengen. Ja. Maar dit is dus de realiteit. En we zijn aan het uitzoeken hoe dit nu eigenlijk verder gaat. Want we weten uit alle verhalen die we horen dat er een vluchtelingenstroom wordt verwacht. En al is het maar alle buitenlanders die Oekraïne nu proberen te verlaten. Het is wel een gouden kans voor Polen om weer bij de EU weer een keer een wit voetje te halen. Zeker. Kijk eens wat we doen. Ja, als er echt iets aan de knikker is, kun je zijn we er altijd. Zoiets. Vergeet niet dat ze sinds de oorlog in 2014 is begonnen al zo'n 1,5 miljoen Oekraïners ook hebben opgevangen. Ja. Natuurlijk, ze weren alle andere soorten aan migranten, om het maar zo te noemen. Maar Oekraïners die zijn er welkom. We gaan naar de sancties die voorgenomen worden. Vanmiddag zullen die komen vanuit Europa, als alle 27 lidstaten erop een klap gegeven hebben, zei Ursula von der Leyen vanmorgen, het voorzitter van de Europese Commissie, die zei die reactie zal hard zijn. Zelfde woorden horen we eigenlijk uit de mond van Joe Biden en van Boris Johnson bij ons, Dick Sandé, defensiespecialist bij Klingendaal. Meneer Sandé, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, het zal heel stevig zijn, dat zei premier Rutte trouwens ook kort voordat hij een spoedoverleg instapte van het kabinet over Oekraïne. Wat is stevig genoeg? Ja, dat zal moeten blijken in de loop van vandaag. Gisteren was natuurlijk de situatie nog anders. En dat pakket wat afgekondigd is en Rutte al stevig omschreef, dat is door velen toch als erg magisch gezien. Maar goed, dat was nog gekoppeld aan een beperkt scenario. Ja. Als er nu een all-out war aan het ontstaan is, en daar lijkt toch alles op met doelstelling Kiev bezetten, dan moet dat hele pakket op de helling. En dan zal er veel stevigere maatregelen moeten komen. Von der Leyen heeft daar ook al een beetje op geduid. Afsnijden van het financiële verkeer, dat gaat heel ver. Gaat ook de economie in West-Europa daardoor raken. Mm-hmm. Maar ja, we zullen het in de loop van vandaag moeten zien. Ja, ja. Nou, nog een ander aspect wat we interessant vonden is dat artikel 4 van het NAVO-verdrag ingeroepen is door Polen en de Baltische Staten. Die hebben gezegd van ja, we moeten toch eens eventjes, dit is het voorportaal van een mogelijke militaire actie. Hè? Hoe moeten we dat zien? Hoe uniek is het als landen, als NAVO-landen, die artikel 4 consultaties ingaan? Dat is wel eerder gebeurd, dus op zich is dat niet iets totaal nieuws. Nee. Dat artikel 4 betekent eigenlijk alleen maar dat de NAVO-raad bijeengeroepen wordt. Nou, die was natuurlijk sowieso bijeengekomen vandaag, dus ook niet. Maar dat als een land een speciale reden heeft om dat te doen. Nou, dat kan dus zijn dat ze zich, er is geen militaire invasie of wat dan ook, maar ze voelen zich door de situatie om het land heen voelen ze zich bedreigd. Ja. Kan ook een terroristische aanval bijvoorbeeld, zou dat kunnen zijn. In dit geval niet van toepassing, maar kan van alles zijn. Dus zeer begrijpelijk denk ik dat Polen dat doet. Litouwen en andere Baltische landen ongetwijfeld van harte steunen. De vraag is natuurlijk, wat gaat de NAVO doen? Kijk, dat er
de Polen nu bepaalde nationale maatregelen hebben genomen. Maar de vraag is, gaat de NAVO als NAVO, hè, dus collectief nu besluiten om meer troepen te sturen, ja, naar Polen, de Baltische landen, misschien Roemenië en noem maar op. Hm. Want dat is nog steeds niet gebeurd. Het zijn steeds individuele landen die besloten hebben, oh, wij sturen wat extra troepen. Ja. De Britten hebben dat gedaan en de Duitsers en een aantal anderen. Geen gecoördineerde NAVO-actie. Stand-by machten bij de NAVO, ja, de NATO Response Force. Ja. Dat vereist dus een unaniem besluit van de NAVO-raad. Duidelijk. Dank u wel voor de toelichting. Dick Sandé, defensiespecialist bij Klingendaal. Straks, meer. Jouw vervangen wordt een lastige opgave, Kim. Een van Leila's techneuten gaat met ouderschapsverlof. Haar software-startup zoekt iemand voor wie moeilijke puzzels kinderspel zijn. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want als je een assessment toevoegt aan je vacatureplaatsing, krijg je snel inzicht in de vaardigheden van de sollicitant. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. BP wil in 2050, liefst eerder, energie-neutraal worden. Daarbij ondersteunt BP ook klanten met hun duurzame ambities. Zo helpt BP de Eemons Group te optimaliseren op basis van real-time data. En werkt het met Bosch Rental aan elektrisch laden voor hun klanten. Zo is BP echt samen met de klant onderweg naar een duurzamere toekomst. Lees de verhalen op fd.nl/advertorial/BP. Weet jij aan welke klanten je onderaan de streep niks overhoudt? Grip geeft antwoorden. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Grip.com, CRM, sales, projecten en facturatie. Is jouw doelgroep ook zo'n typische BNR-luisteraar? Je weet wel, zo'n hoogopgeleide met een mooie auto die altijd honger heeft naar zakelijk nieuws. Dan is het wel logisch waar je moet adverteren, toch? BNR Nieuwsradio. Bereik alleen relevante doelgroepen binnen B2B, AB1 en HBO+. Kijk op fdmediagroep.nl/BNR en bereik wie je wilt bereiken. Onbeperkt online leren voor jou en jouw organisatie? Skillstown biedt organisaties een eigen gepersonaliseerd leerplatform vol online trainingen. Vraag een gratis demo aan op skillstown.nl. Werkverkenners. Hoe kunnen we nog beter werken? We zijn heel erg kritisch naar onszelf. We willen het allemaal supergoed doen. Daar werd ik een beetje moedeloos van op een gegeven moment. Maar goed, ondertussen heb ik mijn antwoordje klaar. Flexwerkers of in vaste dienst. Mijn eerste baas toen ik zei, ik ga voor mezelf beginnen. Ja, de vrije jongens. Wij zoeken antwoorden op jouw vragen. Werkverkenners. Elke dinsdag om 3:30. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Nederland gaat weer open. Medicorps houdt sinds de start van de coronapandemie al meer dan 500 bedrijven en kantoren veilig open. Vraag nu het Veilig Open pakket voor kantoren aan. Medicorps houdt organisaties open. Wat voor toekomst wilt u voor uw organisatie? Capgemini Engineering maakt de ontwikkeling mogelijk van innovatieve producten en diensten van morgen. Daar waar de fysieke en digitale wereld samenkomen. Waarin alles connected en data gedreven is. Zo versnellen wij uw transitie naar Intelligent Industry. Get the future you want. Kijk op capgemini.nl. Capgemini is trotse sponsor van BNR Eyeopeners. Het programma over tech en innovatie. Elke donderdag om 7 uur bij BNR Nieuwsradio of in je favoriete podcast-app. BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel nog 3 files te melden. Ik begin op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, want bij knooppunt Hoevelaken gooien wegwerkzaamheden goed in het eten. Momenteel heb je daar 20 minuten vertraging vanaf Barneveld en die werkzaamheden duren nog een aantal weken. Wat ook nog opvalt is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, want bij afrit Maarn is een politieonderzoek bezig na een ongeluk eerder vandaag. Ook is de oprit daar niet te gebruiken. De rechterrijstrook is daar nu dicht. Je hebt daar 13 kilometer file vanaf Veenendaal en daar ongeveer een uur vertraging. En tot slot nog altijd 10 minuten oponthoud op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij voorknopend Kleinpolderplein om precies te zijn, komt omdat er afgevallen lading op de A20 ligt. Verder zijn er meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Voorburg, hectometerpaal 7,3. En langs de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij de Noordtunnel, hectometerpaal 75,7. 10:30. Tijd voor de nieuwsupdate. Hier is Maud Schreurs. Goedemorgen. Na de Russische inval in Oekraïne is de gasprijs met 30% omhoog geschoten.
Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit het land dicht gaat vanwege de oorlog in Oekraïne, zegt energie-expert Ronald de Zoete. En wij als Europa zullen dat gas ergens anders vandaan moeten gaan halen. Sorry dat ik het zeg, maar er zijn veel te weinig schepen, LNG-schepen die vrij beschikbaar zijn, zeg maar, om naar Europa genoeg gas te kunnen leveren om het gehele Russische volume te vervangen. Ook de olieprijs stijgt. De prijs van ruwe olie is vannacht voor het eerst sinds 2014 door de grens van $100 per vat geschoten. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft zware sancties bekendgemaakt voor de Russische inval in Oekraïne. Onder meer de toegang voor Russische banken tot de Europese markt wordt stopgezet. Ook worden Russische tegoeden in de EU bevroren. Ondernemer Jeroen Ketting van Lighthouse Group woont in Moskou en daar is een run op de banken ontstaan. We staan in de rij, maar ik sta achter bankmedewerkers die hun eigen geld nog hier aan het ophalen zijn. Dit is al de tweede bank die we afgaan, omdat bij de eerste bank was er al geen geld meer. Ja, dus Russen die zijn echt aan het rennen en vliegen om cash geld in de zak te hebben. De roebel ondertussen die gaat ook in vrije val. Dus het is een mooi feest vandaag. Von der Leyen houdt Poetin verantwoordelijk voor het terugbrengen van de oorlog in Europa. Ook de Amerikaanse president Biden heeft zware strafmaatregelen tegen Rusland aangekondigd. En Nederlanders in Oekraïne worden opgeroepen het land te verlaten als dit veilig kan, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse ambassade in Oekraïne blijft vooralsnog open, zegt minister Hoekstra. De ambassade zit niet meer in Kiev, maar in Lviv, in West-Oekraïne. Het weer eerst nog droog, in de loop van de dag regen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. En vooral in het westen kan het flink gaan plensen. Vanavond kans op winterse buien. Op het Amarak staat de AIX nog altijd 2,6% lager, bij een stand van 709 punten. Zometeen gaan wij praten met bijvoorbeeld André Gerrits, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Leiden, en met Helene Overlinde, die specialist is in sanctierechten van de Europese Unie. Nou, dat is helemaal mooi, want vanmorgen kwam natuurlijk mevrouw von der Leyen met het verhaal. We gaan een pakket met sancties uitrollen. Hoe zit dat dan? En ook, ja, iemand die in Hongarije geboren is, Tweede Kamerlid voor de PvdA is, Kati Piri. Nou, die ziet nu ook deze dag gebeuren. Zometeen op BNR. Ook genieten van een goed rendement op een zorgeloos bezit? Dutch & Group ontwikkelt en exporteert bijzondere vakantieverblijven in Nederland, Duitsland en Scandinavië. Op plekken waar je wilt zijn. Kom op zaterdag 12 maart naar het Start of the Season event aan de Loosdrechtse Plassen. En kom alles te weten over de aankoop van een tweede woning. Ga naar dutchandgroup.com en meld je aan. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit. Ondernemers van Nederland, opgelet. Natuurlijk is jouw webshop de beste. Maar behaal je ook het maximale rendement? Overweeg dan eens een .shop domeinnaam. Met .shop ben je herkenbaar, beter vindbaar in Google en voorbereid op de toekomst. Kijk op info.shop voor meer informatie. Wij willen uw Rolex. Draagt u uw Rolex niet meer? Spiegelgracht Juweliers, de horlogewinkel van Amsterdam, zoekt met spoed Rolex-horloges om de collectie te vergroten. Maak nu een afspraak en verkoop uw Rolex-horloge aan Spiegelgracht Juweliers. Beethovenstraat nummer 7 in Amsterdam. Of kijk op spiegelgrachtjuweliers.nl. Bereik meer met een .shop domeinnaam. Kijk op info.shop voor meer informatie. Klanttevredenheid is ons mooiste bezit. Al het andere kun je leasen. Hilterman Lease biedt mobiliteit en bedrijfsmiddelen voor ondernemend Nederland. Hilterman.nl. Hilterman met dubbel N. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan. Met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar Jumeco.nl. Heb jij interesse in een leuke job bij een klantvriendelijke leasemaatschappij? Kijk dan nu meteen op werkenbijhilterman.nl voor interessante vacatures. Hilterman met dubbel N. Extra nieuwsuitzending. Bas van Werven. 11:05. Goedemorgen. Je luistert naar een speciale ingelaste uitzending. Uiteraard naar aanleiding van de inval die de Russen hebben uitgevoerd op Oekraïne vannacht. Vladimir Poetin kwam eigenlijk out of the blue met een toespraak dat hij het oosten van Oekraïne, de Donbass-regio, wil demilitariseren en denazificeren, zoals hij dat noemt. En vervolgens zagen we dat er overal in het land berichten kwamen van aanvallen op militaire doelen.
Bijvoorbeeld op vliegvelden. Maar niet alleen maar in het oosten van het land, ook in het westen. Tot Lviv, waar onze makeshift ambassade op dit moment is neergestreken, vlak over de grens bij Polen. Maar ook dat er tanks rollen, al vanuit Belarus. Dat er ook nog aanvallen zijn met tanks vanuit de Krim, in richting van Odessa. Dus wat dat betreft een volledige invasie van dat land. Alles wat we horen nu, dat wegen we op een goudschaal. Is het waar of is het niet waar? Er is natuurlijk een hele hoop oorlogsretoriek. Dat gebeurt ook van beide kanten. We zien berichten over de Oekraïners die claimen dat ze Russische jets hebben neergeschoten, die er volgens mij helemaal niet zijn. En de Russen hebben dat ook met kracht weer ontkend. Er zouden burgerdoden zijn gevallen. We weten niet veel. Wat we wel weten is dat er heel veel mensen in Oekraïne onderweg zijn en proberen een goed heenkomen te zoeken. De Nederlandse ambassade, wordt het net al van Maud, die heeft ook gezegd, probeer het land uit te komen als het je lukt. Wij spraken al een ondernemer, je hebt daar contact mee, Geert-Jan Haan, die probeert het land uit te komen via Polen. Ja. Of dat lukken gaat, dat horen we allemaal later. In de studio zitten naast mij Bernard Hammelburg, onze eigen buitenlandcommentator. Geert-Jan Haan, zei ik al eventjes, onze Europa-verslaggever, oost-Europa-correspondent, spreekt ook in Kiev. Ja, heeft in Kiev. Wat nu belaagd wordt. Ja, hier heb je gewoond, je hebt er veel vrienden. Toen was het gezellig, nu is het oorlog. Ja, zeker. En Kees Dorenstein, die zit uiteraard naast me. We hebben hem samen het karretje betrekken. Ik ben de live-blog in de gaten aan het houden. We zijn tot 12 uur vanmorgen zijn we bij je met een update van wat er allemaal gebeurt daar in Oekraïne. Inderdaad, het gaat dan over sancties. Het gaat over de economische gevolgen voor Europa. Het gaat over de humanitaire toestand in Oekraïne. Uiteraard de militaire ontwikkelingen daar. Laten we even kijken naar het humanitaire verhaal. Poetin heeft die oorlog verkozen. Een daad van agressie zonder weerga in deze eeuw. Twitterde Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid vanmorgen. Maar Piri, u bent eigenlijk het meest Oost-Europese Kamerlid, hè, want geboren in Hongarije. Dit moet wel wat emotie teweeg brengen, denk ik. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook breed gevoeld wordt. Ja. Ook trouwens gewoon hier in Nederland. En ik denk dat we allemaal beseffen dat we echt wakker zijn geworden in een ander Europa. Een Europa wat in 2022 in oorlog is. Dit is natuurlijk ongekend. Zoiets hebben we in al die decennia nog nooit eerder meegemaakt. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Dit nieuws komt dan inderdaad bij binnen een heel ander Europa. Kent zijn weerga niet. Maar toch zijn weerga. 2014, toen vielen de Russen de Krim al binnen. Wat is er anders? Wat is er anders is dat we hier een hele lange voorbereiding zagen. We zien nu een aanval op eigenlijk van oost, west, noord, zuid, op heel Oekraïne. Ja. En we beseffen ook, we hebben allemaal de speech gehoord van Poetin eergisteren. Die was angstaanjagend. Dat het hem om veel meer gaat dan wat hij in 2014 heeft gedaan met de Krim en met Oost-Oekraïne. Hij vindt gewoon dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft. Ja. En daarmee vormt hij natuurlijk ook een bedreiging eigenlijk voor überhaupt vrede op dit continent. Ja. En als we dat dan zien, hè, we hebben dit allemaal gezien, ook de aanloop hier naartoe. Steeds is er weer gezegd van ja, als er iets gebeurt, dan komen er sancties. Het is geen NAVO-lid, dus ja, we kunnen niet zo gek veel. Maar... En zelfs Zelensky riep op een gegeven moment, nou, zeg dan wat je gaat doen. Want dat zal dan misschien op een andere koers zetten, Poetin. Dat hebben we niet gedaan en nu wachten we nog steeds op zware sancties. Aangekondigd door mevrouw van der Leyen, daar bent u zelf Europarlementariër geweest. Hoe komt dit bij u over? Nou, als ik eerlijk ben, kijk, de reactie van de Europese Unie moet snoeihard zijn. En mijn verwachting is ook echt dat het snoeihard zal zijn en eensgezind. Hè, dit is zo'n grote, grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne. Je trekt gewoon met tanks een buurland binnen. Er is, ondanks alle verdeeldheid die we de afgelopen weken ook wel eens hebben gezien, verwacht ik gewoon echt een eensgezind antwoord hierop. Uw vraag, hadden we dit kunnen voorkomen door eerder duidelijk te zijn? Ik vrees van niet. Ik denk dat Poetin zich zeer bewust is van de mogelijke harde consequenties. En het toch heeft gedaan. Rationeel kan je dit besluit niet noemen. Nee. Vandaar ook dat we een scenario zien wat ik zelf en wat vele experts niet het meest waarschijnlijke scenario achten. En het gebeurt toch. Ja. Dus van rationaliteit bij Poetin en van reden is geen sprake. Mevrouw Piri, Geert-Jan Hanier, goedemorgen. Zojuist heb ik naar de toespraak van Zelensky gekeken. En die heeft gezegd dat hij alle diplomatieke banden met Rusland gaat verbreken. Is dat nog iets wat je kunt overwegen als Nederland of als Europese Unie? Of sluit je dan alle kanalen af?
Nou, normaal gesproken vind ik altijd dat kanalen open moeten blijven. Maar in dit geval, bijvoorbeeld Rusland is lid van de Raad van Europa. Oekraïne ook. En ik weet dat er ook een oproep is, en die steun ik ook, dat vandaag ook in de Raad van Europa er wordt gekeken om Rusland nu uit de organisatie te zetten. Op het moment dat je gewoon zo massaal een ander land, een ander buurland, gewoon militair aanvalt, ja, anno 2022, moeten we ook gewoon ongekend reageren. Ik vind het dus ook logisch dat Zelensky die stap zet. Ja, nee, is duidelijk. Maar zal meneer Poetin zeggen, oh, nou ben ik uit de Raad van Europa gegooid, dat is erg? Nee, maar weet u, niet reageren en niks doen, dan doen we ook net alsof dit geaccepteerd zou worden. Ja. Dus het is helaas niet een reden tot afschrikking. Maar ik denk wel dat je gewoon precies voor je principes moet staan, ja, en daarop moet acteren. Maar nog kom ik even terug op wat Geert-Jan zei. Echt voor je principes staan is alle diplomatieke verbanden banden breken, ambassades weghalen, eigenlijk het land, zoals we dat met Iran gedaan hebben. Bernard heeft dat al eerder gezegd vanmorgen. Gewoon totaal isoleren, boycotten die handel. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het land dat wordt aangevallen, dat op dit moment doet. Kijk, ik zou als Europese Unie, volgens mij kan je Poetin nu op andere manieren en de hele kliek om hem heen harder raken dan de ambassadeur uit het land te zetten. Ja. En ik denk ook op het moment dat je boodschappen door wil geven aan Moskou, is ook belangrijk om in ieder geval een diplomaat in de buurt te hebben. Maar hoe hard moet je het, welke sancties, wat staat u dan voor? Wat gaat u straks in het overleg in de Kamer inbrengen? Wat u betreft. Als u zegt echt keihard, waar moet je dan aan denken? Nou, dan moet je denken aan het hard aanpakken van Poetin en zijn kliek, waarvan we weten dat ze nog steeds heel veel te goeden, en dat weten we al jaren, en jaren hebben we het niet hard genoeg aangepakt, heel veel te goeden op westerse banken hebben, in huizen hebben zitten, bezittingen in het westen, inreisverbod, Rusland afsluiten van het internationaal bankverkeer, sancties op brede economische sectoren, en daarnaast kan je dus denken bijvoorbeeld aan meer symbolische dingen als Rusland uit de Raad van Europa zetten, op het moment dat zo'n militaire aanval doet. Duidelijk, dank u wel. Katy Piri is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En dan, je zei het al eventjes, Geert-Jan, die persconferentie van Zelensky. Wat kwam daar verder, behalve dat hij dat deed? Welke taal sprak hij? Sprak hij Oekraïens of Russisch? Zullen we een klein stukje luisteren, want we hebben wat klaargezet. Hoi. Шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям, де маніпуляція, де брехня, де що відбувається. Мобілізація бойового духу. Я хочу звернутися до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові. Spreekt in het Oekraïens in dit gedeelte. Dat is de belangrijkste taal in Oekraïne. Russisch wordt ook gebruikt en het is eigenlijk nooit een groot discussiepunt onder de mensen zelf geweest, behalve onder politici, om hier een taalstrijd van te maken. Ja. Zelensky maakt wel handig gebruik ervan, want niet in dit gedeelte, maar in een klein ander gedeelte, dat deed hij vannacht ook, heeft hij Russisch gesproken om mensen in Rusland aan te spreken. En hij weet zelf ook, misschien bereik ik ze niet, maar ik doe het toch. En hij zegt wederom zojuist, ik roep alle Russen op om naar buiten te gaan en te protesteren tegen deze oorlog. En hij hoopt natuurlijk dat via allerlei sociale kanalen dit dan tot de Russen komt. Want via de Staats-TV zal het waarschijnlijk niet uitgezonden worden. Al weet je dat niet zeker, Bernard? Nee. Het gaat natuurlijk ook om de separatisten. Ja, hij spreekt ook. Die spreekt hij ook in het Russisch toe. Ja, ja. En de groene mannetjes, klopt te zeggen. Dus dat, die hele zwik die daar al sinds 2014 zit. Precies. Ja. Hey, wat ik opmerkelijk vond en wat ik zeer verontrustend vond, is dat hij ook oproept, Oekraïens oproept om bloed te doneren. Dat doe je alleen maar op het moment dat je zware verliezen onder burgers en militairen verwacht. Ja, maar ik denk dat je dat, gezien de huidige situatie, misschien ook wel kan verwachten. Ja. En het valt natuurlijk ook wel samen met die martial law en de noodtoestand en alles. Het zit in de lijn der verwachting. Maar hij heeft wel opgeroepen, ook aan alle burgers nu, om naar de wapens te grijpen. Jezelf te verdedigen, indien nodig. Maar ook alle mensen, alle Oekraïners die eigenlijk gesanctioneerd waren, maar nu toch mee zouden willen vechten voor Oekraïne, om die sancties dan teniet te doen. Oftewel, kom maar, help maar, alles en iedereen, vrouwen en kinderen eerst. Ja, en ook veteranen, die zijn opgeroepen van kom, haal een wapen en schiet mee.
Ik ben heel benieuwd, want er is nog niet, voor zover wij weten, sprake van een grondoorlog. De Russen hebben wel, zo lijkt het, militaire basis hebben ze getarget. Hebben daar raketten of drones, of weet ik veel, mee aangevallen en opgeblazen. Ja. Wat er verder is aan een grondoorlog is nog niet duidelijk. Ja, dat zeg je heel goed, dat is niet duidelijk. Want er is veel informatie vanuit allerlei kanalen. Zowel Oekraïens als Russisch, als staatsmedia, als sociale media. Wat een vrij aannemelijk bericht is, want dat heb ik bij op verschillende plekken kunnen checken, is dat er in de buurt van Kharkov, dus een Oekraïns gebied, dat er 4 tanks waren. En dat die door de Oekraïense militairen zijn ontmanteld, om het maar zo te noemen. Ja, ja. En er zijn dus verschillende plekken, dat hebben wij zelf vanochtend ook gezien op allerlei camerabeelden. Ja. Op verschillende plekken zijn er dus tanks Oekraïns grondgebied binnengereden. Hm. Wat die tanks uiteindelijk nu verder voor schade aanrichten, daar hebben we nog niet een goed overzicht van. Net zoals we weten dat een aantal vliegvelden in brand staan, maar ook daar hebben we verder geen overzicht van hoe groot die schade is. En weten we zeker dat die opnames van die tanks van nu zijn en op de plek die we denken dat het is? Op basis van de informatie die ik heb kunnen verzamelen en checken met data en betrouwbaarheid van de bronnen, zeg ik ja. Oké, we gaan naar hoogleraar André Gerrits, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Leiden. Meneer Gerrits, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wat hebben wij hierover zitten delibereren in de studio? Wat is nou het doel van Poetin? Vannacht kondigt hij aan, ik ga de Donbass-regio, en die kan je dan groter maken dan de volksrepublieken die hij eerder erkende, die ga ik demilitariseren en denazificeren. Maar daarbuiten lijken nu ook aanvallen te zijn. Wat is het belang? Waarom zou hij een heel land pakken? We kenden ook de uitspraken van Colin Powell destijds, de chief of staff van Amerika. Die zei, if you break it, you own it. Dus op het moment dat je er binnen trekt en je moet een bezettingsmacht gaan neerzetten, dan heb je echt een probleem. Dan moet je dat land in check gaan houden. Wat is de agenda van Poetin? Kunnen we in zijn hoofd krijgen? Kunt u dat eens doen met ons? Nou, ik weet niet of dat nou zo'n fijne exercitie is. Maar dat is ook precies de reden waarom ik en vele anderen, waaronder ook een aantal weldenkende Russische specialisten, toch altijd gedacht hebben, als hij militair iets gaat doen, en dat zit er dik in, dan zal dat beperkt blijven tot die twee afgescheiden gebieden, desnoods, dat kwam er dan later bij, niet in hun huidige vorm, maar in hun oorspronkelijke vorm. Ja. En dat zal allemaal een evidente daad van agressie zijn. Mm-hmm. Wat hij nu doet, is wat het Westen ook gedaan heeft in, laten we zeggen, vergelijkbare situaties. Dat is eerst de militaire infrastructuur van een land proberen onschadelijk te maken. Ja. Om vervolgens, over de gehele, of over het gehele grondgebied, of een gedeelte daarvan, met militaire troepen binnen te trekken. Daar lijkt het een beetje op. Mm-hmm. Dit hoeft niet per se te betekenen het feit dat die doelen bij Kiev, of Kiev moet je nu eigenlijk toch wel echt zeggen, op z'n Oekraïens, en Lviv bombardeert, wil niet zeggen dat dat de eerste fase is om ook die steden en die regio's te bezetten. Mm-hmm. Het kan net zo goed zo zijn dat hij de militaire infrastructuur wil vernietigen en de Oekraïense strijdkrachten zozeer wil demoraliseren dat die uiteindelijk in het oosten van Oekraïne zo min mogelijk militaire weerstand krijgt. En dat zou een beetje kunnen zijn. En daarnaast naar de internationale gemeenschap ook een verhaal heet van, dat is precies wat ik aankondigde, dit was het verhaal en ik moest dat even doen om uiteindelijk daar de troepen op te ruimen. Want daar zitten Russen en daar waren we al. Dus dat is het verhaal. Daar zou hij nog mee weg kunnen komen ook. Nou, ik zat net naar de toespraak van Guterres te luisteren, de secretaris-generaal van de VN. Mm-hmm. En die klonk echt fors aangeslagen. Dit was geen poging meer om, laten we zeggen, te bemiddelen. Dit was een regelrechte aanval, aanklacht tegen Poetin en een heel duidelijk oproep om hiermee te stoppen. De Chinezen hebben, voor zover ik weet, het enige wat de Chinezen tot nu toe gezegd hebben, is toch een vrij cruciale factor hier. Ja. De deur naar een diplomatieke oplossing staat nog een heel klein beetje open en dat moeten we vooral zo houden. Mm-hmm. Is toch even iets anders dan zeggen van, wat ze eerder wel gezegd hebben, wij kunnen begrip opbrengen voor Poetins handelen. Dus wat hij zou kunnen doen inderdaad, dat is, kijk, we gaan steeds verder onze grens verleggen van wat dan misschien nog het minst serieuze scenario, het minst ernstige scenario is. Uh-huh. Dat is inderdaad vliegvelden, zoals in Mariupol en bij Lviv en Kiev schijnt het om militaire
plek in te gaan, basis of anderszins. Ja, dat dat inderdaad louter is bedoeld om zo min mogelijk weerstand uiteindelijk op te roepen, militaire weerstand, concrete weerstand, in wat hij wil gaan doen. Ja. En dat lijkt nu toch wel echt om de invloed van die separatisten uit te breiden naar wat de oorspronkelijke twee provincies, Luhansk en Donetsk, zijn. Precies. Meneer Gerst, nog even naar die rol die China speelt hierin. Die zegt, die is significant, hè? Is dat ingegeven doordat de Russen, de Chinezen economisch afhankelijk zijn van de Russen en hier een buitenkant zien om graan wat niet naar Europa gaat en gas, om dat dan maar fijn te absorberen? Want we weten, China is niet een land met heel veel natuurlijke hulpbronnen zelf. Nou, ik weet het niet. Ik denk niet dat dat op dit moment een hele belangrijke rol speelt. Nee. Ik bedoel, het idee, ik hoorde het net zelfs op de BBC, alsof Rusland zomaar 1, 2, 3 zijn gasexport en zijn olie-export zou kunnen ombuigen van richting Europa, richting China. Dat is helemaal niet aan de orde. Mm-hmm. China is natuurlijk in een aantal opzichten afhankelijk van Rusland, althans mede van Rusland, als het gaat om de invoer van energie. Maar China is natuurlijk ten opzichte van Rusland verreweg de grootste partij. In alle opzichten, omvang van de strijdkrachten, omvang van de economie en dergelijke. Ja. Dus kijk, wat voor China, denk ik, en dat is op zich ook weer heel onrustbarend, van belang is, hoe reageert de internationale gemeenschap op een langdurig conflict dat nu met militaire middelen wordt beslecht. Rusland versus Oekraïne. Ja, de parallel China-Taiwan is niet zo heel ver. Nee. Is niet zo heel ver weggedacht, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Dus China zal vooral geen, het is een hele andere situatie, hoor. Ik bedoel, voor de bezetting van Taiwan heb je nog wel iets meer nodig, denk ik, dan de halve bezetting van Oekraïne. Nog even los van de Amerikaanse reactie erop. Maar meneer Gerrits, mag ik u wat vragen tussendoor? Want u heeft het over dat door overal in Oekraïne nu militaire faciliteiten te belagen, de minste weerstand in de Donbass te creëren. Tegelijkertijd krijg je daardoor wel de meeste internationale weerstand. Terwijl we allemaal weten dat als Poetin de Donbass had willen hebben, dat hij dat ook sowieso wel had kunnen krijgen. Ja. Gezien de enorme troepenopbouw. Dus waarom zou hij dan toch voor deze weg hebben gekozen? Nou ja, dat is een hele goede vraag, maar daar heb ik eigenlijk mijn antwoord op. Het interesseert hem werkelijk geen flikker. hoe de internationale gemeenschap op hem reageert. Althans, hoe het Westen op hem reageert. Ik zat net te kijken naar een interview met de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ze leven in een... Het is een andere wereld. Het is een andere werkelijkheid. Of het een schijnwereld is, laat ik even buiten beschouwing. Waarin ze ook zegt, kijk, het doet er niet toe wat wij Rusland doen. Die sancties komen sowieso. Nou ja, dat is een kijk op de werkelijkheid die eigenlijk min of meer is losgeslagen van, nou ja, van de echte werkelijkheid, van de werkelijkheid zoals wij die zien. Ja. Poetin heeft hier een aantal dingen die hij wil realiseren. Die politieke eisen van hem die zijn langzaam maar zeker wel bekend. En hoe het Westen daar verder op reageert, interesseert hem niet. Precies wat de woordvoerster zijn. Wij weten toch wel dat sancties jullie enige reactie zullen zijn. Ja, precies. En daar zijn wij niet bang voor. Nee. Zo simpel is het. Nee, precies. Tenzij ze die sancties heel hard zijn opschroeven. Zeker. Daar hebben we het al eerder over gehad. Aan hoe die sancties eruit zien. Ja, maar als ze dus stoppen met de export van technische middelen, apparatuur, vliegtuigen, vliegtuigonderdelen, dat soort dingen. Ja. Dan wordt het echt voor Rusland wel een crisis. Ja. Ja, nou ja, dat moeten we dan allemaal nog maar afwachten. De Russen hebben meerdere mogelijkheden. China is altijd bereid om, niet zozeer om technologie te leveren, maar in ieder geval om wat dat betreft de Russen bij te staan. Maar zeker, ik bedoel, niet alle sancties zijn marginaal, zeker niet. Maar of sancties uiteindelijk Poetin zullen dwingen om op zijn schreden terug te keren, dat waag ik te betwijfelen, zelfs heel ernstige sancties. Het zou kunnen, want dat is natuurlijk de gedachte die hierachter zit. Wil je Poetin tot reden dwingen, dan zal dat moeten gebeuren door zijn eigen elite. Ja, die zal tegen hem moeten zeggen, je bent nu te ver gegaan, want dit schaadt onze belangen. Ja, exact. Ja, als je ziet hoe Poetin zijn directe raadgevers behandelt, dat is compleet absurd. Dat heeft hij altijd wel een beetje gehad. Dan moet je aan het tafeltje komen bij de president en dan krijg je een pak slaag. En dat wordt dan ook uitgezonden op de Russische televisie. Maar dat lijkt nu ook de overtreffende trap te hebben bereikt. Het komt toch dichter bij het moment waarop delen van die elite zouden kunnen zeggen van, nu is het klaar. Ja. Nu is het klaar. In ieder geval, hij verdedigt onze belangen niet op effectieve wijze. Dank. André Gerrits, hoogleraar International Studies in Global Politics van de Universiteit Leiden. We gaan over die sancties praten met de Leeuwen over de Linde, die specialist in sanctierechten van de Europese Unie. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, we horen het van der Leyen vanmorgen al zeggen. Die zegt, er komen hele zware sancties. We komen bij elkaar vanmiddag, dan komt er een sanctiepakket uit. Nou, denk aan bijvoorbeeld het opzeggen van het SWIFT, het financiële transactiesysteem, wat Russen gebruiken in onderhandeling met andere banken. En zo zijn er nog wel wat meer dingen. Die sancties spraken we net even over al met andere Gerrits. Die zegt, ja, sancties, hallo. Het gaat er maar om hoe zwaar die gepercipieerd worden. En de Russen hebben heel veel ingecalculeerd. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik ben het eigenlijk eens met André Gerrits. Ja. Want inderdaad, die sancties... Ik noem steeds het voorbeeld van 2014 met Krim-annexatie. Toen is er ook een pakket sancties afgekondigd, wat nu eigenlijk ook tegen de Donbass is afgekondigd. Ja. Ja, het heeft niet gewerkt. Het heeft eerder averechts gewerkt. Dus ik verwacht niet veel van het huidige pakket wat gaat om het bevriezen van de tegoeden van de parlementariërs en het verbod op import-export met Donetsk en Lugansk-regio's. En een aantal banken, Russische banken, die dus geen financiering meer in het Westen kunnen krijgen. Dat pakket denk ik dat dat niet heel veel gaat opleveren. En dan zijn er natuurlijk nog zwaardere maatregelen, zoals waar u het net ook over had, SWIFT afsluiten. Nou, ik denk dat dat inderdaad een heel zware maatregel is. Maar dat zal Poetin nog steeds niet doen veranderen en niet terugkomen op zijn genomen besluit om inderdaad de macht in Oekraïne geheel en al over te nemen. Ja, precies. Wat zou wel helpen als je aan sancties denkt die hem echt treffen? Hè? Dat zei André Gerrits ook. Ja. Je moet de inner circle moet je hard treffen. Nou, die hebben een oligarch, die hebben allemaal lekker een bootje liggen in Kan. Dat bootje moet je of tot zinken brengen of zorgen dat het niet meer in kan liggen. Ja. Moeten we daar aan denken? Ja. Of inderdaad vliegtuigonderdelen van Boeing, van Aeroflot? Ja, mijn idee was inderdaad... Ja. Het stoppen van de export van echt hele belangrijke dingen. Aeroflot vliegt bijna uitsluitend met Airbus en met Boeing. Als je die dingen niet meer levert of de onderdelen niet meer levert, dan staan ze over 6 weken stil. Ja, precies. Dat heb ik ook al een paar keer genoemd als zware sanctie. Ja, dat hakt er echt in. Ja, inderdaad. Want dat is duidelijk dat de lokale Russische productie niet in staat is om dat snel allemaal op te vangen. Nee, dus chips en allerlei andere onderdelen voor cruciale gebruiksgoederen en vliegtuigen bijvoorbeeld. Ja, dat gaat ze hard raken. Maar dan nog, de Russen zijn een overleversvolk. En ik heb de Sovjet-tijd nog meegemaakt. Ik kom daar vanaf 88. Toen was het ook een zware crisis met tekorten en lange rijen. En ja, ze gaan gewoon door totdat het echt absoluut niet meer kan. En dat punt was in 91 bereikt, dat gewoon het land compleet failliet was. Maar ik denk niet dat ze snel in die situatie terechtkomen. En ze voelen zich nu sterk. En wat ik er ook nog over wil zeggen, dit speelt eigenlijk vanaf 2014... want ze voelen zich zwaar geschoffeerd door dat associatieverdrag wat de EU met Oekraïne heeft getekend. Dus ze zijn eigenlijk al 8 jaar bezig met een revanche nemen en bedenken hoe ze dat gaan aanpakken. Precies. Dus dan gaan ze dat niet snel loslaten. Met als apotheose deze inval in het land. Dank, Helene Overlinde, specialist in sanctierechten van de Europese Unie. Nog een uur gaan we door met deze speciale ochtendspitsuitzending, waarin we met Gert-Jan Haan, Bernard Hammelburg, Kees Dorrestein en ik praten over die inval in Oekraïne vannacht van de Russen. Hoe we die moeten plaatsen, wat het betekent voor ons, wat het betekent voor mensen op de grond. Zometeen, na de nieuwsupdate, gaan we verder. Elk huis is zijn eigen merk. Dat vinden wij bij Burbach Roycroft. Exclusive Property Navigator. De makelaar voor exclusieve huizen. Ook kennis maken? Ga dan naar burbachroycroft.com. Deze week in de bonus. AH Pitloze Witte Druiven en Sabeldruiven op schaal. Tweede gratis. Lu en Liga. 2+1 gratis. Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks 8,50. En Ariel, Dreft, Lenore, Always en Oral-B. 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Op zoek naar IT-experts? Eclectic is al 30 jaar de verbinder tussen IT-professionals en opdrachtgevers. Gericht op kwaliteit, met een persoonlijke touch. Eclectic. Simply finding the best. Spaar mee voor de allerhoogste korting op Efteling-tickets. Tot wel €12,50 per ticket. Lekkere van Albert Heijn. Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Very private addiction care. Morgan vernieuwt de iconische three-wheeler. Het model luidt een nieuw tijdperk in voor het Britse automerk. Morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.
What's next? The U-turn. Very private addiction care. Een technoloog in Nieuwegein wist waar hij voor tech moest zijn. Steeds weer een topgast in de Puntgave podcast. Met Van den Burg en Blankenstein. De technoloog. Elke week een uur conversatie voor het oor van de natie. Ongerijmd goed. De technoloog. Je vindt hem in je favoriete podcast app. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Dell Technologies Power Edge Servers. Intelligente samenwerking. Onbeperkte innovatie. De U-turn. Very private addiction care. Ja, zo'n brief, die WOZ-aanslag, dat geloof je toch gewoon? 1 op de 5 mensen betaalt ruim €200 te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Betaal je niet blauw. Ga naar eerlijkewoz.nl. Wij zijn BNR. En wij zijn 100% financieel afhankelijk van adverteerders en sponsors. Maar onze programma's zijn 100% journalistiek onafhankelijk. Daarvoor willen we sponsors zoals Amdax en TUI bedanken. Deze zakelijke vrienden weten namelijk dat nieuws niet te koop is. Maar weten ook dat nieuws maken geld kost. En dat de waarde van sponsoring onbetaalbaar is. Want door hun naam te verbinden aan BNR, verbinden ze zich aan het hart van de zakelijke doelgroep. En daarmee bouwen ze aan hun merk. Sponsors als Amdax en TUI maken het onmogelijke mogelijk. Een commerciële nieuwszender die volledig journalistiek onafhankelijk is. BNR Verkeer. Het is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Wat nog opvalt is de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Want bij knooppunt Hoevelaken zijn werkzaamheden bezig omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Op dit moment 15 minuten vertraging vanaf Voorthuizen. Goed nieuws over de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want bij afrit Maarn was een ongeluk gebeurd en de weg was daar langere tijd deels afgesloten. De weg is daar nu weer helemaal vrij. Nog wel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Veenendaal en daar 20 minuten aan extra reistijd. En tot slot de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar is namelijk bij knooppunt Kleinpolderplein de verbindingsweg naar de A20 naar Gouda tijdelijk dicht. Dat komt vanwege lading die is kwijtgeraakt van een vrachtwagen. Omrijden kan via de A4. Ook nog meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond, hectometerpaal 236,9. En langs de A27 van Almere naar Utrecht bij Hilversum, hectometerpaal 85,8. 11:02. We gaan naar de nieuwsupdate. Hier is Maud Schreurs. Goedemorgen. Oekraïne heeft de diplomatieke banden met Rusland verbroken. President Zelensky heeft dat gezegd op een persconferentie nadat Rusland zijn land was binnengevallen. Oekraïners die tegen de Russen willen vechten krijgen een wapen, zegt de president. En straffen wegens wapenbezit worden kwijtgescholden. In Oekraïne is chaos ontstaan na de Russische inval eerder vandaag. In Kiev staan lange files en mensen pakken massaal het openbaar vervoer om weg te komen. Ook staan er lange rijen voor supermarkten en pinautomaten. En de Russische militairen zijn via een paar regio's Oekraïne ingetrokken. Niet alleen in het noorden, maar ook vanuit het schiereiland de Krim in het zuiden. Volgens Rusland zijn de Oekraïnse luchtverdediging en luchtmacht uitgeschakeld. In Den Haag is spoedoverleg begonnen over de Russische inval in Oekraïne. Het kabinet en de Tweede Kamer willen snel nieuwe sancties tegen Rusland, zegt PvdA Tweede Kamerlid Kati Piri. En mijn verwachting is ook echt dat het snoeihard zal zijn en eensgezind. Dit is zo'n grote, grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne. Je trekt gewoon met tanks een buurland binnen. Er is, ondanks alle verdeeldheid die we de afgelopen weken ook wel eens hebben gezien, verwacht ik gewoon echt een eensgezind antwoord hierop. Uw vraag, hadden we dit kunnen voorkomen door eerder duidelijk te zijn? Ik vrees van niet. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat Rusland een zware prijs gaat betalen voor de inval in Oekraïne. En leiders van de Oost-Europese landen die grenzen aan Oekraïne veroordelen de aanval op een buurland. De Poolse president Duda spreekt van een brute, niet uitgelokte en onrechtvaardige Russische aanval. Hij zegt verder dat dit het moment is om de oostelijke flank van de NAVO te versterken. Ook de president van Roemenië veroordeelt de aanval. En Oekraïne wil dat Turkije geen Russische schepen meer toelaat tot de Zwarte Zee. Verschillende belangrijke havens van zowel Rusland als Oekraïne grenzen aan die Zwarte Zee. En daarmee is de binnenzee strategisch zeer belangrijk. Turkije beheert de toegang tot de Zwarte Zee via de Bosporus en zeestraat de Dardanellen. Dat is in 1936 al afgesproken, zegt onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Hij heeft een soort van, douanefunctie of marechaussee-functie voor de Zwarte Zee.
zee. Ja, en zou dus in de veronderstelling van Oekraïne Russische schepen kunnen tegenhouden die daar binnenvaren. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want ik denk niet dat Rusland die op zee zo'n confrontatie aan wil. Maar goed, dat hebben ze dan gevraagd. Het weer, eerst nog droog, in de loop van de dag regen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Vooral in het westen kan het flink gaan plensen vanmiddag. En vanavond is er kans op winterse buien. Op het Amrak staat de AEX 3% in de min bij een stand van 705 punten. Ja, zometeen geen BNR breekt, maar wel breekt nieuws, kunnen we stellen. Want de Russen hebben Oekraïne ingevallen. We gaan daar uitgebreid over praten. Straks onder meer met een ondernemer die we kennen in Rusland, van Nederlandse bloeden, Dirk Sauer. We gaan naar onze eigen man in Kiev, Joost Bosman. En we spreken ook nog met iemand die familie heeft in Kiev. Zometeen in BNR's live update over de oorlog in Oekraïne. Je onderneming groeit als kool. Elke dag een nieuw avontuur. Nieuwe klanten, producten, mooie projecten. Maar de kosten groeien ook mee. Geen zorgen. Vinturi helpt jou groeien. Dat doen we met zakelijke kredieten tegen duidelijke voorwaarden. Kijk op vinturi.nl voor de mogelijkheden. Vinturi, voor moderne werkkapitaaloplossingen. Wat weet je van een WOZ? Wat weet je ervan? 1 op de 5 mensen betaalt ruim €200 te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Betaal je niet blauw. Ga naar eerlijkewoz.nl. Vinturi, voor moderne werkkapitaaloplossingen. Kijk voor jouw mogelijkheden op vinturi.nl. Ondernemers van Nederland, opgelet. Natuurlijk is jouw webshop de beste. Maar behaal je ook het maximale rendement? Overweeg dan eens een .shop domeinnaam. Met .shop ben je herkenbaar, beter vindbaar in Google en voorbereid op de toekomst. Kijk op info.shop voor meer informatie. In BNR Sport ontvangen we iedere week topsporters, coaches en andere sportgrootheden. We vragen ze alles over de wereld binnen en buiten de sport. Ze vertellen hun dromen. En ik wil succes hebben. Maar ook de onzekerheden. Oh nee, je hebt een auto weer gevraagd. De sportmentaliteit. Je kan het niet meer eruit halen, het zit er gewoon in. En hun tomeloze energie. Je doet het goed of je doet het niet. Luisteren dus. BNR Sport. Zaterdag om 12 uur. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Win meer, beleef meer. Bereik meer met een .shop domeinnaam. Kijk op info.shop voor meer informatie. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Bas van Werven. Ja, het gaat over de inval in Oekraïne uiteraard. En hier aan tafel zit Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Voormalig woonachtig in Kiev, spreekt Oekraïens en Russisch. Altijd handig als je meneer Zelensky zijn boodschap moet gaan vertalen. We hebben hier onze eigen duider, Bernard Hammelburg. Buitenlandcommentator en Kees Dorrestein en ik. We zijn vanmorgen bezig met die oorlog. Sinds vannacht Poetin ineens kwam met het verhaal: ik ga de Donbass-regio demilitariseren. We doen een inval in Oekraïne. En uiteindelijk zien we nu terug dat er veel meer dan alleen maar een inval is. Gaan we straks even een round-upje van maken. Maar eerst naar Kiev. Onze correspondent Joost Bosman die zit daar. Het station van Kiev is behoorlijk vol. Iedereen probeert weg te komen. Mensen met koffers proberen in ieder geval naar het westen van het land te komen. Er staan lange rijen voor de pinautomaten. Er kan alleen nog maar met contant geld betaald worden. Overal in de stad ook lange rijen voor pinautomaten, apothekers, winkels. Ik hoorde net van een fotograaf van AFP, die kom ik in de metro tegen. Die zei dat er geruchten gaan dat er al tanks vrij dicht bij Kiev zijn. Die zouden dan vanuit Wit-Rusland deze kant op zijn gekomen. Maar dat zijn vooralsnog onbevestigde geluiden. Ja, we kunnen wel spreken dat Kiev op dit moment toch kalm is, redelijk kalm, maar dat mensen echt weg willen. En dat de situatie heel erg gespannen is. En dat zei Joost Bosman vanuit Kiev. Hij is normaal onze man die in Moskou zit, maar zit dus nu tijdelijk in het land daar. Je hoort het, mensen proberen daar weg te komen. Aan alle kanten, hoe wordt het nieuws gepercipieerd in Rusland? We gaan erover praten met Dirk Sauer, Ruslandkenner, uitgever van de Moscow Times. Ondernemer dus in Rusland. Meneer Sauer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en hij is toch gewoon zijn gang gegaan. U bent daar vast door verrast. Ja, ik ben nog steeds in shock. Wat je zei, ik woon nu 32 jaar in Rusland. Ja. En volgens is Poetin al heel erg lang. Zoals ook veel van mijn vrienden en collega's. En had dit
uiteindelijk niet verwacht. We dachten wel dat hij Luhansk en Donbass zou erkennen, dat hij misschien troepen daar naartoe zou sturen, dat hij in het ergste geval misschien iets verder zou gaan, proberen die hele provincies te pakken te krijgen. Maar dit, ik zie net op Twitter dat er een minuut geleden een grote explosie in Kiev zou zijn geweest. Dit had eigenlijk had ik zeker niet verwacht en de mensen in mijn omgeving ook niet. Dirk, dit is Bernd Handelburg, goedemorgen. Ik las gisteren je extra column, zou ik maar zeggen, in het Parool. En dat was een soort, een uiting van verdriet over wat je al die tijd nooit had kunnen verwachten en nu toch ziet gebeuren. Zeg ik het zo goed? Ja, natuurlijk. Ik had vanmorgen om 5 uur belde mijn zoon Piotr, journalist bij de Moscow Times, om ons wakker te bellen dat het begonnen was. En die had ik letterlijk huilend aan de lijn. Je moet je voorstellen, hij is geboren feitelijk in Nederland, maar opgegroeid in Rusland en zijn hele leven daar gewoond, al onze kinderen. Wij zelf zijn natuurlijk heel erg vergroeid. Ik heb vrienden, vriendinnen, Russische mensen belden mij op. Allemaal in shock van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat hebben wij ook fout gedaan als Russische intellectuelen, journalisten? Ligt het aan ons? Op dit moment een enorme schok. Want heel veel mensen, ik denk de meeste mensen in Rusland, zeker in Moskou, vinden dit vreselijk. Ja, en heb je ook antwoord op die vraag? Ja. Van wat hebben we, want het is gemist. Als media of als intellectuelen of als maatschappelijk betrokken groep misgedaan, heb je daar een antwoord op? Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk al jaren de Russische oppositie, Russische journalisten, mensenrechten, activisten enzovoort, die staan in de modus van overleven. Dat is natuurlijk, de samenleving is natuurlijk in de laatste jaren enorm gemilitariseerd. En iedereen die ook maar enig kritisch of onafhankelijk woord probeerde naar voren te brengen, die kreeg het voor zijn kiezen. En dat geldt ook voor onszelf. Hè. Wij zijn ook tot foreign agent verklaard. Er was al een hele moeilijke situatie waarin je het niet kon uiten. En het is enigszins navrant. Navalny vandaag net is er weer een nieuw proces tegen hem. En 1-2 uur geleden sprak hij vanuit de rechtbank. En hij kon hardop zeggen dat het een schande is. Maar de meeste Russen durven dat niet hardop te zeggen. Omdat ze dan ook in de gevangenis kunnen belanden. Ja, wat betekent dit voor jullie als bedrijf? Hè? Straks komen er sancties aan vanuit Europa, vanuit Amerika, noem maar op. Wat gaat het jullie raken ook? Gaat het de Moscow Times en misschien je eigen vermogen nog raken, Dirk? Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets wat ons natuurlijk nu heel erg bezighoudt. Het geld, dat is niet belangrijk. Maar ik ben nu met mijn Russische collega's, hadden we net een lange redactievergadering. Ja. Van hoe gaan we hoe gaan we hiermee om? Ja. We hebben natuurlijk besloten, we gaan gewoon door met onze berichtgeving. Hè, de staatspropaganda, ja, daar kunnen we natuurlijk niet tegen op als de Moscow Times en er zijn 2 of 3 andere nog onafhankelijke newsrooms in Moskou. Daar gaan we natuurlijk mee door. Maar ja, we behoren nu toch tot de interne vijand. Hè? Want de staatspropaganda die draait om volle toeren. En het gaat alleen maar over de genocide van Oekraïne en allemaal dat soort dingen. Terwijl wij gewoon feitelijk blijven melden wat er echt gebeurt. Wat er echt gebeurt, precies. Ja, meneer Sauer, Geert-Jan Haan hier ook een goedemorgen. We zien inderdaad ook beelden van de Russische staats-tv. Dat filmpje of die kaart van Oekraïne wordt al vaker op de tv getoond. En dan gaan een paar mensen gaan Oekraïne opdelen. Een beetje voor de fun. En nu zie je weer een nieuwe kaart van Oekraïne verschijnen op de Russische staats-tv. Waarbij kleurtjes zijn
toegevoegd aan de delen van Oekraïne, waarbij wordt gezegd, nou, deze kleur aan Oekraïne, dat was een cadeau van Stalin. Deze kleur, ja, dat was een cadeau van de Russische tsaren. En die kleur, dat was van Lenin, een stukje Khrushchev. Ja. En dan blijft er nog een klein stukje Oekraïne over. Nou, dat is eigenlijk echt Oekraïne, vanuit Russisch perspectief. Ja. Is dat wat nu wordt rondgepompt? Ja, dat wordt natuurlijk rondgepompt. En ook dat hele verhaal over die genocide. Het is maar genocide voor en na. Terwijl er is natuurlijk nul sprake van genocide. Dus het is volstrekt bizar. Maar het is wel angstig hoe zo'n propaganda toch onder je huid kruipt. Hè? Dan niet onze journalisten natuurlijk, want dat zijn professionals. Maar onze werkster bijvoorbeeld, die gelooft daar heilig in. Die denkt ook echt dat Oekraïne de schuld is van allemaal. Ja. En daar kan je tegen praten als Brugman. En zo zijn er natuurlijk veel meer mensen in Rusland. De spin is wat dat betreft slim. Dank, Dirk Sauer, Ruslandkenner, uitgever van de Moscow Times. We gaan doorpraten met onderzoeksjournalist Robert van der Noorden. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt vrienden en familie in Kiev, hè? Heb je contact met ze? Gaat dat goed? Ik heb een familie op meerdere plekken in het land. Ja. En de ergste op dit moment is Kherson. En vlakbij mijn schoonouders werden nogal zware bombardementen uitgevoerd. Onder andere een of andere legerbasis met helikopters werd daar plat gebombardeerd vanaf de Krim. En nu rijden die tanks daar het land in. Dus ik zit die beelden nou een beetje te analyseren. Maar dat is wel angstig. Dus we hebben wel even contact gehad, maar... Ja. Ja, dat is een nachtmerrie. Kherson is het zuidoosten van Oekraïne, tegen de Krim aan. Ja, tegen de Krim aan, dus, ja. Maar het lijkt zich inderdaad te concentreren dan op militaire doelen. Ja, maar je ziet wel veel beelden ook van... er zijn wel echt degelijk allerlei burgerslachtoffers. Dat ga je gewoon niet tegenhouden. Maar dat is inderdaad niet het hoofddoel op dit moment. Dus het is echt vliegvelden, militaire basis, brandstofopslag, de munitiedepots... dat soort zaken. Ja. Maar goed, je ziet nu dus ook dat leger vanuit Wit-Rusland de grens overgaan. Al die grensposten staan in de brand op dit moment. Ja, ik zit nu bizar genoeg in Litouwen met een groep, onder andere een hele zooi Oekraïense experts. Ja. En ik zat gisteren hier met Defensie van Litouwen aan tafel. En die hadden wel het idee dat mis kon gaan. Ja. Al eerder. Dus, die hadden het wel goed voorspeld. Dat kunnen we helaas constateren. Het bijzondere is natuurlijk die speech van Poetin, waarin die regio's erkent. Ja. Ja, dat leek eigenlijk meer alsof hij het erkende als zijnde onderdelen van Rusland. Mm-hmm. En toen heb ik ook meteen een traantje op Twitter gezet van, maar dit is een hele foute boel. Want bedoel, dat betekent dat ze gaan uitbreken waarschijnlijk uit die regio. En dan gaan ze gewoon de rest van die regio. Dus betekent dat Mariupol en dat soort steden er op dat moment aangaan. Ja. Nee, maar dan als je dan verder denkt, met al dat leger aan de grens bij Wit-Rusland en bij Belgorod en Krim, et cetera. Mm-hmm. Ja, dat hou je dan bijna niet meer tegen. De kans dat dan niet ingezet wordt is redelijk nul. Dus vanaf maandag leeft wel dit scenario dat dit gaat gebeuren, helaas. Ja. Maar misschien kunnen we, Robert, met jou even doornemen en ook verifiëren wat er nu momenteel dan speelt. Want wij doen natuurlijk enorm ons best vanuit Nederland met allerlei bronnen goed om te gaan, met allerlei mensen daar op de grond. Maar als je kijkt naar de meerfrontenaanval die door Rusland sinds afgelopen nacht is ingezet in Oekraïne, dan zie je dat er ook op de grond op een aantal plekken nu gevochten wordt. Zo wordt door de Oekraïnse defensie ook aangegeven. Maar dan heb je het echt, als je die kaart van Oekraïne pakt, hè, voor de luisteraars die denken, wat voor land hebben we het over? Dat is 15, 17 keer zo groot als Nederland. En door het hele land wordt nu ook gevochten en wordt de Russische agressor, zoals Oekraïne dat noemt, teruggedrongen. Dus niet alleen in het oostelijke deel, maar ook in het westelijke deel. Kharkov in het noordoosten, Mariupol. Noordelijk, hè? Bij Kiev dus. Ja, bij Kiev en bij Kherson, wat je aangeeft. Maar heb jij de indruk dat al die grondfronten, dat die er echt zijn? Ja, die zijn er echt. Nee, ik heb een beeld zitten analyseren. Ik werd vreemd genoeg wakker om 5:00. En ik zag die eerste bommen ontploffen en aanvallen starten. En toen ben ik vanaf dat moment alleen maar bezig geweest. Ik heb hier 30 man zitten die op dit moment hier in Vilnius op een locatie zitten analyseren wat er aan de hand is. En dat je ziet echt bij Kharkiv hele zware gevechten. Er worden allerlei Russische vliegtuigen neergehaald. Je ziet ook wel wat fake dingen langskomen. Maar we zijn op grote schaal dit soort data aan het binnentrekken om te kijken wat hier nu gebeurt. Ja.
En die propaganda speelt daar een rol in. Dus je ziet ook mensen rare paratrooperfilmpjes. Die retweet ik ook omdat ik hem zo vaak zag. Dat ik dacht van nou, dat zal wel echt zijn. Maar dat was dus ook een fout van mij. Ja, dus je kan, ik maak fouten hier. Maar het meeste klopt echt wel. Ja, en dan moeten we dus inderdaad bovenop zitten. Hè? Wat waarheid is en wat niet. Want een oorlog die gevoerd wordt, niet alleen maar op de grond of in cyberspace wordt gevoerd, maar ook inderdaad met desinformatie en met fake news. Wat zich snel verspreidt. Daarom zijn van die ooggetuigenverslagen zijn ontzettend belangrijk. Als je dus zelf familie hebt, bel even met onze redactie. Dan gaan we kijken of we wat ruimte kunnen maken in het programma. Vooralsnog, dank Robert van der Noorda, onze journalist, even dus vanuit Vilnius, Litouwen. Ja, en dan nog even een round-upje. Hoe staat het erbij met het internationale? Wat jij zei, Boris Johnson die komt straks met een reactiecase. Exact, en het kan ook zo zijn dat we zo meteen onderbroken worden door de persconferentie van Mark Rutte. Die zou er ook aankomen, daar is nog geen exacte tijd voor. Boris Johnson die heeft net getwitterd inderdaad dat hij vanochtend, maar ja, dat is dus Brits ochtend, dus dat kan ook nog tot een uurtje of één lopen, de natie gaat aanspreken. Hij noemt het een catastrofe voor het continent. Hij wil ook met de G7-leiders spreken. En hij wil binnenkort zo snel mogelijk een bijeenkomst van de NAVO-leiders. De NAVO die komt om 12:30 met een persconferentie. De G7 die komen bij elkaar. Biden die zei al, vandaar wordt gesproken met onze bondgenoten en partners over zware sancties tegenover Rusland. Hoekstra, onze buitenlandminister, die zei ook al dat er een alomvattend sanctiepakket komt. En dan komen we weer terug bij de EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die zei ook dat er zware sancties aankomen. Er wordt vandaag nog door de EU-leiders gesproken in Brussel. De sancties die op tafel liggen zijn dat de buitenlandse tegoeden bevroren worden van Rusland. Geen toegang meer tot het SWIFT internationaal betalingssysteem. Mm-hmm. Russische economie moet geraakt worden. Doordat ze bijvoorbeeld geen cruciale producten meer kunnen invoeren. En Rusland wordt voor een belangrijk gedeelte van de belangrijkste markten afgesloten. Ondertussen hebben zo'n beetje alle wereldleiders wel een reactie gegeven. Die veroordelen het. Behalve China, die spreekt niet van een invasie. En die zegt dat er gewoon weer om tafel gezeten moet worden. Ja, nou, dankjewel. Nog eventjes naar het andere. Want we hebben uiteraard vanmorgen ineens de noodtoestand afgekondigd zien. Ons correspondent in Kiev, Joost Bosman, zei dit. Dat het inderdaad van alle kanten komt. Alleen de noordkant heb ik nog niet gehoord. Dat vanuit Belarus, Wit-Rusland, een inval zou zijn geweest. Het is op dit moment rustig, in Kiev in ieder geval. Maar het lijkt erop dat dit toch de invasie is waar we al zo lang voor vreesden. Ja, nou, we hoorden ook allerlei luchtalarmen afgaan, bijvoorbeeld in Kiev. Dat is een air raid. Een air raid siren. Several of them going off here in the center of the Ukrainian capital. Now, whether that's them just testing it, I don't think so, though, given the situation we currently find ourselves in. Or whether Ukrainian radar has picked up approaching aircraft or missile attack inside the center of the city, I don't know. Ja, en dan horen we dat luchtalarm in Kiev. We hadden Dirk Sauer net aan de telefoon en die zei, ja, ik heb net op Twitter gezien dat er een enorme bom afging in Kiev. En dan is de vraag, A, was het een bom, klopt dat? En van wie komt die? Nee, A, weten we niet. Wat we zien op beelden, is dat er enorme rookpluimen zijn. In Kiev, uit Kiev, in de buurt van de grote rivier, de Dnipro, of de Dnieper, hoe je hem ook wil noemen. En wat we weten is dat diverse militaire commandocenters in diverse grote steden in Oekraïne momenteel worden belaagd. En dat geldt ook voor die in Kiev. Dus hoogstwaarschijnlijk militair doelwit. Verder is het gissen en afwachten. Maar dat is waar Dirk waarschijnlijk naar verwees. Ja, we zeiden het al. Eigenlijk is het in het hele land zijn er allerlei schermutselingen geweest. Of in ieder geval zijn er berichten van bombardementen op militaire stellingen. Luchtalarmen die we overal hoorden klinken. Ook in Lviv, in West-Oekraïne. Dat deel van het land wat dacht van nou, daar zal het wel rustig blijven. We hadden daar vanmorgen contact met de Nederlander Erik Gemelig-Meiling. Ja, de situatie hier is verschrikkelijk. Afgelopen nacht barstte de bom in het meest zwarte scenario die iedereen ondenkbaar achtte.
Ik zit in West-Oekraïne, in de Karpaten. Ik wilde zojuist, hebben wij 's morgens meteen de spullen gepakt, de auto ingeladen, met het idee van we vertrekken nu naar Polen toe. We stonden bij de geldautomaat, die doet het nog steeds niet. En vervolgens hoorden wij voor het eerst hier ook luide doffe knallen in de omgeving. Dat is voor ons nu het teken om weer terug te gaan naar het appartement. En we gaan hier eventjes tijdelijk de schuilkelder in. En even afwachten waar dit allemaal vandaan komt en hoe de situatie zich ontwikkelt. En we proberen als morgen zo snel mogelijk wat duidelijkheid ook voor onszelf te krijgen. En op het moment dat we het enigszins veilig achten, proberen we alsnog de grens te bereiken. Voor nu zitten we hier nog eventjes veilig. We zitten relatief in het dorp. Maar goed dat die luide knallen hier ook in het westen zijn, baart mij zeer zeker zorgen. Ik zit vlakbij een stad waar een olieraffinaderij zit. Dat is technisch gezien een targetonderwerp die gebombardeerd kan worden. Het is hier geen pretje. De stress slaat me om de oren. Misschien kan je het in mijn stem horen. Het is een gekkenhuis en dit is niet te bevatten. Zei de Nederlander Erik Meiling vanuit Lviv. En we spraken ook ondernemer Jeroen Ketting van de Lighthouse Groep. Die was dan weer in Moskou. En die probeerde daar even wat eurotjes veilig te stellen. Ik sta letterlijk in de bank. Alle Russen zitten nu, kijken nu in één keer naar mij om. Van wat spreekt die man een rare taal? Is dat nu de vijand? We staan in de rij, maar ik sta achter bankmedewerkers die hun eigen geld nog hier aan het ophalen zijn. Dus het is, dit is al de tweede bank die we afgaan. Omdat bij de eerste bank was er al geen geld meer. Dus de Russen die zijn echt aan het rennen en vliegen om cash geld in de zak te hebben. Ik bedoel, de Russen hebben in de afgelopen 30 jaar meerdere malen een bankrun meegemaakt voor veel mindere redenen. En de Rus weet gewoon van oké, het is nu even, nu gaan we in de overlevingsstand. Dus moet je cash geld hebben. Ja, we gaan eventjes naar premier Rutte. Spreekt nu het volk toe. Deze samenstelling en uiteraard ook het kabinet als geheel bijpraten. Ik heb het eerder tegen u gezegd en ik herhaal het hier nog een keer. Nederland veroordeelt ten scherpste deze inval door Rusland op Oekraïns grondgebied. Het is een daad van ongekende agressie. Op geen enkele manier te rechtvaardigen. Die een ernstige bedreiging is voor de stabiliteit in Europa en in de hele wereld. Waarom is dit zo ernstig? Dit is zo ernstig in de eerste plaats omdat het raakt aan precies wat ik net zei, die naoorlogse, maatschappelijke en volkenrechtelijke ordening van de wereld. Dat het tussen beschaafde staten onbetamelijk is om elkaar binnen te vallen. Dat we elkaars grenzen respecteren. Dat we respecteren dat staten hun eigen ontwikkeling kiezen. Over hun eigen toekomst gaan. Dat er geen bufferstaten zijn. Dat je van alles mag vinden van andere landen, maar dat je ze niet binnenvalt. De tweede reden waarom dit zo ernstig is, is omdat het raakt aan de veiligheid en stabiliteit in heel Europa. Dat raakt dus ook Nederland. Het is de taak van een regering om het land veilig te houden. Dit raakt aan onze veiligheid van het hele NAVO-grondgebied, van de Europese Unie. En daarom is dit buitengewoon ernstig en vereist dat onze volle aandacht. En die zullen we de komende tijd er ook aan geven. Deze daad kan niet onweersproken blijven. Dat is de reden waarom Nederland vindt dat er maximale sancties moeten worden aangekondigd tegen Poetin en zijn regering. Het is niet het Russische volk waarmee wij in conflict zijn. Het is Poetin en zijn regering waar we ons tegen richten. En wij zullen dus vandaag en morgen de komende dagen in alle verbanden waar erover gesproken wordt, de Europese Unie. Vandaag is voorzien een extra vergadering van de Europese Raad. Maar uiteraard ook in de NAVO en op alle andere plekken alles aan doen om ervoor te zorgen dat die reactie zo stevig mogelijk is. Ik wil nog drie dingen verder daarover zeggen. In de eerste plaats zal Nederland de komende tijd mogelijk meer militaire verplaatsingen op het Nederlands grondgebied zien. Wij zijn niet in oorlog met Rusland. Er is geen sprake van een triggeren van artikel 5 van het NAVO-handvest. Maar de situatie is wel zo ernstig dat de standaardplannen die binnen de NAVO klaar liggen als er
ernstige gebeurtenissen zijn direct buiten het NAVO-grondgebied, dat die natuurlijk wel in werking treden. En dat zal deels ook zichtbaar zijn in verplaatsingen van militairen in Nederland. Dat is onvermijdelijk. Het tweede is dat wij natuurlijk heel goed zullen kijken de komende tijd wat dit betekent voor mogelijke vluchtelingenstromen richting Europa, ook mogelijk richting Nederland. Er is nu nog niks over te zeggen, maar dat zullen we heel precies monitoren en ook proberen zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Een derde punt van zorg is uiteraard de kwestie van de energieprijzen. We zitten al in een fase met hoge energieprijzen, met hoge inflatie. Dus ook dat zullen we heel precies monitoren. Daar zullen we ook de komende tijd met elkaar intensief in het kabinet verder over spreken. Uiteraard ook met de Tweede Kamer. Wij zijn ons daarvan bewust dat daar risico's zijn. Dat geldt uiteraard voor de hele wereld. De hoge gasprijs, ook de leveringszekerheid, ook voor olie. Dus dat is een groot punt van aandacht. Ik zal zo een paar van uw vragen beantwoorden. Daarna zullen ook Kajsa Ollengren, de minister van Defensie, en Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden. Nou, tot zover premier Rutte. We gaan even niet meeluisteren naar de vragen, want we hebben genoeg vragen, denk ik zelf. Op basis van wat hij hier zei, niet heel veel groundbreaking verhalen, Bernard. Maar wat wel, dat verhaal eigenlijk een beetje waarbij hij doelt op artikel 4 van de NAVO. Ja. Ja, en zegt van we gaan troepen gaan verplaatsen binnen Nederland. Binnen Nederland. Dus ik denk ja, van Eindhoven van Zeeland naar Enschede, naar denk ik, naar de grens. Ik weet ook niet wat het betekent. En het is ook flauw om er grappen over te maken. Maar ik ben echt benieuwd wat er gebeurt. Wat betekent het verplaatsen van groepen van soldaten binnen Nederland? Ik heb geen idee. Het enige wat ik kan uitleggen is dat de Amerikaanse presence wat hoger zal gaan worden. Dat nu verklaard wordt, oh, je ziet straks misschien tanks rijden nog op. Niet van schrikken, dat is gewoon een troepenverplaatsing. Wellicht dat dat er bijvoorbeeld Amerikaanse troepen wat meer gestationeerd worden in deze richting uit. Het zou kunnen. We hadden ze vroeger ook in Soesterberg. Nou, op een gegeven moment zijn ze naar Duitsland vertrokken. Ja, dus exact. Zijn er niet meer. Dat zou inderdaad kunnen. Ja. Binnen de NAVO. Maar andere significante over die energieprijs. Dat vind ik wel leuk. Het lijkt erop alsof het kabinet, wat destijds een compensatie van €400 heeft voorgesteld, misschien nu wel gaat overwegen om te kijken naar wat het betekent, deze inval in de Oekraïne, voor ons huishoudboekje. Ja, en wat kun je eraan doen? Precies. Ja, en naar mijn idee is het meest voor de hand liggende zou iets zijn, een tijdelijke vermindering van de accijns. Dat scheelt de overheid wel een bom inkomen. Ja. Maar er staat zoveel tegenover, want je houdt zoveel meer op gang. En de accijns in Nederland is extreem hoog. Ja. Dus dat zou. En dat, je kunt dat volgens mij ook best tijdelijk maken. En ook uitleggen dat je het tijdelijk maakt. Het is snel, het is generiek. Je hoeft niet naar groepen te kijken. Het is gewoon in één keer paf. Ja, en eraf. Want als je gaat kopen vanuit het buitenland, dan heb je toch te maken met die hoge prijs. Dus jawel, maar meer dan de helft van wat wij aan de pomp betalen is accijns en btw. En daar zit ruimte in. En er zijn ook al discussies geweest over, je kunt ook een btw-tarief van 0% op benzine bijvoorbeeld of op gas een tijdje doen. Ja. Maar het geeft wel allerlei juridische complicaties. En voor de wetgever is het een ramp. En voor de controleur ook. Maar het kabinet gaat er naar kijken. Sowieso gaan we straks verder praten. We gaan eerst naar de nieuwsupdate zometeen met Jannot Adelsoel. Maar we komen zo uiteraard nog een half uurtje terug. Tot 12 uur. Dan doen we deze live uitzending over alle ontwikkelingen in en rond Oekraïne. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Freelance.nl, het freelance platform van Nederland. Kijk op freelance.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals huishoudelijke producten van Philips met hoge korting. En vitamine en supplementen van onder andere Davitamon met tot 50% korting op de adviesprijs. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Mobiliteit verandert en dat merkt iedereen. Moet je overal nog voor reizen? Ik ga niet voor elke kleine meeting nu in de auto zitten. Het moet slimmer, groener en veiliger. Maar hoe? We staan nog steeds voor een behoorlijk grote uitdaging. BNR Mobility bespreekt de belangrijkste mobiliteitsvraagstukken van het moment. Iedere maandag om 3:30 op BNR en altijd on demand. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Op zoek naar IT-experts? Eclectic is al 30 jaar de verbinder tussen IT-professionals en opdrachtgevers.
Gericht op kwaliteit, met een persoonlijke touch. Eclectic. Simply finding the best. Een klein zakelijk wagenpark van maximaal 5 auto's of bestelbusjes? Bespaar dan tijd en geld met de BP Tankpas. Een vaste korting, handige maandfactuur en je betaalt via de app. Kijk snel op bp.nl/BNR. Heb jij ook zo'n zin om de wereld opnieuw te gaan ontdekken, te reizen, lekker te genieten? Het mag weer. Avila Reizen biedt luxe boutiquereizen op maat naar Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Europa, het Midden-Oosten en nog veel meer bestemmingen wereldwijd. Met nog echt persoonlijke service en heel veel liefde. Beleef de wereld met avilareizen.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Laat je compleet ontzorgen met avilareizen.nl. Twijfel je nog over het inzetten van Mac binnen jouw organisatie? Dankzij de revolutionaire Apple M1-chip en de Managed Lifecycle van Pro Warehouse is Mac nu meer dan ooit geschikt voor zakelijk gebruik. Interesse? Ga voor meer informatie naar prowarehouse.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Denk je aan Apple op het werk? Dan denk je aan Pro Warehouse. Ga voor meer informatie naar prowarehouse.nl. BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Ik heb momenteel slechts één file te melden. Die staat op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Dat zijn wegwerkzaamheden bij knooppunt Hoevelaken. Verder zijn er meerdere flitsers gemeld. Onder andere de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij hectometerpaal 4,1. En langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij 7,3. 6:30. We zijn een beetje laat, maar we gaan in vliegende vaart naar de nieuwsupdate. Jan Alt-Adelsen. Goedemorgen. In de eerste uren van de Russische invasie in Oekraïne zijn meer dan 40 Oekraïense militairen en ongeveer 10 burgers gedood. Dat zegt een adviseur van de regering in Kiev. Tientallen militairen zouden bij de eerste gevechten gewond zijn geraakt. Oekraïne claimt dat het tot nu toe 50 Russische militairen heeft gedood in de omgeving van Luhansk. 6 Russische vliegtuigen zouden zijn neergehaald en in de buurt van Charkov zouden 4 Russische tanks zijn verwoest. Rusland ontkent die berichten. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft zware sancties bekendgemaakt voor de Russische inval in Oekraïne. Zo hebben Russische banken geen toegang meer tot de Europese markt. Ook worden Russische tegoeden in de EU bevroren. Ondernemer Jeroen Ketting van Lighthouse Group woont in Moskou. Daar is een run op de banken ontstaan. We staan in de rij, maar ik sta achter bankmedewerkers die hun eigen geld nog hier aan het ophalen zijn. Dit is al de tweede bank die we afgaan, omdat bij de eerste bank was er al geen geld meer. Ja, de Russen die zijn echt aan het rennen en vliegen om cash geld in de zak te hebben. De roebel ondertussen die gaat ook in vrije val. Dus het is een mooi feest vandaag. Von der Leyen houdt Poetin verantwoordelijk voor het terugbrengen van de oorlog in Europa. Ook de Amerikaanse president Biden heeft zware strafmaatregelen tegen Rusland aangekondigd. Nederlanders in Oekraïne worden opgeroepen het land te verlaten als dit veilig kan, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse ambassade in Oekraïne blijft vooralsnog open, zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. De ambassade zit niet meer in Kiev, maar in Lviv, in West-Oekraïne. Het weer, later in de middag buien, soms met hagel en onweer. Aan de kust is kans op zware windstoten. In het zuiden komt de zon er nog even door. Het is ongeveer 8 graden. Kijken we nog even naar de AEX. Die staat maar liefst 3,3% in het rood op 704 punten. Zometeen het laatste half uur van deze ingelaste uitzending die live is over de ontwikkelingen in en rond Oekraïne met sancties die eraan zitten te komen. De Britten die straks gaan spreken bij monden van Boris Johnson nadat hij vanmorgen een overleg met het Cobra-comité had. En uiteraard de reactie die we net hoorden van premier Rutte. Hoe moeten we die plaatsen? Hoe plaatsen we die ook in het licht van sancties die straks vanuit Europa worden aangekondigd door Ursula von der Leyen? Zometeen, laatste half uurtje, hier op BNR. Met het online boekhoudprogramma van Yort wordt boekhouden gewoon leuk. In nog geen 10 minuten per maand doe je de hele administratie. Ga naar yort.nl. Yort met dubbel T. Heeft u als werkgever te maken met een conflict met een werknemer? Boventalligheid, ziekteverzuim of reorganisatie? Nu van werk naar werk neemt arbeidscontracten over. Nu van werk naar werk neemt werk en zorg uit handen. Kijk op nuvanwerknaarwerk.nl. Probeer Yort nu 30 dagen gratis. Ga naar yort.nl. Yort met dubbel T. Woehoe!
Nu van werk naar werk neemt uw arbeidscontracten over. Kijk op nuvanwerknaarwerk.nl. Herken je dat gevoel dat iets je bezighoudt, op werk of privé, maar dat je niet weet waar je terecht kunt? Gelukkig werkt mijn werkgever samen met OpenUp en heb ik dagelijks toegang tot online psychologen. Ga naar openup.nl en ontdek waarom steeds meer bedrijven kiezen voor mentaal welzijn. Let's open up. Deze week in de bonus. AH pitloze witte druiven en sabeldruiven op schaal. Tweede gratis. Lu en Liga. 2 plus 1 gratis. Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks 8,50. En Ariel, Dreft, Lenoir, Always en Oral-B. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Wil je leren om effectiever te communiceren in een korte tijd? Volg een training bij Lo van Eck en leer in één dag scorende offerten schrijven. Of heldere e-mails, boeiende blogs. Kies uit 30 trainingen op lovaneck.nl voor €595. Spaar mee voor de allerhoogste korting op Efteling-tickets. Tot wel €12,50 per ticket. Lekkere van Albert Heijn. Effectiever communiceren? Ga naar de grootste opleider in schrijven. lovaneck.nl. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 10 minuten over 11:30. We gaan nog 20 minuten maken over de inval van de Russen in Oekraïne. Hele hoop onbekend, een hele hoop hearsay, een hele hoop op de social media uiteraard gedeeld van allerlei verhalen. We weten niet precies wat er allemaal gebeurt. Het is lastig om een goed beeld te krijgen over hoe zo'n inval verloopt, wat er precies gebeurt. Je hoort claims van Russen die zouden de militaire installatie van de Oekraïners hebben vernietigd. Anderzijds zeggen de Oekraïners dat ze jagers hebben vernietigd van de Russen, dat er schermutselingen zijn met tanks. Er is nog niet veel. Er is wel één ding duidelijk, dat de militaire infrastructuur van Oekraïne is voor een groot deel geraakt. De president van het land, Zelensky, heeft een uurtje geleden een toespraak gehouden voor zijn volk. En hij heeft gezegd, stand fast, zorg ervoor dat je blijft staan. Wat de Russen nu doen, kan absoluut niet. Bloeddonaties graag hier naartoe. En iedereen die een wapen kan vasthouden, is bij deze uitgenodigd. Dat is een beetje het verhaal. Onze eigen premier, die hoorden we net nog eventjes voor het nieuws spreken. En die kwam met die drie punten. Die neem ik nog even met je mee. Wij zijn niet in oorlog met Rusland. Er is geen sprake van een triggeren van artikel 5 van het NAVO-handvest. Maar de situatie is wel zo ernstig dat de standaardplannen die binnen de NAVO klaar liggen, als er ernstige gebeurtenissen zijn direct buiten het NAVO-grondgebied, dat die natuurlijk wel in werking treden. En dat zal deels ook zichtbaar zijn in verplaatsingen van militairen in Nederland. Dat is onvermijdelijk. Het tweede is dat wij natuurlijk heel goed zullen kijken de komende tijd wat dit betekent voor mogelijke vluchtelingenstromen richting Europa, ook mogelijk richting Nederland. Er is nu nog niks over te zeggen, maar dat zullen we heel precies monitoren en ook proberen zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Een derde punt van zorg is uiteraard de kwestie van de energieprijzen. We zitten al in een fase met hoge energieprijzen, met hoge inflatie. Dus ook dat zullen we heel precies monitoren. Daar zullen we ook de komende tijd met elkaar intensief in het kabinet verder over spreken. Uiteraard ook met de Tweede Kamer. Wij zijn ons daarvan bewust dat daar risico's zijn. Dat geldt uiteraard voor de hele wereld. De hoge gasprijs, ook de leveringszekerheid, ook voor olie. Dus dat is een groot punt van aandacht. Ja, nou, dat zei Rutte zo even, kwartiertje geleden. En met name dat tweede punt nog niet besproken. Die vluchtelingenstroom die op gang lijkt te komen. Geert, ja, wat weet jij er nu van? Want we zien ook weer beelden, ook onbevestigd, van enorme stromen auto's die door Kiev rijden op weg, zo lijkt het althans, de stad uit. Ja. Maar we spreken ook een relatie van je, Erik Melig-Meiling, die in Lviv, in West-Oekraïne zit, en die probeert naar Polen te komen. Dat lukt niet makkelijk, begrijp ik. Nou, we zullen zo van Kees nog even horen hoe andere landen nu ruimhartig proberen te zijn om Oekraïners en mensen die vluchten op te vangen. Je ziet vanuit grote steden als Kiev, Kharkiv, iets mindere mate Lviv, maar met name de steden die ook echt vrij groot zijn aangevallen met militaire doeleinden. Ja. Daar zie je inderdaad een stroom auto's uit vertrekken. Die ochtendspits is inmiddels voorbij. Het zijn mensen die op de vlucht zijn geslagen. We zien ook foto's inderdaad van het metrostelsel in Kiev is vrij groot. En er zijn zelfs hele diepe metrotunnels. Er is eentje 100 meter diep. Ja, die zijn, dat zijn kunstwerken op zich. Ja, prachtig, mooi. Die worden nu gebruikt ook als schuilkelder, want het luchtalarm ging af. Maar Kees, Gert-Jan zegt het net, jij weet een beetje meer over die stromen. De Duitsers hebben gezegd, kom maar binnen. Hè? Precies, in de vorm van de minister van Binnenlandse Zaken daar,
Pfizer. Die zegt dat ze de bewegingen goed in de gaten houdt en schiet de buurlanden te hulp als er een vluchtelingenstroom op gang komt. Er is dan weer niets gezegd over het toelaten van Oekraïners tot de Bondsrepubliek. Maar zegt dus wel dat ze klaarstaat om bijvoorbeeld Polen en andere landen te helpen. De premier van Slowakije die heeft toegezegd Oekraïnse vluchtelingen te zullen helpen. En Roemenië liet ook van zich horen dat het voorbereid is op de komst van een 500.000 mensen uit het buurland Oekraïne. Ja. Ook Polen, waar al veel Oekraïners verblijven, die heeft voorbereidingen getroffen. Ik zag net nog een reactie via Reuters binnenkomen van de premier van Polen, dat er ook ziekenhuizen worden klaargemaakt om slachtoffers bijvoorbeeld op te vangen die mogelijk door deze oorlog getroffen worden. Ja. Ik wil even naar die eerste uitspraak die Rutte deed daar straks in zijn drie-puntenplan. Hij zei, we gaan ook troepen verplaatsen. We zien ook dat een aantal andere landen, bijvoorbeeld Polen, Letland, Litouwen, Estland, hebben besloten om artikel 4 van het NAVO-verdrag in gang te zetten. En dat staat, ik heb het hier voor, want ik wist het echt niet uit mijn hoofd, Bernard, dat de partijen zullen elkaar consulteren wanneer, volgens de mening van één van hen, de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of de veiligheid van een van de andere partijen wordt bedreigd. Ja, dat gaat nog steeds over NAVO-landen. Artikel 4 en 5 gaan allebei over NAVO-landen. Dat betekent dus, als er iets gebeurt met een NAVO-land of dat loopt gevaar, dan kun je artikel 4 inroepen en dan dat heet dan kunst consulteren. Ja. Wat gaan we doen? En als het echt een aanval wordt, dan roep je artikel 5 in en dan zeg je, we moeten allemaal dat ene land komen helpen. Ja. Nu is de vraag welk criterium ze hanteren of welk gevaar ze zien. Ik kan mij voor Polen heeft erom gevraagd. En dat kan ik me voorstellen. Ja, die zitten er aan vast. Het veldt zich allemaal aan de Poolse grens af. Ja. Dus die zeggen heel terecht, ja, het is nog niet zo ver, maar wat gebeurt er als er een Russische soldaat een laars op ons grondgebied zet? Ja? Ja, dat is typisch een artikel 4 overleg. Juist. Wat doen we als we dat doen? Mm-hmm. En hoe bereiden we ons voor? En wat zijn dan de maatregelen die we moeten treffen? Wat Rutte zei over hij zei, je zult ook misschien verplaatsingen zien van militairen of zo in Nederland. Dat begreep ik gewoon niet, wat hij daarmee bedoelde. Litouwen? Wat bedoelde die? In Litouwen hebben we natuurlijk. Dat weet ik, maar hij had het over in Nederland. In Nederland, ja. Dus binnen Nederland. Binnen Nederland troepen verplaatsen. Dus ik denk, zouden ze toch niet helemaal naar Litouwen rijden dan? Ja, maar het is niet Nederland, hè, Litouwen. Dat ligt erbij. Dat is een flink stuk. Nee, daarom. Krijgen we Litouwers. Ik zie nu een reactie van Ollongren van Defensie binnenkomen. Die zegt, het kabinet bekijkt aanvullende verzoeken van Oekraïne om militaire hulp. Dat is natuurlijk een vraag. Het kabinet kijkt ernaar, dus je weet niet wat ermee gebeurt. Ja, maar dat gaat om materieel, neem ik aan. Ja, ja. Dat verwacht dat ik precies, zelf ook. Maar, daar komt maar wat die troepenverplaatsing binnen Nederland is, is volledig onduidelijk. Dat gaat van Zeeland naar Enschede en dan weer terug. Misschien gewoon een verspreking geweest. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ja, kan. We gaan even naar de financiële markt, want ook die financiële kant moeten we niet onbelicht laten. Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen bij ons. Jos, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, we zien de AX, ik had al voorspeld, hè. Dat was niet zo moeilijk ook, of je geen raketgeleerde voor te zijn of de beurs ervoor te volgen zelfs, dat de AX wel naar beneden ging, behalve Shell. Ja, nee, dat is een hele duidelijke reactie. Maar of het verstandig is, dat kun je altijd afvragen. Ik haal daarbij graag de wijze woorden van Benjamin Graham aan. Een van de nestors van de financiële analyse. En die verbaast zich altijd over mensen die gaan handelen op het moment dat er heel veel onrust is. Want dan weet je bijna zeker dat je een verkeerde prijs krijgt. Ja. Mazzel als je een goede prijs krijgt. En pech als je een slechte prijs krijgt. Je kunt veel beter handelen op momenten dat markten in alle rust zijn. Dan heb je de grootste kans dat je de beste prijs krijgt. Goed, nou, het zit nu eenmaal in de mens om in paniek te raken. In paniek te raken, ja. Heel sterk merk ik dat mensen iets willen doen nu. Ja. Mm-hmm. Ja, en dan inderdaad hun misnoegen uitspreken. Dan zou je ook zeggen, de beurshandel in Moskou, hè, die zou misschien heel anders moeten reageren dan hij doet. Die ging stevig onderuit, ja. Nou, ik kan me wel voorstellen, hoor, dat er veel sancties komen tegen Russische bedrijven. Ja, er zijn toch flink wat bedrijven ook een stuk of 30 die in Londen genoteerd zijn, die een notering in Londen hebben. Ja. En die bedrijven kunnen hard aangepakt worden, hoor. Kijk maar wat Amerika met China doet. Daar kun je hele nare dingen mee doen. Ja. Ja, toch, als we dit, je zei het al, hè, op het moment dat dit gebeurt, paniekreacties ook meteen, huppakee, veel beleggers die uit die volatiele aandelen gaan en in goud.
Ja, ik vind het altijd heel onverstandig, hoor. Kijk, hoe het gaat, is dat op dit moment is op de financiële markten heerst vooral angst voor een hogere rente en voor die enorme inflatie die we zien. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Ja. En wat er nu gebeurt met die oorlog, is die stookt precies dat deel, wordt eventjes nog even extra ingeprikt. Omdat Rusland is een heel belangrijke olieproducent. Een van de drie grootste ter wereld. Belangrijk gasproducent. En puur die onzekerheid van wat gaat er gebeuren, zorgt ervoor dat de gasprijs fors gestegen is en olie nu ook boven de $100 staat. En dat leidt er weer toe dat die inflatie voorlopig hoog blijft. Mm-hmm. En dan moet je gaan bedenken, wat gaan de centrale banken doen? Ja. Nou, kijk, als de situatie er zo voor staat met zo'n olieprijs, dan hebben de centrale banken niet meer echt de noodzaak om de rente heel fors te verhogen. Want het is al een forse beperking van de groei. Dus daar hoef je denk ik niet al te bang voor te zijn. Dus, ik denk wel dat die olieprijs voorlopig wel even wat hoger blijft. Ja. Maar, dat denk ik ook, maar de inflatoren druk neemt daardoor wel toe. Ja, op het moment dat je die rente gaat verhogen helemaal. Maar het zal een duw naar boven geven in ieder geval. Ja, dat klopt. We waren al gewend dat het iets langer zou duren dan normaal. Hè. In een korte tijd denk je 2-3 kwartalen. Nou, dat is nu al echt wel een jaar. Maar aan de andere kant hoor ik, als ik nou het cijferseizoen heb gehoord van alle bedrijven. Ja, ik heb allemaal juichverhalen. Allemaal gehoord. Maar je ziet nou, en ook een beetje wat ze zeggen. Kijk, een belangrijk deel van die inflatie komt door die toevoerproblemen. Hè. Waar ze kunnen de spullen niet makkelijk van de ene naar de andere plek krijgen. En van de meeste bedrijven hoor je dat er hard aan gewerkt wordt en dat in de tweede helft van het jaar beter wordt. Ja, mits er natuurlijk niet nog weer een golf van de pandemie komt. Maar dat is een beetje het idee dat in de tweede helft van het jaar beter gaat worden. En Jos, dat zie je ook. Als we dan kijken naar andere goederen, zoals tarwe en mais, daar is de handel tijdelijk zelfs stilgelegd vanochtend, omdat die te sterk aan het stijgen was, 5% gestegen. Tarwe op het hoogste niveau sinds 2012. Gaat dat dan nog een beetje drukken op die inflatie? Ja, natuurlijk. Dus voor voedingsbedrijven is dat een belangrijk element. Maar hier is het ook, kijk, je hebt het over de spotmarkt. Dus dat zijn heel tijdelijke reacties natuurlijk. Mm-hmm. Kijk, als Rusland de Oekraïne bezet, dan zijn niet alle tarwevelden verbrand. Kapot, nee. Mag je hopen. Ja. Nee, dus uiteindelijk zal Oekraïne gewoon weer zijn tarwe gaan exporteren. Ja. Dus dat zijn. Ik zie hierin vooral heel veel paniek en tijdelijke reacties. Het enige probleem is van als die, en dat is wel iets waar wij ons zorgen over maken, waar we naar kijken, is dat als die hoge inflatie ertoe leidt dat consumenten zeggen van ik hou maar even de hand op de knip. Ja. Ik ga niet meer uitgeven. En dan kom je in een recessie. En dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, dat is heel slecht voor aandelen. Maar en dit kan een soort trigger daarvoor zijn. Nou, of. Maar dit kan zeker een trigger zijn. En dat is helemaal niet zo'n gek scenario ook wat je schetst, denk ik, Jos. Nee. Maar aan de andere kant, kijk, die pandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen hun centjes niet konden uitgeven. Dus de besparingen van gezinnen zijn enorm hoog. Ja. We hebben nog steeds enorme reserves. Dus, absoluut. Maar ze worden nu wel bang gemaakt. Dat klopt. Maar wij zien op dit moment nog niet echt gewoon dat er echt een hele grote kans is op een recessie. Het ligt echt verder onder de 25%. Laten we het hopen. Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. En dan nog even naar Turkije. We hadden het al eerder over vanmorgen, want dit is oorverdovend stil als het gaat om de reactie van Erdogan, Bernard. Ja, nou, we horen niet zoveel van hem. Turkije is het tweede NAVO-land, na Amerika de grootste. Het hoort niet bij de EU, dat scheelt dan misschien ook wel weer, maar het ligt wel weer helemaal precies in dat gebied tegen Oekraïne aan. Mm-hmm. Erdogan heeft de afgelopen dagen en weken wel degelijk geprobeerd om een beetje te bemiddelen en te sussen. Omdat hij ook met de Russen een redelijke, soms redelijke relatie heeft. Exact. Ja, hoe het uitkomt. Nu heeft Oekraïne gevraagd of hij wil pogen om de Zwarte Zee, Zwarte Zee te zetten. Ja, af te sluiten voor Russische oorlogsschepen. En dan doen ze een beroep op een hele oude wet uit 1936... wat Turkije een soort toezichtsfunctie geeft. De vraag is of de Turken dat kunnen of willen. Ja. Maar het feit dat dat contact op die manier verloopt geeft wel aan dat de Turken in elk geval bij deze kwestie worden betrokken. En dat is naar mijn idee heel belangrijk en ook heel goed. Ja. En ook een kans voor Erdogan, want die heeft veel spanningen met de rest van de NAVO. Mm-hmm. En ook met een aantal landen in Europa. En dit is een gouden kans voor hem. Om te laten zien waar hij staat. Om te laten zien dat hij ook wel wat kan. Ja, exact. Nou, daar gaan we over praten met onze Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, gisteren zei hij nog dat hij onmogelijk Kiev of Moskou kan laten vallen. Maar wat is de reactie geweest op deze inval door de Russen? Nou, volgens mij, wat ik zo kan zien, is Turkije nog enorm rustig. Ja. En terughoudend in zijn commentaar. Dat is, jullie hadden het er net over, ook wel begrijpelijk. Mm-hmm. Erdogan heeft natuurlijk de afgelopen tijd geprobeerd een beetje tussen de partijen in te gaan staan. De vraag is hoe lang dat nog door kan gaan. Ja. De eerste paar dagen geleden, toen de eerste Russische troepen Oekraïne binnengingen, was toch wel het commentaar onacceptabel. Ja. Wat diplomatiek toch wel een sterke uitspraak is. De vraag is of die nog verder richting de Oekraïne zal neigen. Mm-hmm. Wat toch wel een beetje nu het beeld is. Of dat hij toch weer probeert helemaal in het midden terecht te komen. Ja. Ik denk dat dat verklaart waarom Turkije nu heel erg terughoudend is in zijn commentaar. Ja, dat het verzoek wat van Zelensky kwam om die Zwarte Zee eigenlijk af te sluiten voor Russische schepen. Gaan de Turken dat doen, denk je? Want dat is inderdaad, bij de Bosporus zet je het hek dicht en is klaar voor de Russen. Ja, althans, dat zou kunnen. Dat klinkt heel makkelijk, hè? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want die Russen die zullen ook zeggen, ja, wacht eventjes. Dit is onze doorgang naar de Zwarte Zee, je vrienden. Ja, dat zou enorm slecht vallen in Moskou. Ja, denk ik ook. Ik denk dat je ziet ook vanuit de oppositie nu, oppositiepolitici, die hebben het er wel over gehoord. Die hebben gezegd, jongens, daar moeten we niet aan beginnen, want het heeft enorme repercussies strakjes. De hele Rusland tegen ons, dat moeten we niet hebben. Hm. Dus de neiging zal volgens mij zijn om de boot af te houden. Letterlijk de boot af te houden. Ja, en letterlijk. Niet de Bosporus af te sluiten voor Russische oorlogsschepen. Ja, maar nog, we constateerden het al, jij ook, dit blijft heel stil. Welke rol zal die op zich nemen, inderdaad meer toetrekken naar Oekraïne? Die neiging is er dus wel. Hè. Turkije heeft ook recentelijk drones verkocht aan Oekraïne. Er wordt ook gespeculeerd. Stel dat die drones betrokken zijn straks bij een succesvolle tegenaanval op Russische troepen, dan weten ze in Moskou nog wel waar die drones vandaan kwamen. Precies, ja. Dat zal niet heel erg goed vallen. Turkije heeft natuurlijk, zoals andere landen ook, zal enorm te lijden krijgen onder de gestegen olie- en gasprijzen. Plus eventuele levering. Turkije is nog afhankelijker van Russisch gas dan de rest van Europa. Dus er zijn allerlei haken en ogen voor Turkije. En er is een enorme stimulans om niet geen partij te kiezen. Ja. De vraag is nogmaals of dat nog lang kan. Dankjewel, Joost Lagendijk, onze Turkije-correspondent. We zijn, voordat we aan het eind van deze show komen, nog even heel kort bij Geert-Jan en bij Kees. Geert-Jan, heb jij nog nieuws, laatste nieuwsontwikkelingen? Het is nog steeds ongelooflijk onoverzichtelijk op de grond in Oekraïne. Er zijn ongelooflijk veel strijdplekken waar heel veel mensen aan het vechten zijn. We weten dat er tientallen doden zijn tot nu toe. Dat wordt door diverse bronnen gemeld. Aan de Oekraïnse kant zouden ook een aantal soldaten aan de Russische kant zijn gesneuveld. Maar de humanitaire ramp die er nu aan zit te komen is waarschijnlijk ook van groot belang. Vluchtelingenstromen. We zien al mensen de grote steden verlaten. Ja. Omdat mensen bang zijn en net als wij eigenlijk nog niet een heel goed overzicht hebben van waar dit naartoe gaat. Kees, weet jij nog iets? Ja, het Europese parlement, daarover gesproken, de fractieleiders die steunen de ongekende sancties. Yep. En vanuit Buitenlandse Zaken, er zijn 141 Nederlanders geregistreerd bij de ambassade in Oekraïne. Vooralsnog zijn er slechts enkele Nederlanders die zich hebben gemeld bij het steunpunt in Lviv. En bij het callcenter Nederland Wereldwijd zijn enkele tientallen praktische vragen met betrekking tot het reisadvies en de laatste ontwikkelingen binnengekomen, krijg ik door van de politieke redactie. Mag ik jullie hartelijk danken. En ook uiteraard onze eigen buitenlandse commentator Bernard Hollenburg. Bernard, dank je wel. Jij hebt straks een speciale De Wereld, geloof ik, hè, die gaat maken. Ja, nou, we hebben een stapje terug gedaan. Ja. De Wereld is normaal om 3:00. Ja, precies. En daar hadden we gasten voor geboekt, onder andere Hand en Broeken. Ja. Die past als een handschoen in deze hele thematiek. Zeker. Dus we hebben afgesproken dat de wereld vervalt. Ja. Dat gewoon in de middag wordt. In de middag doet. Wat wij nu in feite een voortzetting van waar wij nu mee bezig zijn. Maar wel met de gasten die we hadden uitgenodigd. Ja. En dan kan ik mijn eigen rol blijven vervullen, namelijk deze. Dus Bernard blijft ook straks weer gewoon beschikbaar. Maar zender. Altijd. Dank je wel voor deze extra lange speciale ochtendspits. Zometeen na 12:00. Zaken doen, maar dan wel aangepast aan de situatie in Oekraïne tot 3:00. Daarna beginnen we een non-stop uitzending van 3 tot 7 s'avonds. Eigenlijk een extended in de middag. Je hoorde het net al met geïncorporeerd De Wereld en Bernard Hammelburg erbij over Oekraïne, uiteraard. En dan van 7 tot 10:00 vanavond is er een extra lange uitzending met Mark Beekhuis. Dus de hele dag kan je op de hoogte worden gehaald van alles wat er gebeurt in, rond, buiten en over Oekraïne. Tot morgen.
Nieuw, mijn Albert Heijn Premium. Wat dacht je van altijd 10% korting op het hele bio-assortiment? Altijd 2 keer zo snel sparen.